Hele goedenavond allemaal en welkom bij weer een nieuwe livestream, jongens. Vandaag met iemand waarmee ik al vaker... Nee, dat zeg ik dus verkeerd. Waarmee ik nog nooit eerder een livestream heb gedaan, maar wel een keertje in het echt heb ontmoet. En hij wel meedeed in mijn show. Het is namelijk Jani Boy. Ik heb al vaker gezegd in mijn livestreams, ik ga ooit een keertje met Jani gewoon duo's rammen. Want ten eerste, ik gun het die jongen. Hij grindt fucking hard op Fortnite. En ik vind dat hij nog meer publiek verdient dan hij nu al heeft. Dus dat is reden 1. Reden 2 is dat ik hem gewoon, dat we ja, een soort van matties van elkaar zijn. Maar nog nooit echt een duo sessie hebben gegooid. En we aanstaande vrijdag een Fortnite toernooi hebben van JBL, gehost door JBL. Dat gaat om 75.000 euro prijzengeld. Dat is niet normaal. Ik ga trouwens één ding even snel aanpassen. Ik zie dat ik volgens mij deze... even kijken. Want ik zie dat mijn subcount nu helemaal niet goed erop staat. Kijk. En top zo, hè. Dit is top. Is dit top? Dit is top. Kijk, nu staat hij goed. Vuur me gewoon op. Maak deze even iets kleiner. Zo. Perfect. En deze nu weer iets groter. Zo waren we wat aanpassingen op mijn stream PC. Nee, we gaan dus... zo, er komt gelijk eventjes een 50 euro donatie binnen. Ik ga hem even op groot scherm laten zien. Kijk eens eventjes. Van Bjorn met de 50 euro. Die zegt GG bro, ik kijk al je video's. Ga ze door man. Love you bro. Bjorn, ontzettend bedankt maatje voor de 50 euro. Wat er binnenkomen zo. We zijn echt net live, letterlijk. Net 2 minuten staat deze livestream aan en... hartstikke idee. Een 50 euro donatie van Bjorn. Bjorn, ontzettend bedankt broski. Ik wil gelijk natuurlijk een dikke hype in de chat zien voor Bjorn. Voor het feit dat hij 50 euro heeft gedoneerd. Spam zijn naam. Spam hype in de chat. Spam hartjes in de chat. Doe er alles aan om deze man te eren voor die 50 euro. Niet normaal. Hey, aanstaande vrijdag dus een JBL toernooi. JBL, zoals jullie misschien wel weten, is de hoofdsponsor van mijn YouTube kanaal, kan ik wel stellen. Voor de headsets, ik heb er hier eentje op. De JBL Quantum One. Nog steeds heel erg blij mee. Dikke shout-out naar JBL. En die hebben mij dus ook uitgenodigd voor een Fortnite toernooi.
aanstaande vrijdag. Het gaat om 75.000 euro prijsgeld. En ik moest daar een duo-maatje voor hebben. En ik dacht, hey, dit is een mooi moment om Johnny Boy gewoon uit te nodigen. A.k.a. Johnny. Ik dacht van, dit is lachen, man. Dit gaan we gewoon doen. Tenminste, als hij dat ook leuk vindt. Nou, Johnny vindt het leuk. Vond het leuk. Dus hij zegt, ja, is goed. Let's do it. En wij gaan dus vanavond gewoon de hele avond even arena doen. Wij gaan gewoon oefenen. Dus sterker nog, ik ga mezelf even nu unmuten. En als het goed is, hebben we dan hier Johnny aan de lijn. Yes, hello. What's up, bro? What's aan de andere kant van de lijn. I'm ready, bro. Ja, 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 zeker. Ja, ik ook, man. Ik ook. Dus, ja, wordt lachen. Ja, ik had net al even verteld aan de kijkers. Aanstaande vrijdag gaan wij dus een JBL-toernooi spelen. Het gaat om $75.000 trouwens. Ik zei euro, maar het is dollar. Oké, let's go. En ja, dat gaan wij samen doen natuurlijk als duo zijn. Dus moeten we wel even oefenen. We moeten wel even inspelen. Ja, zo is het. Ja, we gaan sowieso gewoon even in de loop van de week moeten we het even aanvoelen. Ja, man. Dan kunnen we gewoon wat dingetjes fijn. 100%. Even kijken, ik verander even mijn dingetje zo terug. Ik ben er namelijk achter gekomen, jongens. Misschien hebben jullie dat wel eens gezien in een laatste stream van mij. Maar ik had dan wat frame lag in mijn Fortnite zitten. En ik ben erachter gekomen hoe ik het fix. Ik zet hem gewoon naar fullscreen windowed. En daarna weer terug naar fullscreen. En dan is het weg. Beste. Het is heel raar. Ja, dat is echt fucked up. Sebas met de 3 euro, die zegt gelijk al SO naar Johnny. Sowieso, man. Ja, kijk eens. Ja, ja, let's go. Je wordt gelijk al hier gehyped in mijn chat. Helemaal top. Even kijken, hij staat op Duo Arena. Dus wat mij betreft kunnen we gewoon gaan beginnen. Let's go. Okay. Johnny zit trouwens voor de duidelijkheid op een Noob-account, want anders ben ik echt een lul. Als Johnny op zijn, normale account gaat spelen, zeg maar, dan komen we tegen een niveau, dat is voor mij niet haalbaar. Dus dit is even wat beter, zo. Dit is even wat beter. Ja, hoeveel points heb jij op je main account nu, Johnny? Op mijn main account zit ik bijna op de 9 of 10k punten. Nee. Echt? Ja, maar ik moet wel eerlijk toegeven, ik heb het niet solo gedaan. Wel echt alleen in teamverband. Ja, ja, oké. Alsnog is dat veel te lijp. Holy shit. Een kwestie van uren erin pompen, toch? Ja, zo is het. Speel je dan voornamelijk duo of trio? Ja, allebei eigenlijk. Ik heb gewoon zeg maar een soort van vrienden-discord met een groep mensen. Standaard mensen met wie ik dan gewoon speel iedere dag. Ene keer speel ik bijvoorbeeld met Present, ik weet niet of je hem kent. En de andere keer speel ik met een paar andere jongens die dan van online zijn. Dus ja. Ja, die Present is ook zo fucking goed, jongen. Dat weet ik wel. Hij is niet normaal. Ik had toen Summer Skirmish met hem gedaan. Of ja, hoe heet dat ook weer? Ja, ja. Dat was in ieder geval zomertoernooi. Toen deed hij ook mee. Ja, niet normaal, gast. Holy fuck. Die guy is fucked up goed. Even kijken. Nou, ik doe maar eventjes mijn andere schermpje aan. Dan verberg ik mijn landing. Ik ben ready. En dan, even kijken. Zullen wij hier dan landen? Ja, oké. Ja, oké. En dan wel even bij elkaar landen, anders ben je fucked up. Ja, I got you. Oké. Okay. Let's go. Ja. Goed, zodra we dus geland zijn, jongens, dan deel ik gewoon weer mijn scherm met jullie. Dus voor het geval jullie denken, Roy maakt een foutje, we zien niet waar je heen gaat. Dat is de bedoeling. Dat is, dat is helemaal de bedoeling, zeg maar. Anders dan worden we helemaal gek gestreamsnijd waarschijnlijk. Zo, dit is ons eerste potje samen, hè, gast. What the fuck? Spannend. Wat lijp. Ja, je was natuurlijk wel op mijn liveshow ook. Ja. In Scheveningen. Fucking vet dat je daarbij was trouwens. Ziek ervaring. Nog steeds SO naar jou. Ja, en man, maar nog nooit samen in een duo of in een squad of wat dan ook. Dus voor alles een eerste keer, hè? Ja, zo is het. Hier zo, één. Yes. Hier dan yes. Ja, ik land bij jou. Ik heb gelijk een kistje, dus dat is lekker. Dat is trouwens een van de slechtste updates, man, vind ik, die Fortnite ooit heeft doorgevoerd in de afgelopen 5% tijd. 5% chat, hè? Ja, de chest rate, zeg maar. Ja, I know. Dat is fucked up, man. Klopt, dat is naar mijn mening niet hoeven doen. Maar ja. Ik hoop dat ze dat binnenkort wel gaan aanpassen, maar ik denk het niet, hoor. Dat is gewoon een meta. Lekker. Ik heb techie. Ja, ik ook. Oké. Okay. Oh shit. Ja, zeg maar wanneer je je beeldscherm wil aanpassen, man, dan doe ik dat ook. Oh ja, ik heb hem al geswitcht, man. Ik doe hem altijd echt 1 seconde voordat ik... Laten we zeggen 10 seconden voordat ik met mijn voeten aan de grond sta, dan switch ik hem over. Oké, top. Ja, top. Ik ben gewoon boven je. Ik ga gewoon even looten. Good shit, bro. Ik heb hier ook gewoon echt zin in, Johnny. Ik heb hier serieus naar uitgekeken, man. Ja, ik ook. Eindelijk dit duo, man. Daar is ook zo vaak om gevraagd in mijn chat, dat wil je niet weten. En wij willen dat altijd al. Ja, en dat sowieso, man. Hey, kijk eens. Ja. Thanks, bro. Good shit. Ik ga even knallen. Good shit. Nou, al 2530 kijkers. Heerlijk. Welkom, jongens, bij de stream.
ga met je mee. Wij gaan dus oefenen voor het toernooi wat Jani en ik aanstaande vrijdag gaan spelen. Het JBL Quantum toernooi. Wat gaat om een prijzenpot van $75.000. Nou, dat gaan Jani en ik natuurlijk allebei livestreamen. Dus het is op beide kanalen te volgen. Dus abonneer ook zeker weten eventjes op Jani, jongens. Thanks, want ook hij gaat dat livestreamen. Dat durf ik al te garanderen, toch Jani? Ja, sowieso. Tuurlijk, ja, sowieso. Goeie shit, bro. I'm ready. Alright. Ik volg jou. Ik zie mensen hier zo, bro. Hier zo, ja, bij die toren. Eentje is letterlijk 1 AP. Ja, ik schiet één kogel. Dood. Ja, top. Lol. Top. Trouwens, Roy, wel even voor je info. Ik ben zeg maar best communicatief in-game. Dus als ik bijvoorbeeld iemand 1 AP heb... Ja, het kan zijn dat ik vaak echt gewoon herhaal 2 of 3 keer. En dan zeg ik, hey, helemaal top. AP, weet je wel. Hou ik van. Hé, hey, hier ligt een blauwe charge voor jou, man. Ik denk dat jij dat wel wilt, toch? Ja, kan. Dat is wel lekker spelen. We got this. Ja, zo is het. Oh, blauwe tekken hier voor mij. Ja, maat. Sorry, maar die ga ik niet afstaan. Dat is helemaal top. Dat is, daarmee kan ik enigszins iets. Met die charge ben ik gewoon echt ruk, ouwe. Ja, ik hou ook van technieken. Onder mij? Ja. Twee keer 35 shield, bro. Nice. Oké. Hop, knock. Oké, nice. Oeh, mag je? Ja, hij is ook. Lekker. I have Scar. Ik got this. Shit. Nou, ik ben full resource, bro. Ja. Ja, zeg hem, man. We kunnen gewoon, zeg maar, we kunnen gewoon knallen. Ja, doe gewoon lekker. Iedereen die we zien, gewoon pushen. Ja. Normaal zou ik dat al zeggen, maar nu ik met jou ben, al helemaal. Ja, ja, iedereen die we zien, pushen. Ik ben niet de beste, maar ik vind wel echt het allerleukste om gewoon agressief te spelen. Tenzij we op een gegeven moment bij champion niveau in de buurt komen of zo. Ja, dan moet je op het einde gewoon een beetje intelligent zijn. En niet iedereen pushen. Ja. Maar ja, op dit niveau, fuck it, bro. Laten we gewoon iedereen pushen. Ja, ik moet eerlijk mee zijn, dat zou je verbazen eigenlijk. Natuurlijk, ik bedoel, de intelligentie van de speler is ook belangrijk. Maar het gaat echt meer op teamwork. Echt, ja, teamwork zo is, het. Is cruciaal. Dat zo is echt het allerbelangrijkste. 100%. Maar je hebt natuurlijk mensen die kunnen voor alles. Die gooien een edit, joh, daar word je gewoon bang van. Een edit op voor. Ja, man, 100%. Maar is ook niet normaal. Dijkje met de 5 euro gaan ze doorhouden. Dankjewel, Dijkje. Dat komt goed. Wij gaan even vlammen vandaag. Matthias is sponsor geworden. Jaden ook sponsor geworden. Dankjewel, boys. Dankjewel, shout-out naar jullie. En Sam Vos, 3 euro. Ziek duo dit. Jani is een topper. Hey, nou, ik ben het helemaal met je eens, maat. Ik ben het helemaal met je eens. Dankjewel, Sam, voor je lovende woorden. Let's go. Vlammen, maat. Ik heb trouwens 3 medkits bij me en 4 van die, hoe heet die dingen? Small fries, van die vissen. Oké. Wil jij misschien wat minis bij je hebben dan? Oh van, ja, man. Ik heb nog een plekje over. Medkits hebben we in principe niet echt nodig. Nee, klopt. Je weet trouwens wel, ja, misschien een stomme opmerking, maar je weet trouwens wel dat je hier gewoon in het zand kan, hè? Dus als je gewoon eventjes een paar seconden stilstaat. Ja, ik heb het gezien, maar ik heb het nog niet geprobeerd. Dus ik ga het proberen. Ja, het is een hele, hele goede manier om, zeg maar, te roteren. Man. Kan iemand dit van je afschieten, ook dat zand, of dat niet? Ik heb dat eigenlijk nooit getest. Kan je überhaupt gedamaged worden als je in dat zand zit? In het begin niet, volgens mij. Wow, lijp. Dat is wel heel overpowered, ouwe. Holy fuck. Hey. Hoi, ik zie hier iemand. Kijk eens. Oh, ja, top. Let's go, bro. Yes. Ook gewoon in de cirkel, dus fuck it. Gewoon pushen die handen. Yes, die andere guy die zwemt nu over... Oh ja, ik zie hem. Aan de overkant. Mhm. Oké, nou, okay, hij lijkt me confident. Zo is het. Let's go. Ik blijf wel gewoon een beetje bij jou. Yo. Volgens mij willen ze daar hun gold uitgeven aan die gast daar. Ja, hij zit daar beneden. Hij zit daar beneden. Pas maar op, hoor. Minis. Hij zit hier achter volgens mij. Oh, beneden zelfs. Nice. Hij schiet. Ja. Ja, down. Oh, achter me. Hij kwam achter me. Oh, fuck. Ik heb helemaal geen... maar deze. Ik had geen ammo meer, bro. Ik had geen ammo meer. Ik dacht, wat de fuck is er aan de hand? Maar... Hij kwam achter me. Dat was er dus. Oh, wat ik had geen ammo meer. Ja, wat fuck. Shit. Ik zat te schieten en er gebeurde niks. Ik dacht, wat is er nou aan de hand, joh? Oh, hij is wel leeg. Ah. Ja, my bad, bro. Kan gebeuren. Ja, GG's. Was goede shit, toch? Was goede shit. Paar killetjes gepakt, even warm worden, niks aan de hand. Yes. Niks aan de hand. Nice skin. Ja, die skin is top, hè, die Joker skin, zwerren. Die is echt dope, man. Ik zag hem, ik dacht, oké, fuck, die bundel is €30, weet je. Maar, hij is wel heel lijp. Dus toen heb ik gewoon die bundel gekocht.
Dus ja. Je hebt nu ook een hele mooie andere bundel, hè, van 4 euro volgens mij. In de item shop. Ja, de Diamond Diva Pack. Ken je die? Diamond Diva Pack, even checken hoor. Ziet er op zich aardig nice uit. Oh, die is wel echt dope. Ja. Die is dope. Ik vind die Kratos bundel ook ziek, man. Ik ben echt zo'n... ik vind Viking shit echt dope. Ja, man. Is echt gruwelijk. Yes. Ja, ik was scheef en mijn wapen was leeg. Ik weet het allemaal, jongens. Maar dat is ook de reden dat ik geen e-sporter ben. Ik ben fucked up. Ik moet nog even inkomen. Dat is het ik moet zeggen, ik heb een seizoen gehad waarin ik wel lekker meeging. Maar dat was echt een paar seizoenen geleden. Dat was... Maar goed. Dat is lang geleden. Maar dat ging op zich nog wel redelijk. Maar nu moet ik gewoon weer even inkomen. Hoeveel tijd stop je nu echt in Fortnite, zeg maar, qua uren? Is het zeg maar dat je gewoon iedere dag 3 uurtjes speelt of... Nee man, niet meer. Maar daar wil ik wel weer heen, Want ik merk wel dat ik dit seizoen gewoon echt weer leuk vind. Ja. Dus dat is... ik had ook al tegen Noah gezegd. Ik wil wel gewoon weer door de week vaak live gaan met Fortnite, man. En vandaag had ik ook weer een videootje. Ja, werd ook gewoon heel goed bekeken. Dus ik zit wel weer een beetje in die vibe van let's go, man. Fortnite vind ik wel weer tof. Ja, zeker. Ik vind het heel erg knap van Fortnite zelf dat ze toch wel relevant weten te blijven, man. Ja, sick is dat, hè. Sick is dat. Zo, er komt eventjes een 55 euro donatie binnen van Parajax. Die zegt vlammen in die pan. Ja, Parajax, altijd is Parajax dan. Dat is echt niet normaal. Ik wil dikke hype in de chat natuurlijk voor Parajax, jongens, voor de 55 euro donatie. Dikke hype in de chat. Thanks, Parajax. Helemaal top. Gewoon weer een drukke landing. Komt helemaal best. Ja. Kijken. Jij hebt. Oké, okay, jij hebt ook een decent one. Moeten we even kijken wat hun contestant is. Welk gebouw we pakken. Ik denk hier. Ja, ik denk hier. Kom maar. Ja? Ik denk, ja. Oh. Ja. Hi. Oh, lekker. Ik heb ik heb 2 shockwaves en een blauwe AR. 2 chugflash hier bij mij. Ja, laten we die gelijk poppen. Hoe was je dag verder trouwens, man? Ja, lekker man. Lekker gesport vandaag. Ja. Videootjes gemaakt. Veel belletjes gehad en zo. Dus ja, gewoon een. Zoals ik altijd zeg, een normale dag in de week, als het ware. Ja, maar ja, voor jou normaal is. Ja, nice. Voor jou normaal is het waarschijnlijk gewoon een standaard productieve dag. Ja, klopt man. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, elke dag gewoon lekker, lekker bezig zijn met YouTube, man. Doe niks liever dan dat. Oh, man. Ken je veel? Ken je iedere dag? Wat zeg je? Train je vaak? Train je iedere dag? Of hoe heb je een bepaald schema? 4 keer per week. Oké. Okay. Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. En dan vrijdag bij Joel Beukers. Lekker man. En dan die andere training gewoon met mijn personal trainer. Oké. Okay. Ik heb 3 minis, bij jou of niet? Hou die minis maar. Veel misschien kan je er iets zelf. Nee. Ik heb trouwens Chuck Splash, hier gooi je het. Oh ja, nice. Dan kunnen we gewoon knallen. Yes. Alleen de vraag is waar... Oh, hier zo man, in het gebouw. Hier. Oh, serieus? Oh ja. Ja. Ik zie het hier. Er ligt een blauwe sniper bij mij. Ga ik even pakken? Ja. Kijk maar. Oh, hier zijn er 2. Nice. Waar zit hij? Oh, hier ja. Bij jou. Nice, heel netjes. Down. Oh, netjes hoor. Oh shit. Ik heb mini. Ik heb minis, ik ben voorzien. Okay. Lekker. Goeie shit bro. Dat is lekker. Goed gedaan. Even kijken hoor. Er zijn sowieso nog meer mensen hier zo, dus pas op. Ja man, ik denk hierboven. Ja, hier, bij mij. Ja. Ik heb 2 blauwe snipers, ik drop er 1 voor jou. Oké, okay. Hij zit hier. Pas op. Ja. Ingeboxt. Lekker. Nou. Goed. Dat is nog heel erg riskant. Ik heb hier een blauwe tech voor je, man. Oeh, dat lijkt de sound of death. Ja, sowieso. Weet dat je die wilt, dus. Let's go. Zo, deze trap gaat een moeilijk stuk, joh. Ja. Ja, niet normaal. Heb je mensen nodig? Nee, man. Ik zit zo goed als vol. Dus dat is goede shit. Voor de rest niemand meer, toch? Nee. Top. Je kunt in principe gewoon dezelfde route nemen, hoor. Je hebt hier, wat wel misschien ook boot voor ons? Weten. Oh. Hier zo. Oh ja. Ja. Hier zwemt iemand. Even
kijken. Oh nee, nee, voor mij. Oh, hier is de Chuckspash dingen. Ja. Eentje 90. Goed. Eentje is letterlijk 1 AP. Die bij jou is 1 AP. Ja, top. Eentje bij mij. Ja, ingeboxd. Heb je? Ja, got him. Yes, let's go, man. Je bent niet nodig, joh. Ja, ik ben altijd echt zo'n pusher. Ik ga echt heel hard erop altijd. Dat is dan het, ja, enigszins nog wel een voordeeltje aan mij te noemen, denk ik. Ik push altijd zo hard, dat ze focussen toch wel mij. En dan kan jij lekker eromheen spelen, eromheen dansen, zeg ik altijd. Mijn duomaatje moet gewoon echt een burster zijn. Als dat gebeurt, dan wil het wel lekker gaan. Zo gek, what the fuck, hé! Hey! Ik heb dus blijkbaar net tijdens dat we al die kills hebben gemaakt een 50 euro en een 124 euro donatie gehad. Jeez. Eerst 50 euro van Bjorn. Hey man, kan hij doneren bij Johnny Boy? Dan maar bij jou. Nou Bjorn, ontzettend bedankt. Holy fucking shit. Dankjewel voor de 50 euro. Dikke hype in de chat natuurlijk voor Bjorn. En daarna kwam Parajax met de 124 euro. Harris en Matty, SO naar jou. Para, dankjewel. Holy shit. Holy shit, ik kan even de chat zowel voor Parajax als voor Bjorn. Dit is insane. Ja, dit is insane. Dit is echt insane. What the fuck, ouwe. Zullen we even deze twee chests pakken? Ja, is cool. Waar ben je? Ik zoek je. Ik ben hier in het midden, let's go. Goeie shit. Ik neem wel pepertje in, dan hou ik je even bij. Ja. Je hebt ook van die kristalletjes, hè? Weet je dat? Wat heb ik? Als je deze kristallen inneemt, ga je het naar buiten. Ja, man. Een soort van geüpgrade duimkruid is dat. Dat is goeie shit. Ja. Kijken. Oh. Hele goede manier om zeg maar gewoon van punt A naar punt B te gaan, weet je wel. Yep. Ik heb trouwens qua healing, bro, dat is wel handig voor jou om te weten, denk ik. Ik heb 6 minis, 3 medkits en 1 big shield bij me. Helemaal top. Let's go. Ik heb 6 minis en 2 church flash. Dus. Oh, sick. Dan zijn we zijn echt, voorzien. Echt goed voorzien ook gewoon. Yes. Nice. Zullen we even het zand gebruiken? Misschien kunnen we undercover iemand vinden, weet je wel. Ja, is goed. Ja, zeg maar, man. Neem maar de lead. Ik volg jou wel. Ja, het is. En als we iemand zien, dan doe ik gewoon de Roy. Ik duik er vol bovenop. Met gevaar voor eigen leven. Wat zit er een dikke delay in, gek? Holy fuck. Wat zit er een delay in als je op iemand wil schieten nadat je in het zand bent geweest? Dat is insane, gek. Een bepaalde animatie. Zo. Die is echt big ook gewoon. Ja. Het is al opgelost volgens mij, of niet? Betonborder 1988. Yo. Nice. Yo. Dag, je hebt hier een jetpack. Ik weet niet of jij die wilt hebben. Jezus, weer een 100 euro donatie van Bjorn. Sta weer bovenaan. What the fuck, ouw. Wacht, waar? Oh, wat is dit dan? Wat is dit? Ja, dat is een jetpack. What the hell, bro? Oh, wat lijp. Het is gewoon infinite. Die gaat niet weg. Je moet oppassen. Je moet daar wel mee oppassen, zeg maar. Ja, het is wel infinite, maar ja goed, als jij heel de tijd natuurlijk gewoon dit ding gaat blijven gebruiken, dan krijg je fall damage, hè? Ja, precies. Gast, ik neem die sniper wel. Neem jij die jetpack maar. Ja, oké. Die sniper is echt gekkigheid, ouwe. Wat de hel? Boys, ik ga wel even winnen. Wat de hel? Maar goed, dik hype in de chat sowieso natuurlijk voor Bjorn met de 100 euro. What the fuck, jongen? What the fuck, echt. Niet normaal. Echt niet normaal. 100 euro voor Bjorn. Dikke hype in de chat, sowieso voor Bjorn. 100%. Een baas. Ja, jongen, echt niet normaal. Een baas. Bjorn, gek. Holy shit, die is gewoon nu gewoon topgeneten met 200 euro. Helemaal lijp. Helemaal lijp. Hé, maar die sniper, doet hij een beetje goede damage, die Mythic Gun? Ja, hij doet 110 body damage volgens mij. Oh, lijp. Oké. Het is vergelijkbaar met een gouden snijf van Laas volgens mij. Lijp. Maar, je kan er ook op een bepaalde manier mee slaan. Heb je dat al getest? Ja. Wat? Ja. Dus, dit is gewoon een World War One gun dit. Ja. Dus, maar moet je nagaan, hè. Mensen zijn dan al zeg maar zo slim, dat op het moment dat jij bijvoorbeeld op height zit, weet je wel, je zit heel hoog. Ja. En stel nou voor, je springt hier vanaf. Dus bijvoorbeeld van hierboven. Ja. Vlak voordat jij landt, dan moet je zeg maar slaan, dan krijg je geen fall damage. Nee, shut up. Ja, man. Ja, mensen zijn wel echt slim met... Oh mijn god, ja, what the fuck, gek. Ja, man. Oh, dit ding is dan wel echt heel erg lijp. Maar hier is er wel maar één van in de game, dus. Ja, beter, anders was het echt fucked up geweest, denk ik, man. Ja, tuurlijk. Fately Vlogs, jij sponsor gewoon, dankjewel. Dankjewel voor de support. Right. Ja, we lopen rondjes, maar misschien kunnen we auto pakken. Ja, kunnen we gewoon een beetje wat sneller zoeken.
Oh, hier ligt nog minimaal hier. Hier binnen. Kijk eens, ik zie hier op mijn marker. Mijn blauwe marker zie ik mensen. Ik hou je op. Yo, kom maar. Noorden met 5 euro extra naar jou dat je Jani gunt. Yo. Ja, top. Geen probleem, jongen. Met Jani wilde ik al heel lang duo spelen, dus het is er nu eindelijk van gekomen. Dankjewel voor de 5 euro, Noorden. Let's go, hier, hierboven, man. Pof. Oh. Als je dat raakt, ouwe, kom op, hè. Joink. Oké, ik blijf proberen, ja. We gaan dit wel fighten, denk ik. Ja, sowieso. Ja, hier zo voor in de box. Waar is die nou? Oh, ze is achter me. Netjes. Pop je minis eerst. Ja, precies. Goeie. Goeie call. Ik doe wel shake dan. Nog eentje. We moeten wel over een minuutje weg, hè. Hij zit hierboven. Die laatste zit hierboven. Dus ik ga hierop, oké? Yo. Ja, hij is misschien naar beneden. Correct. Hij is 1 AP. Ja. 1 AP. Oh, hij is gekild. What the fuck? Kom maar aan, man. Ja. Hij zit hier bij mij. Hoor hem. Oeh, ik moet even chillen. Dat heb jij wel, denk ik. Oh, hij is geshockwaved. Ja, hij is geshockwaved. Ik zie het. Hij is richting zuiden. Geshockwaved. Zie je hem hier zo? Kijk eens. Oh, ja. Als je wil, je kan erop afgaan. Ja, ik heb geen moving. Dat is kut. Oké. Ik heb een bouncer. Oeh, dat is nice. Wat is dit? Oh, hij dipt hem helemaal. Ja, is hij weg? Ja, hij gaat wel echt weg. Is Ade hier. Ik zie hem in het zand, ja. Jammer. We gaan dat hij shock heeft gehad. Ja, sowieso. Ja. Man. Weet je, heel vaak heb je gewoon van die mensen die willen hun dood gewoon niet accepteren. Ja, klinkt heel bot, maar. Ja, het is fate, zo. You know? Het is zo. Je ontkomt daar gewoon niet aan, klaar. Ja, hij is met dat zand, dus je bent heel verkeerd, hè. Ik ga hem denk ik hier echt tegenkomen. Ik ben ook echt snel met die naar voren boost shit. Van die sniper. Ja. Dat is allemaal mobility, hè. Andere vormen van mobility. Ja, man. Nee. Vraag is, waar is hij? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat hij hier wel eens geweest. Ja, ik blijf hem gewoon volgen. Dat is namelijk altijd het moeilijkste van dit soort potjes. Gewoon letterlijk mensen zoeken. Yup. Ja, je wil snel wat omhoog natuurlijk. Wacht, ik ga deze even innemen. Ik heb zo een teleportstone ingenomen. Oh, hij is hier. Nee, hier is een ander duo. Oh, ik wacht, je bent ietsjes. Ja, ik kom eraan. Yo, ik build gewoon up. Ja. Weet even voorhouden. Hij zit hier onder mij. Ja. Oké. Hij bouwt omhoog. Ja. Hij zit hieronder. Ja, klopt. Oh, hij is 50 blauw. Hij heeft shield. Gecrackt, down. Oké, eentje boven mij nog. Ja, ik kom eraan. Ik ga gewoon naar beneden. Je wordt beschoten van ergens anders, bro. Mm-hmm. Ik kom naar je toe. Yo. Oh, hij is dood. Die guy bij jou, boven jou is dood. Zijn mens. Oh, naast mij. Ja. Ja. Eentje gecrackt, eentje letterlijk 1 AP hier zo. Deze zwarte skin is 1 AP. Ja. Hij is weggebounced. Ja, hij is dood. Top. Combo. Op top. Volgens mij heb ik hem geboxt, of niet? Hij is... Oh. Kijk. 1 AP. Ja, oh, lekker man. Let's go. Kom net vanaf de andere kant. Goeie shit. Ja. Heel netjes gedaan. Even kijken. Heb je een bouncer? Als je wil. Oh ja, ik heb er ook nog eentje. Ja, het gaat hier. Kom maar. Alles let's onder go. Controle. Goeie let's shit. Go. Let's go. Alright. Hoeveel kills heb je? 5 man. 5. Lekker. Oh, hier. Het komt de duo op ons af. Recht voor ons. Helemaal top. Pas op hoor, je kan echt heel hard gebeamd worden. Ga maar even healen. Doe ik. Geen big pot in? Ja, neem je tijd. Ik moet ook heel eventjes een mini poppen. Oh, ik heb te weinig resources, nou valt eigenlijk best wel mee.
Alright. Ze zitten volgens mij hier allebei. Yep, onder, eentje. Ja. Ja. Zit er dan top? Heb jij genoeg hier? Nou, ik kan wel even. 336 goud. Hier, kijk eens. Shit. Heb je toevallig nog een dikpot? Ja, hier. Yes, top. Laten we dit gewoon even. Zitten onder ons? Ik zou niet stilstaan op die manier, dan kan je gesnijpt worden, man. Oké, hij zit hieronder in een. Ja. Eentje hard gehit. Oh, heel hij zit helemaal cracked. Ja, knocked. Netjes, man. Eentje bij mij. Maar ik heb hem niet. Yep. Hij is dood. Let's lekker. Go. Oh, goeie shit, man. Let's go, maatje. Goeie shit. Zijn er goed voor qua healing en mats en zo? Even kijken. Ik heb nog één spot vrij in mijn inventory. Ik heb 6 minis bij me, dus neem ik hier deze bandies wel bijvoorbeeld. Weet je wat, hier pak jij dit maar, man. Ik denk dat jij dit wel gaat lijp. Doen. Ja, dat vind ik leuk. Maar stel ervoor, als jij dan in een lastige situatie komt, dan kan je gewoon weg in pilsen. Yes, goeie shit. Wil je die loose pakken? Loose pons? Ja, cool. Let's go, man. Laten we dat doen. Zo! Er komt weer een 200 euro donatie binnen van Para. En die zegt ik wilde normaal gaan gamen, maar ik ga eerst jouw stream kijken. Para, ontzettend bedankt voor de 200 euro donatie. Natuurlijk weer een dikke hype in de chat, jongens. Voor Para met de 200 euro. Holy fucking shit. Maal, jongen. Renique Overdijk is sponsor geworden, dankjewel. En Corny YouTube met de 3 euro. Hey, Roy, welke app gebruik jij voor opnemen? Ik gebruik OBS Studio. OBS Studio. Hey, hier duo? Ja. Kunnen impulsen? Oeh, je schoot volgens mij blij. Hey, laten we deze strat komen. Let's go, man. Oh ja? Oké, dus wat ik ga doen, laten we hier tegen, met onze rug tegen deze muur. Ik plaats een bouncer en dan kan jij misschien een impuls hier zo plaatsen. Yes, okay? Ja. Goed nemen. Ja, mooi. Woehoe! Let's go, bro! Ja, hier zo. Hier zo in het hout. Ja. Eentje 35 blauw. Zitten allebei op low. Mijn edit? Hebben geen hand. Ja, maar die heb je. Die blauwe heb je. Knocked. Topper onder je. Die heb je ook. Kill hem maar. Die heb je. Die heb jij, man. Ik heb hem. Hij is naar boven gegaan. Ja, lekker. Ja, ik heb hem. Nice. Holy shit. Let's go, man. Even kijken, hoor. Hier een paar scarf voor jou en floppers. Ja, komt de duo op ons af? Komt nu het duo op ons af? Zitten naast ons. Boven probeert up te beelden. Ik heb hide. Oh, nice, wat? 1x80, 1x80 op shield. Die met kerstmuts op, die is 80 hit op shield. Die ander zit op hide nu, die zit boven mij. Hij is dood. Ik heb er eentje. Hij is dood. Eentje nog 15 hit onder je. Ja, ik kom eraan. Ik heb zijn wall. Netjes, ja, je bent top. Ja, je bent een kandaan, man. Let's go, bro! Oké, nog een duo aan deze kant. Ja. We worden gesplieven, oh, je moet naar beneden. Gesplieven, dat betekent dat ze het naar beneden halen. Pas op. Oké. Okay. Halen er nu naar beneden. Ik boost. Ja, helemaal top. Box jezelf in, ik kom eraan. Box jezelf in. Knock. Laat hem maar komen. Wat heb je? Let's go, man! Wat ziek dit! Oké, ik neem twee minis in. Ik denk dat het computer is, maar hij kent waarschijnlijk die game dan niet eens. Hij denkt van, what the fuck is Spleef? Ja, hij kan vol op zijn dak, gek. Heerlijk. Hij is mijn mantie, maak je niet druk. Heerlijk. Nog één alive. Ja, I got you. Hier, Chuck Splash, die moet je even meenemen. Ja, top. Ja, dat is eentje, dus ik heb liever 4 floppers. Oh ja, nee, inderdaad. Dan heb je gereed aan. Wie vijf in. Hey, bro. Take this. Ja. Ja, ik heb twee. Oh ja, oké, let's go. Laatste wel vol push, gek. Ja, tuurlijk. Even kijken. Nee, we zitten bijna op de 20. Wow! Zo! Headshot snijpt, ouwe. Ja, weet ik niet waar vandaan. Ik lig hier nu onder. Wow, wat gek. Achter je? Ja. Ik ga stuk. Okay, wat een play. Kijk achter je. Oh, nog niemand. Wat doe je dit? Dit heb je trouwens tering slim gedaan, wil ik even gezegd hebben. Wat de fuck. Op je floppers, ik hoor voor je. Doe ik. Oké, wat we gaan doen, kom even hier naartoe.
Ja, ja. Op je minisma natuurlijk, op je minisma. Ja, done. Je moet in de lucht springen, oké? Okay? 1, 2. Ja. Hoppa. Ja, dit is spelen met een e-sporter, jongens. Hij zit boven ons. 15, ja. Nog een keer 30. Uit. Uit, ik zit ook op uit. Wat heb jij? Waar zit hij? Onder mij. Hij is gekekt, man. Hij is 1 AP. Yes! Hey! Let's go! Yes! Hoppa! Hey bro, dit was voor de 20 voor, man. Dit was goed! Dit was lekker, man! Heerlijk! GG's. Goeie shit, man. 5420 kijkers. Welkom op de livestream, jongens. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Gevaarlijk. En check sowieso Jani, jongens. Vergeet Jani Boy niet te checken. Is ook live momenteel. Lijpe shit, bro. Echt heerlijk potje. Dit zijn de potjes waardoor je echt even omhoog knalt. Goeie. Ja, lekker gedaan, man. Goed gedaan. Top. Lekker! Ik ga eerlijk mee zijn, Roy. Ik had eigenlijk verwacht... En dit bedoel ik niet eens verkeerd. Ik had eigenlijk verwacht dat ik je harder zou moeten carryen. Oh! Nou, dat is alleen maar goed dan, toch juist? Ja, maar, ja precies. Dus ja. Compliment. Maar lekker bezig. Lekker bezig. Ja, dit was top, gedaan, man. Dat was echt goed potje ook gewoon. Echt goed potje. Dank jullie wel voor alle GG's in de chat. Ik zie echt alleen maar GG en hartje in de chat staan. Dat vind ik leuk om te zien. Dank jullie wel voor alle positiviteit in de chat, jongens. We hebben echt een gezellige chat vanavond. Ik zit natuurlijk een beetje mee te gluren. Ik zie alleen maar berichtjes zoals leuk duo dit. GG's, Roy gaat lekker zo. En allemaal dat soort dingen. Dus vind ik leuk. Vind ik leuk. En het leukste is natuurlijk ook dat ik nu met iemand speel die wel degelijk heel veel ervaring heeft binnen Fortnite Arena. Waar ik dus ook echt dingen van ga leren. Dus dat ga je ook zien in deze komende sessies. Want dit zal niet de enige sessie zijn die Jani en ik gaan poppen. Sterker nog, aanstaande vrijdag voor de mensen die net de stream joinen. Aanstaande vrijdag spelen Jani en ik samen als duo in een JBL Quantum toernooi. Dat gaat om een prijspot van $75.000. Dus nee, het is echt goed dat we deze practice nu doen. Daar gaan we straks heel veel profijt van hebben. En dan komt er eventjes een €126 donatie binnen van Para Jax weer. Wat vind jij van dit seizoen? Ik vind dit seizoen beter dan vorig seizoen. Para, ontzettend bedankt allereerst voor de €126. Niet normaal. By far de top donator van vandaag met €450 in totaal. En dit seizoen vind ik veel beter dan het vorig seizoen. Absoluut mee eens. Om twee redenen eigenlijk. Ik had er net ook al met Jani over. De eerste reden. De tactical shotgun is terug. En dat is echt... by far mijn favoriete shotgun aller tijden op Fortnite. En ten tweede, je hebt weer Fortnite Duo Arena. In plaats van alleen maar solo of trio arena. En dat is voor mij ook een big win dit seizoen. Dus jullie gaan weer veel Fortnite livestreams zien op mijn kanaal. Absoluut. Goed om te horen, man. Lekker gemotiveerd. Ja, blijf, sowieso, man. Ik vind het echt leuk. Ja, kom, wat een potje net, hè, Jani. Holy fuck. Ja, hoe jij mij daar redde, dat was zo 200 IQ. De hele tijd muurtje en trappetje, de hele tijd me wegsmijten en zo. Dat zou nooit in me opkomen. Ik zou je gewoon één keer ingebouwd hebben en hopen dat hij niet zou slopen. Ah, dat soort dingen, dat is gewoon echt fucking intelligent. Intelligente shit, maat. Thanks. Ja, hij probeerde ons wel degelijk te beursen. Hij zat alleen met zijn P90's, dat hij, wat hij ook had, zat hij mee te rammen. Maar ja, het lukt hem gewoon niet, omdat je zoveel had ingebouwd. Ja, dat vond ik gewoon heel slim. Ook goede shit. Let's go down. Even kijken. Jij, ik heb jouw huisje alleen voor je. Oh, top man. Top. Laat het echt weten als er iemand komt, dan kom ik per direct ernaartoe. Yes, doe ik, bro. Ik heb het gewoon Dave gekregen van de afgelopen potje, maar ja, ik heb twee guys komen naar me toe. Oh shit. Oké. Even kijken. Nee, nevermind. Zit in dit gebouw. Maar er zijn wel twee guys. Ja. Zit in het gebouw gewoon te looten, zo te horen. Ja. Ik heb geen shotty. Mocht je toevallig nog een andere shotty vinden, laat het even weten. Ja, heb jij man. Healing op je? Anders heb ik een big voor je. Ik heb één medkit op me, net zo. Ik heb nu wel een shotgun, nice. Heb je nog een shotty? Nee man, eentje gevonden. Oké. Ik gooi naast jou een big bot. Kan je eventjes looten? Pak goeie shit. Ja. Jij moet wel eventjes meeste damage doen straks, denk ik. Want ik heb geen shotty nogmaals. Ja, dat is echt fucked up, man. En een, ja, dat zal ik zien. Ik ga even voor je zoeken, houden. Ja, nee, goed, als hij hier niet is, dan... Nee, oh, hier, ja, shotty. Ja, hier. Hey, ik laat de kogels ook voor je liggen. Ja, toch? Thanks. Auto, okay, bij mij. Ja, ik hoor. Ja. Hij stopt volgens mij hem te looten. Nee, hij rijdt door. Oké. Right. Let wel een beetje op je mensen, hè. Je probeert wel zoveel mogelijk te farmen. Mm-hmm. Ik ben bij je. Top. Hier liggen bandies bij mij. Ja, pak ik wel. Ik zie hier iemand.
Hier zo. Laten we hier naartoe gaan. Kom maar met me mee. Pak die bouncer. Laten we hier naartoe. Het kan wel even druk worden. Eentje down. Oh, zo. Lekker. Zit hier nog een paar mee. Pak die blauwe tag maar gelijk. Pas wel op je rug. Pas wel op je rug. Hij zit hier. Ja, dood. Oh, ja, topper man. Heerlijk man. Ik neem even één big pot in. Ja, doe je. Hier ligt nog een medkit, neem ik wel mee. Ja, en probeer een AK, wel altijd. Als je healt, vergeet nooit om je heen te bouwen, hè, bro. Goeie. Dat is wel een tip. Ja, je weet maar nooit. Nee, ik ben daar altijd heel bout in, inderdaad. Ik vergeet dat heel vaak en dan komt het me duur te staan, word gesniped of zo. Dat soort kut. Ik denk niet eens dat het zeg maar. Het is gewoon, denk ik, een beetje lui denken of zo. Ja, veel en gewenning ook waarschijnlijk. Ja, gewoon basics. Oh, hier voor me? Ja, ik zit in het grote gebouw nu. Tenminste erop. Hij zit hier, gewoon letterlijk op me. Yo. Ze hebben allebei een tag, dus hou hem. Oh. Oeh, ik ben 1 HP, ik chill hem. Yo, ik kom naar beneden. Ik pop even bandages. Ze hebben allebei een cashmere skin aan. Ik pop nog een bandage. En ik zie trouwens Chuck Splash, misschien moeten we even wachten met pushen. Oké, goeie. Ik kom naar jou toe. Even, geef me 1 minuut. Of 1 minuut, 1 seconde. Hier, kom maar naar mij. Oh, hier zitten ze. Ja, ja. Ik wacht op jou. Ja, hoor. Oké, deze deur. Ja, ze doen hem nu open. Ja, eentje. Oeh, down! Gatsie! Kijk. Ja. Heb je. Lekker. Lekker, man. Deze neem ik mee. Damn. Goeie shit, lekker. Heb jij wat shotgun kogels voor me en assault rifle kogels? Yes. Hoppa. Thanks, man. Sharing is caring, hè? Resource, heb je nodig? Nee, ik ben super fijn. Ah, top. Laten we even kijken hoor. Even checken of die er nog is. Ja, laten we hier naartoe gaan. Je hebt hier namelijk op mijn marker heb je altijd een slurp truck. Ja. Ja. Je hebt gewoon 100 shield of zo. Ja, is toch HP. Chill. Is toch chill. Ja. Ga dat hier gewoon even meepakken, inderdaad. Alright. Lekker door, jongens. Hey. Gewoon nog steeds 4700 kijkers. Niet normaal wat de support vanavond. Dank jullie wel daarvoor. Echt insane. En zoals gezegd, jullie kunnen meer streams van ons twee verwachten. Binnenkort het toernooi. En dan gaan we vlammen. Nou, we vlammen. Gaan we doen. Ik heb er en zin in en vertrouwen. Ja, man. Ik ook. 100%. We got this. Ik denk dat we minimaal die tweede ronde moeten kunnen pakken. Ik denk zelfs gewoon... Ja, moet wel lukken. Fuck it. We gaan gewoon voor die finale, gek. We gaan er voor. Kan. Let's go. Even kijken. Achter ons schoten. Even kijken. Zit hij op de kerk? Niet gehoord eigenlijk. Hoe ziet jouw healing eruit? Wat heb je? 15 bandages en 3 medkits. Helemaal fucked up eigenlijk. Ja, shit. Ja, want ik heb ook alleen maar 5 bandies. Dat betekent dat we... Ja, dat is echt ruk, gek. Echt ruk. Dat team moeten killen. Ah, we kunnen misschien wat chest looten hier zo in het midden. Ik denk dat misschien wat beter is. Ja, good one. Oh, dat is gebouwd. Het is echt vervelend als je mensen gaat fighten met alleen maar gewoon medkits of zo, weet je wel. Ja, dat is echt kut. Dat is echt kut. De kans dat je die gaat kunnen, zeg maar... Ja, innemen is gewoon heel erg klein in een fight. Yep. Oh. Pak het maar. Oh, ik neem zo mee. Ja, nice. Neem even die steen in, denk ik. Ja, tuurlijk. Oh, lekker pushen. Hier zijn al wel mensen geweest, hoor. In het midden hebben mensen al wat chests gepakt. Blijkbaar. Mm-hmm. Ik ga het zand gebruiken, dus. Yep. Ik kom eraan. Alright, komt het ammo mee hier. Even kijken. Ik zie hier echt helemaal niemand, hoor. Echt helemaal niemand. Moet jij ook wat bouncers hebben, Jani? Ik heb er nu 9. Ik heb, tuurlijk. Geef maar 2 of 3. Geef maar 2 of 3, why not? There you go. Top. Ja, top. Groene tag daar. Ik weet niet of je die al had. In die kist. Nee, ik ben vibing. Ik heb minis gepakt. Oh, nice. Lekker. Die hadden we nodig nog. Blauwe charge daar. Ik speel liever met een tag nu. Goed, man. Lekker. Dit, waar we nu naartoe gaan, is best een verbindende spot om te fighten, man. Je kan hier heel moeilijk bouwen. Ja, je kan waarschijnlijk ook niks slopen ofzo, of wel? Jawel, alleen, ja, zeg maar, je kan heel deze wanden, of zeg maar, al deze muren, die kan je niet eens pickaxen. Oh, fuck, dat is kut. Check maar even of er iemand is en... Ja. Cool. Dan hoor ik het wel.
Even kijken, check hier een beetje om ons heen. Nog steeds niemand gezien, dus... Nou, wat dat betreft zijn we fijn. Even kijken, nee. Nou, ik ga wel even in het zand. Ja. Je gaat nu wel ver vooruit hoor, dus... Ik blijf, ja. Kom maar. Nee, komt goed, ik scout gewoon. Mocht ik tegen een duo aanlopen, dan bouw ik mezelf gewoon in. Ja. Dus dan speel ik het in die zin gewoon op safe. Heb je wel genoeg mensen, Cetra? Ja, ik heb 500, 500, 500. Ja. Dus wat dat betreft top. Ja, kom maar aan. Even kijken. Nee, hier is ook helemaal niemand. Even kijken, wordt daar gebouwd. Ja, nu zitten we weer in die fase van de game, hè. Zoeken, zoeken, zoeken. Ja, dat is kut, hè. Ik heb er echt een hekel aan. Nee, wel bijna top 25 krijgen we weer arena points. Dat is lekker. Ja, ja. Hoeveel puntjes heb je? Ik heb nu 1300, man. Oh, vijfings. Dat gaat prima. Ja. Wat is het hoogste aantal punten dat je ooit hebt gehad? Ik heb een keertje solo 5700 punten gehaald, man. Toen was ik bijna helemaal solo champion geworden. Oh, netjes. Maar ik ben dus wel een keertje gewoon met duo arena ben ik, even kijken, wat was het? 6800 punten gekomen of zo. Ja, oké. Maar dat was dan ook met duo spelen. Hé, hier is iemand bij mij, hier. Ja, ja, ja. Oeh, oké. Ik ga trouwens een bulldozer overheen, ik kom eraan. Dat is wel nog waar, hij zit in je box. Is dat solo of een duo? Nee, duo, duo, duo. In de lucht, in de lucht, in de lucht. Giet hem er maar uit. Komt gaat, weer omhoog. Ja, hij is één keer achter hit. Ja. Knocked. Ja, netjes man. Shake is niet nodig, hè? Nee. Hij zit bij jou, hè? In de box. Echt? Oh. Ja, ja. Ik heb... Ja, lekker. Dat is ook precies wat we nodig hadden. Deze guys waren kinda stacked. Yup. Op pick. Let's go man. Ik pak hier even de minis mee. We got this. Een blauwe AR's, ook chill. Zo, fucking veel resources, goede shit. Oké, tot 12 hebben we ook, lekker. Ja. Ik heb nog één shockwave'je, ik heb 4 chuck splash, 3 minis. Ja, dat is het, qua healing. Meestal, dit is gewoon, ja, dit doe ik zelf ook. Op het moment dat je bijvoorbeeld iemand hoort impulsen, vaak is het zo dat iemand rechtstreeks naar boven impulst. Dat betekent, hij kan niet bouwen, dus dan kan je hem beamen. Het is free. Dan kan je gewoon uit de lucht sprayen. Ja, nou, precies. Goeie shit. Precies. Goeie shit. Probeer daar ook een beetje rekening mee te houden. Absoluut. Goeie tip, goeie tip. Even kijken. Nou, hier kunnen we even een gratis airdropje meepakken. Zo, weer shockwaves erin. P90 goud. Mag jij hebben, als je wil? Ja. Nou, we got this. Ik wil zo meteen iemand eventjes een headshot snipe geven. Ik zie zo. Oh, ja, lekker. Ja. Het is wel arrogant, ik heb, zullen we boksen met bouncer pad en shockwave? Ik heb shockwave. Ja, kom maar. Ik zet het er even op. Jo. Jo. Alright. We kunnen nog een keer shockwave, ik heb er nog één. Ik denk dat je die kan bewaren het beste. Ja? Ja. Oké. Okay. Bouw maar gewoon op height, dat is het beste. Je zijn misschien wel meerdere duo's hoor. Dus pas op. Uh-huh. Eentje bij jou? Ja. Shit on. Ja, dit heb jij man. Hoppa. Hoe doen we dat man? Even kijken, zouten. Waar is mijn dingen zijn? Ontstoten! Lekker go boy! Naast ons? Ja, ja, ja. Oh, dat zijn die bots. Oh, die hebben 50 met bots daar. Ah. Hierboven. Oké. Ja. Let's go. Let's go, man. Ja, ik zet echt veel te veel pressure, no, maar... Ja, is goed. Ik volg. Holy shit. Volgende tempo. Oh, je impulsen met me naar achter. Pas wel op, oh, pas fuck. Wel op, pas wel op. Nee. Dat is echt weer zo'n mooie actie tempo. Ook gewoon. Vandaag even de tempo. Ik kom eraan. Goed, yo. Echt weer zo'n rooie actie ook gewoon. Nee, die teammate wel. Lekker weg impulsen, dat is echt top. Oeh. Achter ons ook snipers, pas op. Ja, we kunnen. Die eentje gaat hier naar beneden, ik drop op hem. Ja, goed.
Shit on! Ben jij degene met de rocket of niet? Nee, ben ik niet. Wat is die andere guy? Oh, hier, ik heb hem gevonden. Oh, eentje nog bij mij! Shit on! Huh? Waar is hij? Ik kom eraan, bro! Ik heb hem! Nee! Pas op, bouw! Ja, ik ben fijn. Heb je iets nodig? Ik neem die twee minis in en dan kan ik chuck splashen. Ja, hier pop ook een big. Oké. Onder ons of niet? Ja. Mm-hmm. Op die big, hè? Zit die big nog niet zo. Oh, shit, sorry. Nee, geen stress. Heb ik nu? Hij zit hier op low. Yo. Hey, ik ga ook even chillen, want ik ga niet dood door een solo guy. Ben ik ready? Ja, let's go. Hij is solo. Hij speelt op Ultimate Low, hier beneden. Ja. Ik speel je wel van. Hij speelt heel sneaky hoor. Mhm. Maar hij is op top. Huh? Nee, deze guy is echt heel irritant. Is hij? Hij zit onder mij. Hij loopt heen en weer de hele tijd. Eentje, maar wat doet deze gast? Hij zit hier nu gepyramid. Wow! Oké. Oh. Hij heeft P90, man. Ik probeer hem te finishen. Lukt hem niet. Oh, deze guy is heel irritant. Ja. Hij hield nu. 5 seconden, gaat cirkel moven. Ja. Nou, deze gast is heel irritant. Ik ga je proberen te resten. Mhm. Hij zit naast je? Ja, gaat niet lukken. Ga toch proberen. Hey, yo. Ik heb minis, ik heb chuck splash en ik heb bouncy pads. Ik heb alleen weinig mats. Hier, heb jij impuls? Nee. Shit, oké. Pop je chuck splash maar. Ja? Ja, met mij. Ja, kom maar. Pop ook je minis uiteraard. Doe ik nu. Dan ga je mijn pad volgen. Ja, doe ik. Hier, kom maar in het zand. Ja, dit wordt te lastig, man. Ik weet niet of we dit gaan redden, maar... Maar niet uit. Ja, zo snel mogelijk gewoon gaan. Zo snel mogelijk gewoon gaan. Ik ga door het zand. Ja. Ja, gewoon gaan, man. Gewoon gaan. Letterlijk gewoon iedereen skippen. Niet eens. Oh, fuck. Ja. Up. Ik red het net niet. Maar niet uit. Speel jij maar gewoon uit. Ik ga mijn best doen. Sowieso. Oké. Ik moet dit redden. Ja, deze guy die wilde ook niet doodgaan, man. Nee, hij was fucked up moeilijk om te killen inderdaad. Zeg, holy shit. Ja, heel irritant. Ja. Echt lijp. Ik ga mijn best doen. Lekker, man. Of weer dat ik er gewoon dood ga, zeg maar, hoor. Nee, gewoon uitspelen, sowieso. Het is alleen maar leuk. Hoe sneller wij op het wat moeilijkere niveau komen, hoe beter de practice we hebben. Dus, Ja. Het probleem is, ik heb weinig mats. Huh? Oh, ik dacht even. Ja. Ik was zo confused, nou. Ik dacht, huh? Maar dat is gewoon die bot. Ja. Kijk hoor. Iemand is gekrekt volgens mij. Je hebt nog 100 mats. Ja. 70. Mannen. Oh, hier gelukkig bandies. Oh, dat is heel chill inderdaad. Kom ik heel goed weer weg. Ik moet zo meteen gewoon even een killertje hebben. Ja. Met. Ik moet ze eigenlijk laten fighten en dan third party. Ik denk dat dat de play is. Nou ja, sowieso. Je mag me gewoon coachen, hè. Ik vind dat gewoon, ik vind dat ook prima, man. Ja, komt goed. Je hebt 150 mats ongeveer. Ja. We zitten allemaal boven je. Yep. Nee, je hebt nog 9 alive. Yep. Nog 8 enemies. Het zijn er 2, dat is ook het probleem. Roy, je bent lekker bezig en Johnny boy, dankjewel Tijmen. Dankjewel. Naast me trouwens, voor het geval jullie denken, wat ben je aan het doen Roy? Naast me zit mijn kat. Edgar. Die rooie je. Is aan het chillen hier, hoor. Oh, lijp!
maken. Ah, hij is geshit. Ja. Lekker gast. Ja, dit is top. Dit is top. Nog 7 live, man. Ja, man. Dat is ook precies wat ik nodig had, gelukkig. Precies. Ja, je kan in principe gewoon wachten. Wacht op wat? Ja, op de storm. Ik bedoel... Oh, zo, jij zit echt goed, man. Ik denk als ik ja, nu gewoon... zit goed. Hey. Oh, wow. Speel maar uit. Een win is toch 60 puntjes extra, hè? Dus, I got you, let's go. Goeie shit, bro. Ja, let's go. Het, wat ik nog niet echt begrijp van deze sniper is zeg maar de bullet drop, man. Nee, klopt. Dat vond ik ook lastig. Toen ik hem net had, dacht ik echt van, hoe werkt dat ding nou eigenlijk? Want ja. Hij kwam een beetje... Ja, moet ik ook echt nog even aan wennen, laat ik het zo zeggen. Het is niet echt een happy sniper of zo. Ja, ik weet niet, het is heel apart. Ik moet eentje snipen. Ik had echt hard gevonden als dit een hunting rifle was geweest, man. Special gun als hunting rifle, weet je. 110, nice. Goeie shit. Oeh, oeh. Ja, ik moet even chillen. Bro, geen druk. Kijken maar 5200 mensen mee. Ah, ja. Oh, you got this, bro. Boom! Oh, jammer, gek. Jammer. Je hebt meer dan genoeg mats, geen stress daarin. Dus dat is top. Boom! Bro, ik was gewoon die sniper in life. Ik moet iemand snipen. Een beter. Maar hij beet mij ook, dat is heel irritant. Ja, ik had al geappt. Ineens gaat hij lief liggen, onze ad, maar hij is heel druk ineens. Ik probeerde net in één keer hierheen te lopen en zo. Onze Eddemuis, mijn kat. Oh, nu is die witte er ook. Scoopy. Nou, Scoopy heeft trouwens mijn kerstboom gesloopt, hè, kijkers. What the fuck, hè. Gelukkig niet die in mijn studio. Maar wel die in de woonkamer. Die heeft gewoon een kabeltje doorgeknauwd. Dus geen lampjes meer in de boom. Heb je veel ijzeren? Wat zeg je? Heb je veel ijzeren of? Heb ik veel ijs hier? Nee, huisdieren. Oh nee, ik heb 2 katten, man. Ik heb een rode en een witte. Edgar en Scoopy heet ze. Allebei even uit. Ja, super lief, man. Alleen Scoopy, dat is die witte dus. Die vreet altijd de kabels kapot. En dat heeft hij dus ook met de kerstboom gedaan. Dus dat is minder leuk. Ja, oh, ja. Dat is inderdaad niet zo fijn. Right. Oké. Je speelt het goed, Gianni. Lekker, man. Ja, ik ga mijn best doen. Je speelt het echt goed. Ik heb wel weinig mats. Oeh. Als hij nou toch even piekt. Ja. Jammer. Oeh. Hey joh, maar mij moet je helemaal niet focussen, maat. Hey joh, kom op. Doe dat nou gewoon even niet, joh. Kom op, man. Oh. Oké. Top. Nog ongeveer 400 mats. Oh, ja, nu heb je er meer dan genoeg. Oh, valt ook best mee. Hij had helemaal niks meer, die gast. Oh, kill. Nice. Lekker. Oh. Woehoe. Oh, jammer. Oh, het zijn er volgens mij... Nog 3 enemies. Oh, nee. En 2 op low. Goeie play weer. Ja, hij is ultimate. Ja, wordt te lastig, man. Ja, lekker. Goeie knock. Als je hem zijn elim kan krijgen. Lekker. Die Gianni, jongens. What the fuck. Boom. Oh. Nee. Oh. Jammer gek, zo close. GG's, ouwe.
13 HP. Dikke GG's, gek. Ja, het was echt... Het was drop of the ronde. Het was gewoon wie ze bullet ging als eerst connecten. Ik wist sowieso dat je zou raken, dus... Ja, nee, jammer gast, fucking goed gespeeld. Fucking goed gespeeld, ja, ouwe. Echt waar, 100%. Thomas de 3 euro, die zegt, hey Roy, what's up Thomas, dankjewel voor de 3 euro. Luna is sponsor geworden, dankjewel Luna, voor jouw support natuurlijk. En Rick met de 3 euro, groetjes aan Gijs, groetjes Rink, hashtag Royalistic Army, Rick. Dankjewel voor de 3 euro, maat, dankjewel. En dan gaan wij natuurlijk gewoon weer nog een potje spelen. Ja, neem ze allemaal maar gewoon even mee, Dave. Ja, lekker man. Want, ja, kijk, weet je... Kut. Ja, vertel. Ja, het was gewoon kut dat ik je niet gelijk kon reviven, man. Ah, oh, gast, daar kon je niks aan doen. Die guy was irritant, joh. Ik had hem echt bijna dood. Maar hij dacht, ik pak even mijn P90 erbij. Nou, voor ik het wist, was ik weg. Ja, kan gebeuren, man. Dat was niet normaal. Shit, Evans. Even kijken. Oh ja, ik verberg even de landing. Nou ja. Ja. Ik vind dit wel prima, Johnny. Wacht even, snel. Boom, ja, nu kan je het. prima, let's go. Ik heb hem gepinkt. Zo, bro. Let's go. Gaan we weer even vlammen. Zit er ook lekker in, man. Ik heb echt zin om gewoon lekker door te grinden. Ik weet niet, man. Ja, goed. Zit echt weer even lekker in een goede Fortnite vibe of zo. Ja, soms heb je van die momenten en dan zit je gewoon even in die momentum. Ja, zo is het, zo is het. Zit je niet flow? Zo heb is ik ook, het, maat. Ja, volgens mij jij vindt dit nieuwe seizoen ook wel beter, hè, dan de vorige, of niet? Ja, kijk, in principe, ieder seizoen heeft natuurlijk gewoon zijn pro en zijn cons. Ja. Maar, ja, goed, ik vind het nog wel een oké seizoen. Ik vind het een 7,5. Want heel veel mensen zeggen, ja, een 7,5, ja. ik kijk het ook meer vanuit een competitive aspect, en niet meer vanuit een casual, zeg maar, persoon. Dus. Snap ik, ja man. En dat voorbeeld wat we dus net bespraken over die vending machines of over die upgrade stations, ja. Ja, dat is wel echt Onde. Fucked up. Dat is echt een gemiste kans inderdaad. Kijk hoor, waar land je? Eens. Ja, land. Oeh, we gaan hier wel met een paar mensen landen. Wordt riskant. Okay. Geen kist bij mij? Nee, oh. Nee, ik ben dood. Ja, gaat iets sneller. Helaas. Nice! Oh. You got this. Die guy die mij heeft gekilled, hij heeft een groene tag. Nice. Misschien kan je inderdaad goed te parkeren, kijk maar. Naar boven. Nog een leer onder je. Ja. Is hier super druk. Oh, één nog. Fuck! Ik wilde ze replays pakken, maar toen ging hij net weer. Toen ik de replays wilde pakken, ging hij schieten. En net op het goede moment een edit. Slim man. Slim gespeeld van hem. Jammer. Kan gebeuren. Ja, toch nog één killetje kunnen pakken. Oké. Probeer. Hè? Dit is gewoon letterlijk een 50-50. Ik bedoel, als je met z'n drieën in een huis landt, of op een huis. Yep. Die als eerste het wapen pakt, voilà. Dan ben je fucked up, man. Als je geen wapen hebt, dan is er niks wat je terug kan doen. Nou, ja. Letterlijk niks. Geprobeerd. Daarom. Boukje 3 euro. Jou, ik doneer nog eens. Haha, maar gift hem een skin. Oh ja, inderdaad. Jij hebt nog helemaal geen skin op dit account. Moet je er een hebben, Johnny? Ja, kan. Moet je een skinnetje hebben? Dat fix ik zo. Hey. Volgens mij heb ik genoeg meer dan genoeg V-Bucks. Dus dat, Helemaal top. Thanks. Dan kunnen we namelijk voor net in stijl, weet je wel. Precies. Maar kan je, hoe heet het? Skins giften met gewoon je V-Bucks die je al hebt? Of moet je dan... Dat weet ik niet. Wacht. Dat was alleen met Battle Pass. Als je Battle Pass wil giften aan iemand, dan moet je gewoon dat betalen, als het ware. In plaats van dat je dat gewoon koopt op V-Bucks. Je kan alles giften. Je kan alles aan iedereen giften. Maar, kijk, wat wel zo is, en dat bedenk ik me nu net. Je moet ook voor een bepaalde periode al bevriend zijn met die persoon. Oh ja, dat is waar. Ja, man. Volgens mij is het één dag, of ik weet niet precies. Klopt, man. Dat is waar. Zullen we deze pakken, bro? Ja, kom maar. Ja, ik kan mijn beeld niet ongewisseld, maar dat maakt niet uit. Ah, boeien. We got this.
Even een winnetje poppen, let's go. Zo is het. Laten we kijken of we die 20 won kunnen overtreffen. Juist. Dat zou mooi zijn. Jet zegt trouwens 2 dagen. 2 dagen voordat je twee pas dagen. Iets gaat giften aan een nieuwe vriend, zeg maar. Maar je bent op gunnings, dat is aardig, thanks, thanks. Ja, geen probleem joh. Als het kon had ik het gedaan. Even kijken. Ja, dit is gewoon free man, jij kan jouw huis pakken. Er zijn wel een paar mensen aan de overkant, dus op mijn blauwe marken. Yo. Ja, mensen. Als je ready bent, dan kunnen we gewoon gelijk pushen. Ik heb een gouden AK. Ja, ik heb Big Shield en een SMG. Ja. Ik heb nu ook Taggy, dus dat is goed. Ja, ja. Oké, okay, nice. Ik heb alleen nog wat minis nodig eigenlijk en dan ben ik ready to go. Oké. Okay. Er lag er helemaal niks in mijn huis, dat is wel fucked up. Oh, hier nog een big pot bij mij. Moet jij hebben? Of heb je al iets van hier? Nee. Ik heb wel iets qua minis nodig, maar anders loot ik nog even snel. Ik loot het huis hier naast mij, oké? Okay? Ja. Wacht even voordat je pusht. Is goed, hier ligt nog dus die big pot voor jou. Pop die lekker zelf. Ja, ik heb er al eentje op zak. Oh, die moet ik wel even innemen trouwens. Ja, die moet je wel poppen natuurlijk. Hier voor mij, mensen. Ja, ik ben nog niet bij je, man. Ik doe even snel een chest en dan kom ik eraan. Yo. Ik pop nu een big pot en dan kom ik eraan. Yo. Ik ben 10 seconden van je verwijderd. Je hebt een bounty op je, dus dat betekent dat mensen je gaan mogelijk gaan hunten. Echt? Leuk. Ja, je hebt een bounty op je. Dat staat ook linksboven. Protect Royalistic NL. Oh ja, ja. Wij weten niet van waar... ja, hoe zeg je dat? Je hebt 3 streepjes. Mm-hmm. Oh, ja, hij hunten. 60, hij is white. Met dat soort... Ja, hoe zeg je dat? Is hij boven hem? Ik heb white. Ja. Yeah. Pas maar op. Ja. Eentje is 1 AP. Allebei 1 AP, joh. Wat? Hij is 1 AP, maatje. Dit heb je. Yes! Lekker. Ja. Topper. Je bent de topper. Ik ben eigenlijk wel Rambo. Ik ging in mijn eentje. Ja, gast, ik had geluk dat jij dat deed. Want anders ging alle aandacht naar mij. En ik had geen resource meer. Ik was fucked up geweest, ouwe. Dus... Ik heb me opgeofferd. Dus zo is het. Hier zo. Blauwe dingen van je. Of even een magic moment. Wacht even met het gooien van die chick splash. Ja. Alright. Oh, ik neem die harpoen ook wel mee, vind ik altijd wel lachen. Komt ie? Ja, ik ben ready. Deze heb ik ook voor jou? Ja. Oké, deze weg. AR. Ik word gecarried momenteel, man. Nee joh, ben je gek? Ben je gek? Goed, nee, oké. Alright, even resources een beetje farmen en dan... Hier ligt nog een AK'tje, ik weet niet of je al een AR had. Ja, ik heb een AK. Oh, zo, lijp ouwe. Voor jou is healing, of eigenlijk voor ons allebei. Nee, ik heb alleen 1 medkit bij me. Ja, daarom juist. Maar ik, even kijken hoor. Ja, dat huisje waar jij nu bent is niet geloot. En dan daar verderop ook, wat is het? Chuck is best bij me nu, goeie shit. Ja, kom maar af. Sterker nog, kom maar even naar me toe, dan gebruiken we samen. I got you. Kijken, nice. Nog nee. Gewoon een random vraagje, hè? Gewoon puur uit de belangstelling. Ja? Als jij zeg maar nu gewoon terugkijkt op je, ja, op je, om het even zo te zeggen, je Fortnite carrière. Ja? Wat is voor jou het meest mooie moment geweest? Voor alle dingen waar je... 100% dat ik werd uitgenodigd voor dat Fortnite toernooi, man. On stage met Ninja en zo, en T-View en dergelijke. Hoe heet dat ook alweer? Ik kom niet op de naam. Oeh, in ieder geval... ik weet het niet meer. Ja, ik kom er ook even niet op, man. Ik weet het niet meer. AK, lekker, die neem ik sowieso mee. En 100% dat moment dat ik in LA op dat mega podium mocht spelen, dat was zo lijp, ouwe. De Fortnite Pro AM. Fortnite Pro AM, ja. Dat was Ja. Zeg, by far gek, dat was zo lijp. Dat was echt niet normaal. Ja? Dus, was je een beetje zenuwachtig voor dat om ja, te maken van die mensen? Ja, 100%. Ja, man. Ik speelde ook gewoon letterlijk naast Ninja. Hij zat letterlijk... ja, hard, man. Gewoon 1 plek naast me. Dus dat was wel echt heel ziek. En dan speelde hij dus met een duo-maatje. Dat was dan een bekendheid. Internationale bekendheid. Ja. En dan een influencer/e-sporter. Dus Ninja speelde dan bijvoorbeeld een... volgens mij een basketballer.
Nou, ik speelde dan met een WWE-speler. Ja, dat is echt leuk. Ja, ja, dat, ja, klopt. Dat was echt super ziek. Ja, hard, man. Ja. Is by far hard. Dat, man. Sowieso. Sowieso. Ja, was dat gewoon meer vanwege de mensen die je daar ontmoet? Of gewoon echt vanwege gewoon de sfeer, gewoon alles erop en eraan? Ja, wat gereden, hele ervaring, of... man. Hele ervaring. Sowieso wel echt gewoon inderdaad veel mensen gesproken daar. Ook gewoon gesprek gehad met T-View, met Ninja, al die gasten. Dus dat was sowieso wel hard om gewoon ja, je voorbeeld in Fortnite gewoon in real life een keer te kunnen spreken natuurlijk. Ja. Maar ik denk vooral gewoon de hele experience, gek. Dat vergeet ik gewoon nooit meer. Ja. Weet je. Daar op het fucking hoofdpodium in LA heb gespeeld met al die gasten. Ja, dat is gewoon echt lijpe shit. Ja. Ja, geloof ik, man. Ja, hard. Ja, man. Sowieso. Even kijken. Resource is best wel lekker nu, man. Heb jij nog wat nodig? Ja, nee, ik ben top. Ja, ik heb eigenlijk 2 medkits. Ik heb wat meer minis nodig. Oh, die heb ik voor je, hier. Ja, thanks. Yes! Hoppa! Ik got this. Moeten we nog eventjes een cirkeltje pakken? Ja. Dat is best ver, man. Nou, het is best ver. Valt helemaal mee. Ja, we hebben een autootje. Als het goed is, heb je hier van die tonnetjes. Tenminste. Die zaten er altijd. Mhm. Ja. Normaal gesproken, eerst in het begin moest je ze zeg maar individueel allemaal hoe zeg je dat? Ja, omhakken of zo, weet je wel, kapot maken. Ja. Nu kan je gewoon hier gelijk in één keer krijg je een volledig effect. Wat? Ik bedoel? 2 piramides gewoon. Hop, klaar. Ja, ja, ah, goed. Sick. Je kan het gewoon met een bepaalde beeld kapot maken, of niet per se een piramide te zijn. Sick. Maar voorheen zou je weer lijpe tips hebben. Ja, ja, voorheen moet je ze allemaal kapot rammen, inderdaad. Precies. Dan doe je dat gewoon en ook klaar. Sick. Ja, ja. Lijp. Even kijken, nou ja, hier denk ik wel eens iemand tegengekomen eigenlijk. Ik hoop het. Hey, deze big potje. Heb jij die nodig? Nee, neem jij maar mee. Ik open even deze kist. Oh! Ja, pak maar! Ja, maat! Heerlijk. Dat zijn ze! Hey, ik hoor een impuls. Heel close-up. Een impuls? Ja, volgens mij wel. East. Okay. En oosten. Or I'm tripping. Alright. Missen? Ik heb de combi compleet, man. Ik heb een harpoen met een paar stack. Ja, lekker. Nou, geloof me, dat is magie. Dat is echt niet normaal. Ja, nee, sowieso. Die combi is zo lijp. Kijk hoor. Tot 12 hebben we. Ja, ik denk dat ik dingen hoor, man. Sorry. I don't know. Dat is niet erg. Ik pik je op met die auto en dan gaan we verder. Yo. Wat me ook opviel, je kan gold niet droppen, hè? Je kan het niet aan elkaar geven. Ja, dat is meer. Ja, Fortnite of Epic Games had een bepaald systeem in gedachten, maar ze zijn nog een beetje aan het experimenteren. Ja, precies. Op zich is het geen slecht systeem of zo. Maar. Ja, ik weet niet. Ik vind die upgrade stages, als het daarvan ten koste gaat, vind ik het wel zonde. Ja. Zo, dat ja, mensen kunnen pas op. Oké, even kijken, gaan we dat aanpakken? Want ze gaan waarschijnlijk niet naar beneden. Ze komen al. Ja, ja. Jouw bouncer of niet? Nee. Boven mij? Ja, oh nee, dat is controle. Oh, ik heb hem. Oh, blijf leven alsjeblieft. Blijf. Nice. Ik heb ze nu op ultimate height. Hij is bij mij. Kom eraan. Hij is boven me. Ik zie hem. Probeer hem weg te harpoenen voor je. Oh. Ja, daar gaat hij! Ik heb hem geharpoend! Nice. Waar is hij? Bij mij! I got you! Ja, gast, lekker! Dit was top, echt weer goede shit. Helemaal top, man. Let's go, Roy! Fucking go. Let's go, man. Even kijken. Ja, die was cool, man, die harpoen. Die heb je heel netjes gedaan. Ja, die was top. Hey, hier mensen, man! Wil je dit pushen? Storm komt er wel aan, hè? Oh, never mind, good call. Laat er gewoon lekker. Daar ga ik zo vaak mee in de mist in. Dan denk ik van, hé, hey, mensen, leuk. En dan ga ik erheen en dan kom ik erachter dat de storm niet echt mee zit, zeg maar. Oh ja, gaan we zand? Ja, kunnen we gewoon lekker snel gaan. Let's go. We gaan lekker, bro. Ik vind het ook fucking gezellig.
Helemaal top. Ja, man. Ja, let's helemaal go. Top. Zoals ik eigenlijk ook al verwacht had hoe onze stream zou verlopen, zo verloopt het ook gewoon. Carlo, ja. Gezellig. Ja. Goeie place. Helemaal top, man. Leuk. Ik wil eerlijk even, mijn stream gaat ook super hard, man. Ja, gaat goed? Haha, ja. Lekker, gast. Lekker. Nee, heel blij. Heerlijk. Hoeveel kijkers heb je nu? Hoeveel live-kijkers? Chat? Ja, eigenlijk zou ik dat heel eens. Ik durf niet te altabben. Oh, je kan dit niet zien nu? Ja, nee, ik kan wel altabben, maar ik heb het zeg maar niet. Ik heb die YouTube dashboard niet klaarstaan, zeg maar. Ah, oké. 1.8k, man, dus dat. Ja, ja. Zo, morgen, ja, lekker, ouwe. Ja. Ja. Dat is sowieso heel dik. Lekker, gast. Ja. Is je gegund, bro, sowieso. Ja, nee. Even kijken. Hier blauwe techie, man. Wil je die hebben? Ja, ik heb een gouden. Nee, hou op! Ik dacht, ik ben hard met mijn paarse techie. Komt hij even aan, hè? Die guys die wij killden, die waren super, super, super sterk. Holy fucking shit, gek. Lekker, man. Ja. We kunnen wel misschien ietsjes meer richting, zeg maar, zuiden gaan. Gewoon hier op Edge. Want die guys komen natuurlijk daar vandaan, hè? Is goed. Oh, je wordt gehunt. Oh jee. Ik word gehunt. Als je zeg maar een bounty op je krijgt, dan moet je linksboven kijken naar je threat meter. Of threat, threat meter. Ja. Hoe meer steentjes, hoe dichterbij. Zijn. Ja. Ja, je hebt 3 streepjes gedaan. Let's go, man. Even kijken. Oh, het threat is nu 2. Ja. Kom naar jou toe, ja? Is de threat dan 2 van hoe ver ze bij jou in de buurt zijn of hoe ver ze bij mij in de buurt gewoon. Zijn? Ja, ja, van mij bedoel ik. Ja, oké. Okay. Als je boven. Ja, oh, bij jou, ja, bij jou, bij jou. 80. Nee, 80 op hem, 80. Goed. Oh, oepsie. Ijsburst! Ja, dit heb jij, man. Is hij knocked? Kan je hem. Oh, die andere guy is hier zo. Achter deze vrachtwagen, man. Yo. Letterlijk hier achter, hij speelt heel sneaky. Hij is zo uit het zand gegaan. Ja, ja, kijk eens, 80, 120. Goed. 120. Dat heb jij. Ja, heb ik. Ja, lekker, man. Lekker. Let's go. Hier ligt niet echt shit waar we wat aan hebben, volgens mij. Let's go. Oké, cirkel moet weer de andere kant op. Ja, we zijn chillen. Kijk eens, hier zo. Hoi. Hier. Ja, goeie. Okay, let's go. Loopt een guy achter en er is iemand nog daar verderop. Jij hebt ook Havix ogen, jij. Ja. Where is it? Lekker, man. Lekker. Oké, daarboven zitten ze, ja. Let's go. Oh, achter je, Jani, achter je. Ja. Ja. Weg, harpoens. Oeh, nice. Knocked. Ja, nice. Ik haal hem gewoon van je reet af, gek. Let's go. Sick. Oh, die andere heb jij ook al. Heerlijk. Dit was echt lekker, ouwe. Oh, oh, oh. Waar zijn die anderen dan? Hij zit er boven, of niet? Ja man, zit er boven. Ja, auto links van ons, auto links. Ja. Chaos. Ja, harpoen maar lekker, joh. Ligt daar nog een harpoen? Volgens mij wel. Ik zag daar een nieuwe harpoen. Ga je even halen? Hier, ik heb hem hier, kijk. Oh. Hier, oh. Pas op. Ja, ik heb geen hits gehad, dus dat is top. Alright. Pas op cirkel, bro. Ja. Oh wow, ik ben heel scheef. Eentje zit onder me en eentje. Ik zie het, heeft me gehit met snipe. Ik kan minieren, dus dat is fijn. Ja, ja. Heb jij toevallig nog een big pot? Nee. Ja, hier zo, kijk eens. Kijk maar. Top, lekker. Maar. Ik neem nu medkit in en naar de big pot. We moeten weg voor cirkel. Dus ja. Bounce je pet gewoon lekker weg. Ja, kom maar naar boven. Ja, is goed. Nee, trouwens, ik heb geen bounce, wat zeg ik? Ik heb geen bounce. Ik heb wel, ik heb 5. Ah. Wil je hebben? Okay. Moet je even op mij droppen? Ja, kom maar. Ik moet hier inderdaad weg. Ik heb gedropt. Ik volg jouw pad. Hier zo. Heb je wat mats verspeeld? Dan kan je misschien nog wat mats oppakken van de oude build fight. Nee. Ik kom eraan, man. Geef een momentje. Hier zit er eentje in de storm. Hij bouwt up. Die anders loopt erachter. Ja. Oh, zij zijn enemies van elkaar. 2x30. Ja. Eentje 47. Hij is echt fucking weak, deze guy. Hij is echt weak. Ja. Je moet niet stilstaan. Pas wel op voor die snipe. 38 in de storm. Ja. Hij kan nog maar niet raken, joh. Pas op, hoor. We moeten ver lopen, hè, bro. We moeten ver lopen.
vastblijven. Hij is harpoen. Knocked. Nee, hij is nice. Kan je hem killen? Kan je hem killen? Ja, gewoon doorlopen, gewoon doorlopen. Nee joh. Ga je waarschijnlijk dan? Nee. Ga dit redden, kom op. Bro, dat red jij sowieso. Ja, yeah, dat red ik. Ik heb medkits voor ons. Lekker, lekker. Ik wilde je net vragen inderdaad. Ja. Dat kan wel goed uitkomen. Ja, anders zijn we fucked inderdaad. Oh, hey, ja, oh, hij zit erboven, hij zit erboven, hij zit erboven. Ja, we zijn chilling, kom maar, volg me hier via links. Kom yo, maar. Yo, yo. Ja. Ja, netjes. Oeh. Oh, onder. Medkit gedropt, hierzo. Yo. Oeh, lekker, maat. Oh, wat sick. Oh, wow, dat komt zo goed. Ja, echt, hè. Niet normaal. Haha, let's go. Daar kwamen we inderdaad heel goed weg. Ja. Alright. Oké, okay. Moeten we oppassen dat we niet gesniped worden of wat dan ook? Nee. Heb je genoeg met? Nee, man. Ja, 790 heb ik, dus ja. Ja, dat is wel binnen. Nul hout, maar dat kan ik hier wel een beetje fixen, dus dat is top. Ja, zeg maar, wat zou je willen pushen? Misschien hierboven? Ja, is goed, man. Oh, ja, kijk, je ziet zo. Nee, hij glijdt naar beneden. Gekrekt! 120! Oh, lekker, 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 lekker! Oh, hij moved. Ja. Hij is 1 HP. Nee joh. Ik heb dit. Hij is dood. Ja joh. Ja, lekker. Zo. Hier, kom maar, kom maar. Ja, eentje knocked. Even eentje down gewoon bedoel ik. Gefinished. Ja, top. Wil je wat heals of zo? Of meds of iets? Pak maar hier beneden. Nee, hoeft niet man. We hebben nog één enemy. Zit hierboven. Oh! Ja, aan jou de eer. Kom op man, maatje. Dit heb jij. We gaan met een pickaxen. Geboxed. Waar is die nou? Hij is 80. Kill hem maar. Hij is gekrekt, dit heb je. Mm-hmm. Hij raakt in paniek, hij weet niet wat hij moet doen. Dit heb jij, man. Hij zit helemaal op top. Ik ga hem splieven, oké? Okay? Ik ga hem naar beneden hakken. Pas je op, ik hak je naar beneden. Ik hak je nu naar beneden. Waar ben jij? Let's go! Let's go, maatje. Lekker, man. Let's go, boy. Lekker, lekker, lekker. Goed potje weer. Yo, yo. 1800 arena points. Points nu, dus dat is ook goed. Ja, let's go. Lekker. Besef, hè, we waren bijna dood, hè? Ja, zo. Hell yes, maat. Daar kwamen we heel goed weg. Zo, dat scheelde niks. Dat scheelde echt niks. Let's go. GG's. Top. Hoplate. Hoppa. Hoppa, lekker hoor jongens. 4700 kijkers, welkom allemaal bij de livestream. Superleuk dat jullie met zoveel mensen al de hele avond aan het kijken zijn. Dat vind ik onwijs leuk om te zien. Dus dankjewel voor de support. Dankjewel voor alle GG's wederom in de chat die nu massaal worden gespamd. Lekker hoor jongens. Leuk, leuk om te zien. En aanstaande vrijdag dus een toernooi van JBL. Met een prijspot van $75.000. Die ga ik dus ook samen spelen met Jani. Vandaar dus deze practice sessie. En die zullen nog wel meer komen deze week. Dus dat wordt leuk. Ja. Houd het in de gaten. Ik ga ook een beetje mijn research doen over misschien gewoon betere strats of zo. Of betere plekken waar we naartoe kunnen gaan. Ja, is goed man. Top. Voor meer of minder. Ja, hè, voor meer of helemaal minder kills. Helemaal top. Dat komt wel goed man. Zullen we deze landing pakken bro? Ja, let's go. Jawel. Dit is van ons, hé. Dit is de goede shit. Deze stap is van dit is de goede shit. Nou, dat is een leuk potje net weer, man. Ja, let's go. Top gedaan. Jij pakt echt op het juiste moment gewoon die kills. Je helpt me echt super goed, man. Ja, top. Ja, eentje had ik echt gewoon volledig uit je reet gehaald, zeg maar. Die ja. Kwam in je rug. Hij die dacht, ik pomp hem even in elkaar. Ik harpoen hem weg. Ja, boom, tactical op zijn reet. Dat was instant gone, gewoon. Dat ging helemaal stuk op. Dat was echt lekker. Let's go, man. Ja, dat was echt lekker. Oké, okay, let's go. Let's go. Nee, ik had this. Ik ging echt helemaal stuk op die kill, gewoon. Belangrijkste kill. Belangrijkste kills was dat. Let's go. Doe jij wel eens in de nacht trainen? Random vraag. Doe jij wel eens in de nacht sporten of trainen? Heb ik wel eens gedaan, maar eigenlijk nooit meer man. Ik deed het wel eens met Don dan. Dan gingen we gewoon hier chillen. En in de avond hadden we niks te doen. Dan gingen we gewoon even een nachttrainingje pakken bij mij thuis. Maar eigenlijk ik kan blauw lang.
Ik denk dat... Ja, nee, trouwens, ja, prima. Voilà, ik ben bij jou. Oké. Okay. Kistje. Ja, ik ben de laatste tijd een beetje aan het experimenteren met de tijden, man. Ja? Ja, dus zoals ik al bijvoorbeeld net zei, ik ga dan vanavond trainen. Gewoon tot smak. Kijken hoe dat een beetje is. Ben benieuwd, gast. Ja, ik... hier zo. Een deck voor je. Oh, ja, lijp. Ik ga het sport ook wat serieuzer nemen. Dus ik heb plan om binnenkort te gaan bulken, man. Kijken hoe dat een sick beetje... Sick is dat, hè? Maar, ja... Weet je wat het is, bro? Ik ben iemand... Ik heb altijd heel veel moeite gehad met heel veel eten. Ja, ja. Dus ja, dat bulken gaat echt nog een proces worden. Snap ik, maar man. Ik wil... En dan moet je echt dedicated gaan eten op bepaalde tijden en zo. Ja, goed. Oh, bij mij. Yo. Oh, down. Hier, ik doe even shaken. Oh, bij mij. Nee, shit. Oh, hebben we hem? Oh, let's go. Hoppa. Dag, hoor. Oh, kut. Gedaan. Zo, heb je mini nodig? Ja, ik heb minis nodig, man. Heerlijk gedaan, man. No problem, let's go. Zo. Hey, lekker, man. Ik ben benieuwd hoe dat proces verloopt. Ga je dat ook filmen? Ja. Ik heb toevallig, ik weet niet of je dat misschien meegekregen of zo. Ik had een challenge gedaan afgelopen maand. Ja. Deed ik iedere dag 200 push-ups. What? Toen heb ik dat ook vastgelegd en ik heb gewoon gekeken of dat zeg maar, of mijn borst wat meer volume zou hebben. Want ik vind van mezelf dat beter kan. Eentje nog? Ja. Finished. Nice, Jan ging in het toilet. Je zit daar nog ergens. Je kan daar dikke match pakken. Ja, hier beneden, maat. Hier beneden. Yo, kom eraan. Oh. Is hij gepeerd? Hij heeft het toilet gepakt, ja. Ik weet niet waar die toilet naartoe gaat eigenlijk. Ik ook niet, man. Er zit nog eentje in het gebouw. Waar zit hij onder mij? Hoor ik, Huh? I don't know, man. Waar de hel is die dan? I don't know. Laten we gewoon doorgaan dan. Of... Oh, hij zit hier. Hij zit in het zand volgens mij. Je moet kijken naar zo'n... Ja. Hé, gaat weer hier naar beneden? Wat doe je, gast, joh? Ja, ik heb echt geen idee, ouwe. Hij pakt het toilet weer. Oh, wat de hel, maat. En dan kom je dus hier uit, of niet? Hé, kijk eens. Oh, hier beneden. Ja, hij zit hier. Nog eentje. Oh, what the fuck? Wow! Wat, had ik hem nou geturnd? Ja! Oh, leid. Lekker. Heerlijk gedaan. Oké. Oh my days, what the fuck, het was dus een duo. Ik was zo confused, ouwe. Ja, ze ging even verstoppertje spelen, maar dat kan niet meer. Nee, zo is het. Dat gaat het niet worden. Maar wat lijp, ouwe. En je hebt het ook echt volgehouden, die challenge. Oh, gereboot? Ja. Ja, dus nu, wat ik ga nu een 3 weken app-challenge doen, man. Gewoon buiten spelen. Sick. Ja, sick. Man. Zo, dedicated, man. Ja. Hoezo? Oh, hierzo. Oh. Oh, shit. My bad. Hij zit op me. Nee, jammer. Jammer, gek. Nee. Jammer. Ah, it's my bad. Ik zat ineens op hem en daar ging ik. Ik was shit, om die fight aan te gaan, dus dat was fucking. My bad. Maar lekker, ouwe. Dat is echt pure dedication. Dan gaat jou sowieso ook wel die... Die andere challenge lukken, man. Dat bulken, dat gaat sowieso lukken. Het gaat namelijk puur om de dedication. Ja, ik heb nog niet echt een eetschema, man. Eigenlijk. Ik weet niet of dat ook echt nodig is. Ik ben niet echt echt expert van dat, maar... Dat heb je wel nodig dan. Veel rijst eten. Veel rijst eten, zoete aardappel, allemaal dat soort shit. Okay. Je moet echt hoog in je koolhydraten gaan zitten. Ja, true. Dat is het. En dan kan je ook fucking zwaar trainen. Dat is die combi. Want dan ga je dus echt sterker worden. En je wordt massiever natuurlijk. Ja. En dat is de ultieme combi. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien, man. Ja, man. Ik ben ook benieuwd. Moet maar even over update als je maandje sowieso bezig bent of zo. Hoe het bevalt. Sowieso. Top. Ik heb wat is het? Ik heb nu sinds kort zo'n ding gekocht. Wat is zo'n mass gainer gebeuren? Ja. Ik weet niet of dat ook echt ideaal is of zo, maar voorheen heb je het nooit zo'n weight gainer is dat. Ja, precies. Ja, precies. Dat heeft mijn broer wel eens gebruikt, man. Die kreeg echt zo'n zieke plofkop van. Dat was insane. Oh. Dus, maar die gebruikt ook echt voor mijn gevoel wel een beetje te veel van die meuk. Oké. Okay. Dus als je 4 van dat soort shakes op een dag neemt, dan ga je fucked up. Oké. Okay. Ja.
Giften, wie zei, ik wil hem heel graag giften, jongens. Maar dat kan niet, want je moet daar minimaal 2 dagen lang vrienden voor zijn op Fortnite. Dus dat wordt hem niet. We hebben elkaar echt net geadd, omdat dit het alt-account is van Gianni. Klopt. Maar anders had ik het gedaan. Anders had ik hem zeker iets gegift. Let's go. Alright. Ja, goed, laten we gewoon weer lekker daar landen. Gaat zo, in principe ook prima. Ja, het gaat lekker hoor, het gaat echt lekker. Net was gewoon even fucked up dat die guy gepre-aimed op mij zat. Ik kon niet echt wat doen. Alright. Nou, richting die 2000 punten, is lekker. Ja, ik zit hier op 2400. Oh, netjes. Kom goed. Netjes. Komt goed. Netjes. Je hebt een prima drop, alleen... Kijken. Oké, dit keer zijn er maar 2 of 3 trio's, dus niet echt al te veel. Oh, ja, nee. Land jij lekker daar. Yo. Ik pak het huisje naast je en dan gaan we gewoon weer lekker pushen. Ik heb groene charge. Ja, prima. Ik heb Chuck Splash. Oh, nice. Ik heb minis. Ik heb je taggy. Oké. Wauw. Ik heb heel veel utility, maar geen enkel wapen. Meen je niet? Nee. Ja, bij mij ligt er 1 groene charge. Ja, ik kom eraan. Dan gooi ik even Chick's response. Ja. Kunnen we gelijk. Iemand is hier omhoog gegaan met de impuls. Pas op hoor. Ik heb geen mes ook meer, dus ik kan niet echt pushen. Je moet even wachten. Hij zit op shield. Push hier nou. Hij zit hier naast me. Ja. Geen mes, dat is geen shit. Ja, ik kom eraan. Ja, shockwave hier. Nee, daar ben ik. Waar ben jij? Het probleem is, ik heb geen mes. Ook geen tag. Shit. Oh, wacht even. Ik ben zo maar. Ah, oh, hij is one shot! Fuck! Hij is echt letterlijk one shot. Ja, maar het zijn er 2. Ja, klopt. Ja, die andere beelden op me. Die was eerst niet. Oh. Nee, je hebt gelijk. Even. Het zijn er 2. Ja. Yep. Netjes! Ja. Hey, die tank doet echt heel weinig damage, hoor. Ja, lekker, ouwe. Fucking goed gespeeld. Nee, let's go. Rebootje heeft nog 38 seconden. Ja, I got you. Top. Oeh! Okay. Netjes gespeeld, ouwe. Lekker. Ja. Heerlijk. Let's go. Ik heb ook minietjes voor je, dus... Netjes. En dan moet dat was komen. Dat was een klein beetje spannend. Soms ga je er wel ietsjes te hard op in, man. Ja, dat vind ik. Daar moet je maar aan wennen. Dat is altijd zo bij mij. Ja, komt goed. Dan heb ik gewoon te weinig geduld, weet je. En dan denk ik van, ah, fuck it. Ik ga er even aanpakken. Dan schiet ik hem 84 wide. En dan komt zijn maatje. Oh. En dan ga ik dood. Ja, oh, thanks. Hoor. Ja. Al die, je weet waar je die wapens kan vinden. Ja. Kunnen we zo meteen gewoon gelijk een dingen pakken? Wat is het? Een slurptruck? Ja. Dat zit op 200 HP. Ja, ik heb mijn loot weer terug. Goeie shit. Ik had er iets te veel, dus. Nice. Ik had een grijze tag en een groene AR. Dat is letterlijk wat ik nu nog steeds heb. Ja, dat is niks. Geen healing ook? Ik heb, ja, 2 Trick Splash, dat is really it. Oh ja. Ga je even ophalen. Yo. Is alles hier al looted dan? Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Geen idee, man. Ik hoop net dat er misschien nog wel 1 huisje even looted is ofzo. Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb in ieder geval Chuck Splash, dus dan... Oh, nice. Nice, dat is al top. Kijken. Met kitjes hier? Hier is geen chest. Ah, waarom gooi ik dit eigenlijk? Ja, nee, ja, goed, whatever. Stop. Ja, is prima. Stop lekker. Zullen we met die auto VLP'eren dan? Ja, let's go. Die zie je zo, hoor. Let's go!
midden gaan. Even kijken of ja, is goed. Is goed. Let's go. Oké. Okay. Ik denk dat Champs op zich nog wel moet lekken hoor. Als wij gewoon de komende dagen gewoon gaan spelen. 100% man. Het gaat nu al gewoon goed. Alleen soms push ik gewoon iets te hard. Maar ja, dat had ik je vooraf al verteld. Dat is echt precies hoe ik altijd speel. Dat is fucked up. Deze pakken. Ja. Kijk natuurlijk hoe hoger die visie, hoe moeilijker de tegenstander. Maar dat komt wel goed, denk ik. Ja joh, komt goed. Laatst een SMG, maar dat boeit als niet zo. Oh, hier is gewoon nog een looted. Lekker. Ja, helemaal top. Hopen dat we hier iets uitkrijgen, man. Yep. Oké. Okay. Pak deze. Kijk eens, minis. Opa. Oh, nice. Als je wil, kan je deze geven. Dan heb je zelf ook nog iets. Ja, thanks. We gaan gewoon een kristalletje of zo. Die steen hier nemen? Ja. Oké, waar ligt er een? Oh, hier. Je kan deze kristalletjes ook gewoon kapot maken door te bouwen, hè? Het is voor je info. Yes. Oh, die kan je ook door te bouwen? Ja, 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 ja. Je hoeft niet per se echt te hakken. Nee. Die kristallen. Ja. Mensen hunten. Let's go. Je moet alleen oppassen met deze rotzooi dat het, wat heb ik? Ja. Heb je bounces nodig trouwens? Ja, als je wil. Ja, hierzo. Kijk eens. Thanks. En qua shotgun, ja, ik heb één grijze taggy, dat is het. Dus ik doe niet heel veel damage. Hier, anders pak jij deze. Hier, pak jij die van mij maar. Oh, maar top, goed. Thanks. Ja. Ja, dit is wel edge eigenlijk. Ik bedoel, het heeft niet echt veel reden om nu buiten de zone te gaan. Nee, klopt. Klopt. Ja. Even kijken. Dit kan unlooted zijn, man. Ik zie hier echt helemaal niks overgehakt. Ja, ja. Laten we maar lekker looten. Dus let's go. Dat zou wel chill zijn als we daar wat uit kunnen halen. Snipertje. Ja, unlooted. Ik heb hier big pot. Small fries. Ook een goede plek blijft dit, hè? Dat is Kyrios. Ja, klopt. Hier kan je ook gewoon nog steeds metal farmen en zo, hè? Ja, echt lijp. Ik zie daar nog een kist. Ik heb hier een gouden shotgun, maar die wist. Schiet op mij, ja, dat is gewoon. Die zijn best wel gevaarlijk. Fucked up irritant, holy shit. Er zijn ook pauwpertjes te hebben. Heb jij behoefte aan een big pot? Oh, hoe sterk zijn die inderdaad? Hebben ze een mythic gun ofzo? Die hebben een. Eentje down? Ja. Ik gooi chuck splash met ons, oké? Ja, is goed. Right. Kom maar naartoe. Yep. En dan kan deze ook. Ja, die bots zijn heel irritant, man. Zo, niet normaal, joh. Right. Ja. Hey. Nou, nog 31 alive. Ja. Snel. Zo. Kijk. Ik heb nog één big pop bij me, één mini en 3 medkits. Oh, hier? Heb ik jou nog een extra mini? Top. We got this. Thanks, thanks. Hoe lang sport je nu trouwens? Doe het nu denk ik 3 jaar, man. 3 jaar. Okay. Maar serieus, echt op niveau zoals ik nu doe, dat doe ik nu denk ik 2 jaar of zo. Oké. Okay. Ja, man. En dan doe ik ook gewoon elke zomer droog trainen, in de winter weer wat meer bulken. Okay. Nu zit ik aan bijvoorbeeld in mijn bul. Ja, ja. Dus ja, dat vind ik wel leuk om te doen, man. Ik ben er echt, het is echt meer dan een hobby geworden. Het is echt part of my lifestyle gewoon nu. Dat is goed, man. Ja. En dat zit je ook in je vel natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Absoluut, gek. Zeker. Het heeft echt invloed op hoe je je voelt, hoor. Yep. Echt, ja, ik heb dat zelf ook een beetje. Ja, chill. Doe dan nog niet... Oh, zie je mensen? Ja, top. Doe het dan natuurlijk nog niet echt zo serieus als jij of andere mensen. Maar ik merk wel natuurlijk hoe meer je sport. Of als je gewoon sport, als je lekker gewoon blijft bewegen. Ja, want het is ook bewezen, hè? Het is ook gewoon daadwerkelijk bewezen. Het is niet alleen dat mensen het roepen en je moet het maar zien. Het is gewoon daadwerkelijk ook bewezen dat het zo is. Naast mij. Eerder achter mij. Oh. Ik neem Becky in. Eentje 105, die achterste. Die vrouwelijke professor skin, oké? Okay? Die witte professor skin. 105. Die kunnen we pushen. Dat is van ons. Oh, ik probeer hem nee te schieten, maar het lukt hem niet. Misschien kan je hem beten.
Oh, pas wel op, pas wel op. Je moet even healen, bro. Je moet healen. Hij is echt one shot. Echt 1 AP. Ja, 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 1 AP. Ja, okay, okay. Maar, oh mijn god, wat fucked up, ja, jongen. Ja. Echt 1 AP de konijnenkop. Ja, helemaal top. Nice. Dan heb je dat waarschijnlijk ook wel. Oh, hij finished mij. Oh. Oh, kut, sorry. Ik wil net naar beneden kruipen. Fucked up. Dat was niet eens zijn knock, hè, dit. Dus hij heeft er letterlijk helemaal niks aan. Hij finished gewoon om het finishen. Ja, maar... Hij kon alleen match ermee krijgen. Dat is het enige. Healing kreeg hij er niet van. Kijken, wat kan ik voor je meenemen? Lelijk, ouwe. Heel lelijk hoe dit ging. Oh, goed, oh, goed. Ik neem gewoon lekker een... Hier. Op even deze big en dan ga ik je gelijk reboot en salty. Top man. Weak is niet echt meer juist de woord voor die guy. Hij was letterlijk een scheet en hij was dood. Ja, hij die, was alles inderdaad gewoon... Klopt. Ik hoefde hem alleen aan te kijken en fucked hij up gewoon. Ja, alleen aankijken en hij was dood. Ja. Ja, precies. Letterlijk. Zo weak was die. Fucking hell, joh. Let's go. Ja, soms heb je gewoon even zo'n potje dat je... Het lukt gewoon niet om iemand dood te krijgen. Echt 1 HP de hele tijd. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. Nou, dat is nu. Maar ja, boeien. Ik merk wel, zeg maar, dat heb ik ook een beetje, daarom zeg ik het. Op het moment, zeg maar, dat ik iemand weak heb, dan heb ik gelijk tunnelvisie. Ja, dan wil je hem hebben. Dus dan vergeet ik eigenlijk gewoon bij wijze van de basics van, oké, ik ben weak, ik moet even healen. Ja, weet je wel, dan wil ik zo snel mogelijk die feit opgelost hebben. Ja. Maar dat is, goed, dat doe je het zelf ook wel natuurlijk. Nee, maar ik waardeer zo'n tip wel, man. Oh, waarom gaat dit niet open? Heb ik je alles gegeven? Hier, ik hold het voor je. Er komt een rocket aan. Ik ben weggehouden. Ja. Ik mini. Dit wordt een feit. Dit wordt een feit. Ja, vind ik leuk. Gaan kijken of ik nu wel iemand kan killen. Oh, ja, hij zit inderdaad bij mij. Hij komt eraan. Pas op. Eentje down, holy shit. Holy fuck, hij is dood. Nice. Eén iemand zit hier geboxt. Waar ben je? Hierboven. Helemaal omhoog, oké. Okay. Ja. Blijf, gewoon opboksen. Doe ik. Ik heb geen healing, dus... Ja. In de lucht. Geet 1 keer 31. Goeie. Hier. Nog een keer 26, nog een keer 26. Waar zo dan? Waar is hij? Oh, ik zie hem, Ja. Ik weet niet wat jij doet, maatje, maar... Nee! Dat meen je niet! Oh, wauw. Hij is weg, hij is helemaal weg. Hij is letterlijk helemaal voor je. Hij is gewoon echt kilometers ver. Je hebt daar lekker minis. Blauwe AR. Dat is goed. Je bent shit. Die en die. En dan die weg. Oh, daar is deze ga ik meenemen voor jou. Okay. Damn, daar had ik niet dood mogen gaan. Yo, boeien. Ik ben al 5000 keer dood gegaan in potjes, dan mag jij ook wel één keer. Ja, oh, hier zit iemand. Okay. Als we lopen inderdaad met rebooten, mocht je dat willen doen. Hoeft niet. Mm-hmm. Lekker je tijd nemen. Volgens mij is er al iemand bezig daar, man. Nee, denk ik niet. Neem je tijd. Gewoon inderdaad eerst even goed scannen. Ook om je heen bouwen natuurlijk, als dat kan. Wil je zo om je heen bouwen? Je kan hier echt letterlijk... Oké. Okay. Hierboven zitten ze. Horen ze dit? Dit horen ze, hè? Ja, 100%. Oh, shit. Kom op. Yes! Ik drop een shotie. Ik drop health. Ja. Top. Oké. Okay. Helemaal top. Boven ons. Ja. Kan je naar mij komen? Ja. Waar ben jij? Oh, daar. Ik heb hier alles voor je. Ik heb hier een big pot, ik heb hier alles. Nice, bro. Kom maar achter. Bij mij. Ja. Neem me niet in. Ja. Waar ben je? Big bolt in. Ja, ik hold voor je. Big shield nu. Ja. Hier, ik heb er nog eentje voor je. Ja, goed. Nee, weak. Oh, hij is weak. Nice. Je kan me resten, denk ik. Ga misschien zo... Weg. Impuls maar. Impuls maar lekker. Nice. Je hebt nog 3 impulses. Je bent echt super vibing. Je hoeft niet per se te fighten, hè? Mhm.
Goeie kant. Ze zou kunnen... Ja, je kan misschien gewoon zo meteen chillen. Denken dat ze... Ze gaan je wel willen fighten, man. Je kan inpilsen. Nice. Je hebt 500 meds. Eet je nog op top. Hij gaat je proberen te snijpen, pas op. Nice, heel goed. Dat is een third party. Jij wordt ook naar beneden geknald. Je hebt nog een net. Oppassen, boven je. Kill hem. Ga de, ja, drop hem maar op. Oh. Zijn teammate is daar. Doe je... Speespel. Huh? Op low. Ultimate... Ja. Heb je. Let's go. 5 seconden voor mijn kaart. Waar ben je? Waar ben je? Oh, ja, ja, naast je. Ja, ja, in die battle. Huh? Achter je. Oh, waar de fuck? Oh, daar. Ja, daar. Nee! Oh, door die muur zat je, maat. Ja, jammer. Tering, sorry, gek. Ja, heel goed gespeeld, man. GG's. Oh, mijn god. Ah, dit is janken gewoon. Dat dit, Hele leuk. Je speelt lekker, man. Even kijken, hier zijn ze. Heel goed. Dit heb jij, man. Maar nu ga je echt de ultimate pusher Roy zien. Die echt gewoon soms heel dom is, maar af en toe iets leuks doet. Je doet je best. Hij is letterlijk onder je inderdaad. In het huisje. Oh ja, hij zit in die garage, hier beneden. Mm-hmm. Hij maakt wel gebruik van het zand, hou er rekening mee. Ja, zie je dat bolletje daar beneden? Mm-hmm. Ja, laat hem maar lekker. Jij kan ook gebruik maken van het zand, hè? Yes. Goed bezig, man. Okay. Je hebt een paarse tank ook. Dat is. Heerlijk. Yes, gedaan. Nice. Boven je, boven je. Nice. Oh. Ah, top 5 hadden we. Top 5 hadden we. Dat is lekker. Je hebt goed gespeeld. Dankjewel, dankjewel. Zonder van het kaartje, maar je hebt echt goed gespeeld. Oeh, ja, dat kaartje, gast. What the fuck? Ik dacht echt, waar is die nou dan? Want ik dacht dat die in de stash van loot lag, maar hij lag dus achter dat muurtje. Dat is dan echt moeilijk te zien of zo, man. Ik kan niet dood worden gegaan. Dat is mijn bed. Ja, we hadden allebei niet gezien dat hij achter die muur lag, hè? Dat was fucked up. Je speelt netjes. Je speelt netjes, man. Thanks. Ja, jammer dat hij in één keer boven me zat. Dat is fucked up. Ik moet... ja, kijk, weet je wat het is? Zeg maar, ik... ik onderschat mijn tegenstanders af en toe, weet je wel? En dan raken ze me zo hard. Ja. Ze zijn zeg maar per definitie super goed, maar ze raken gewoon super hard, waardoor je gewoon, ja... Als je ja, één keer... Ja, ze burst je gewoon. En dan ben je gewoon dood. Nee, dan ben je fucked up. Maar komt goed. Fucked up. Ja, ik werd van echt alle kanten ook aangevallen net, man. Dat was jammer. Maar ja, die positie zag ik mezelf ook weer een beetje. Die impulse play is 200 IQ. Wat zeg je? Die impulse play was een 200 IQ. Dat had je sowieso niet voor. Die was wel lekker, hè? Ja, die had je net gedaan. Dat was lekker. Heerlijk. Even kijken. Ja, laten we gewoon weer hierin gaan. Oké, let's go. Ja, toch? Vanaf nu, dit is gewoon Roy Towers. Zo is het, maat. Okay, let's go. Ik vind het echt een lekker plekje. Echt een lekker plekje ook gewoon. Echt top. Alright, here we go. Here we go. Right.
De hele tijd als we uit de potje zijn, joh. Iedereen in mijn chat, gift hem. Ik heb het 10.000 keer gezegd dat ik hem niet kan giften, omdat we nog geen 2 dagen matties zijn op Epic. Omdat het alt-account is van Gianni. Als dat wel zo was, had ik hem gekift. Alright, let's go! Hi. Ik zal er zelf binnenkort even wat V-Bucks op gooien. Haal ik een skinnetje. Lekker man, lekker. Ja, goed. Iedereen valt het gelijk dan op, hè? Dat is echt sick. Ja. Iedereen ziet gewoon, even geen skin, dan moet er een hebben. Je komt zelden nog, zeg maar, noobskins tegen. Eerst was dat echt natuurlijk een soort van, ja, een hype, zo, omdat Tfue ermee speelde, weet je wel. Dat was de eerste Tfue skin. Ja. Ja, in de loop van de tijd is dat gewoon een beetje, ja. Ja, die blonde default skin, toch? Ja. True that. Alright, let's go. Ik ga best wel een kutlanding hebben, zie ik nu. Oh. Zeker. Jij kan misschien hier botten. Waar? Oh. Ja, hier zo. Oh ja. Ja, jij bent Dave. En ik kom dan gewoon zo meteen naar je toe, man. Lekker. Gaan we gewoon lekker. Oh, ik ga nu eventjes. Oh, special chest. Lekker. Even paars taggy. Of niet? Oh nee, nevermind. Oh. Nee, een AR. Even dat die paars tag was. Oké. Okay. Nou, is dat lekker natuurlijk. Ja, ik ben nu al eigenlijk kleine down to 5. Ik heb een prima loadout. Ik heb 4 chuck splash en ik heb nog 1 mini. Oké. Dan kom ik eraan. Ja. Kunnen we ons gewoon even chuck splashen. Ik heb nog geen shotgun. Dat is wel fucked up. Oké. Nee, die heb ik niet. Right. Er zitten wel een paar mensen naast me trouwens. Yo. Kijk, kom naar jij misschien inderdaad naar mij kunnen komen, ja? Ja. Achso? Ja. Ze zitten boven ons, bro. Pas op. Ja, ze zijn echt een fucked up. Nee, man. Ik ga terug naar het rode gebouw. Ja. Oh, is fucked. Eentje is weak. Een grijze voetbalskin is 1 AP. Oké, goede call. Let me know als je een shotgun vindt. Hij zit heel hoog boven je, man. Ja. Ik heb eentje, ik heb een tag voor je, man. Nice, bro. Kom maar aan. Ja. Ik ga via de walls naar binnen. Ja. Ik heb een blauwe tag zelfs voor je. Hier zo, pak die blauwe tag maar. Goed. 8 shotgun bullets, heb je nog? Nee. Ja, tuurlijk heb ik voor je. Hier zo. Thanks, maat. Op, zijn added. Heb je weg. Mijn bed, er zitten 2 kids onder je. Eentje is weak. Kom eraan. Benokt! Dat heb jij, die andere heb je ook. Ik ben veel beter. Duo nog bij jou? Kom eraan. Wow. Er zijn zoveel mensen. Eentje 650. Ja. Hij is onder je 650 white. Ja. I got you. Goed, lekker. Oh. Goed gedaan. Woe! Netjes. Dit was wel, ik denk dat dit tot nu toe in deze livestream mijn beste fight was, ouwe. Ik heb 0 damage gepakt en ik heb ze echt zwaar gehit allebei. Ja, goed gedaan. Let's go. Goeie shit. Heb jij nog spare minis? Ja, ik heb er 4. Dus ik ga jou er 2 geven. Okay. Ja. Heb jij shotgun bullets? Nee, maat, ik heb helemaal niks. Ik heb 0 spare. Fucked up. Let's go. Alright. Ja, dit was een goede fight, man. Dit is lekker. Ja, let's go. Ik heb alleen wel eventjes die slurptruck nodig en dan zijn we goed over. Yes. Ik heb eventueel nog 1 church splash ook. Ja, maar die hoef je niet te gooien. Die hoef je echt niet te gooien. Die kunnen we gewoon lekker sparen voor vandaag. Ja, helemaal goed, man. Ik pak hier even een kistje nog. Volgens mij is dit hele huis in de hoede, dus dat is toch. Lekker. Kijk, die zocht ik. Een harpoen. Ja. Alright. Kijk, wie ergens een autootje. We worden wel gehunt. Mm-hmm. Of jij wordt gehunt. Ja. Heb je wat assault rifle kogels voor me? Ik heb er 118, dus ja man. Ja, nice. Een stuk of 20 of zo mag even, stoppie. Oh. Ja. Ja. Ik dacht juist van, improviseer. Ik laat het dicht voor je. Leuk. GG. Wat lachen. Even kijken. Ja, laten we gewoon jouw kant op gaan, man. Cool, hier zijn nog kisten zo te horen. Alright. Zit je ook goed op mes en zo? Mm-hmm. Ja, ik heb nu ongeveer 400 in totaal, dus dat is top. Ja, dat is cool.
Rob met de 3 euro, je weet het hè. In Fortnite geldt ook de 1,5 meter maatregel. Succes met de stream, man. Dankjewel, Rob. Ja. Nou, gelukkig hier niet. Gelukkig in Fortnite niet. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Anders hadden we allemaal de tip. Precies, precies. Nice. Pak jij maar even een slurp truck, heb ik niet nodig. Ja. Even kijken. Er zijn wel mensen geweest. Ja, man, ik zag het inderdaad. We kunnen wel echt heel dicht zitten nog. Die kunnen wel close zijn inderdaad. Misschien zitten ze bij dat huisje op de zijde ofzo. Kijken. Oh, ze hebben ook een special chest gehad. Ligt de P90 bij. Oké. Ja, die kan je pakken. Hey, ik hoef hem niet, man. Oké. Okay. Ja, ik pak hem wel. Top. Je kan daar iemand zo snel mee sprayen. Dat is ja, zo lijp eigenlijk. Alright. Let's go. Waar, oh waar? Dat is de vraag. Wat is de vraag? Dat is de golden question. Helemaal niemand. We kunnen misschien zelf ook een bounty. We kunnen misschien zelf ook een bounty, ja. Oh, lachen. Eliminate the player. Hier. Yeah. Top, ik heb Kish hier. Zie je nu die gele radius op je... Ja. Dus zeg maar, ja, binnen dat gebied is dus zeg maar degene die wij moeten killen. Lachen. Nog een kist. Dus, ja, die bounty geeft ook gelijk natuurlijk die locatie vrij van je tegenstander. Ja, precies. Oh, blauwe, jij heeft veel voor jou? Ik ben, oeh, nice, ja, nice. Heel, heel nice. Ja, ik vind het prima om gewoon voor de push te gaan, man. Vind ik prima. Let's go. Ja, wij worden ook getarget. Oh. Oké, okay, dan moeten we ook even rekenen mee. Hier nog een big, ga ik even pakken. Dan heb ik 2 bigs bij me, 5 mini shields. Oké, okay. Ja, ik heb 2 minis. That's it. Dus ik zit dan best gestackt. Hier, krijg jij nog 1 minietje van me, ja? Ja, top. Hey, thanks. Ja. Oh, nog een big pot. Ik heb 3 big pots bij. Nice. Uit. Ze zijn hier. Ik zie een lama. Ik zie een lama trouwens. Echt? Ja hier duo, hier duo. Zit hier, man. Oké, dat zijn ze. Ik wacht op jou, ja? Ik hou hem in. Beneden? Nee, hier zo. Hieronder inderdaad. Geen idee waar precies, man. Ja, we zijn heel sneaky nu, man. Yep. We kunnen letterlijk overal zitten, man. Ja, fuck dat gebied hier inderdaad, zeg. Oh, ik hoor ze. Ja, ik ben bij jou, ja. Hier ergens. Ben je niet zeker, hoor? Ja, hier ergens. Hier beneden hoor ik ze. Hier beneden. Bij mij? Ja, bij mij. Kom eraan. Nee, ja, dan ga ik weer zo hard dood, man. My bad. Snap je? Oh, nice! Oh, heel nice! Je hebt tijd. Je kan hier inderdaad niet goed bouwen. Je kan misschien een minietje nemen. Oh, fuck, bro. Ja, ik word zo hard gehit. Man. Ah, jammer. GG, dat die guy nog eventjes moeten finishen eigenlijk ook. Jammer. Ja, Bordo Shark is goed geworden. Bordo, dankjewel, maat. Dankjewel voor de support. Ja, fucked up. Deze kill bouw ik van, man. Dat ja, even moeten finishen eigenlijk. Ik ging daar dan waarschijnlijk ook weer iets te snel in. Ja, nou ja, ik was aan het zoeken hoe ik daar überhaupt kon komen. Want het ene kon je wel slopen, het andere weer niet. Het was echt lastig om daar je weg naar beneden te werken. Ja, klopt. Maar, dat is dus zeg maar het nadeel van die POI. Precies, man. Ik snap nu gelijk wat jij bedoelt, ja. Ja. Ik snap nu echt gelijk wat je bedoelt. Of wat dat hem 3x20 geraakt, man. Ja. Shit. Fucked up. Ja. Fucked up. Maar lekker boeien, we gaan gewoon nog een potje doen. Ja, toch? Nog maar 10 puntjes zit ik op de 2K. Dus, oké, okay, nice. Helemaal goed. Op hoeveel begon je? Ik begon vandaag op 890 of iets. Dus we zijn sowieso hard vooruit gegaan, man. Dat is wel chill. Oké. Dat is wel chill. We moeten nu eigenlijk gewoon even lekker hot drop landing hebben. Dat zou chill zijn. Dan zie je er gewoon even in de lobby heen gaat. Een verandering als je wil. Dan land ik nooit, man. Nee? Nee. In de zin van, ik weet daar dus niet goed de kistjes te vinden en zo, maar we kunnen het wel doen. Oké. Ja, Lazy gaat waarschijnlijk wel echt een hotspot worden, man. Daar gaat het echt... Dan gaan we gewoon. Let's go. Dan gaan we gewoon, man. Ja. Ik
Ik denk dat ik gewoon, zeg maar, tijdens die fights ook een beetje het tempo moet verlagen. Want ik ga soms iets te snel erin. En zoals ik al net zei, in het vorige potje, ze hit gewoon zo hard af en toe. Ja, ja, maar ja, boeien. Hij goed, maar ze hit zo hard. Kan gebeuren, man. Wat dat betreft zijn we dan wel allebei hetzelfde, want ik ga er ook altijd veel start in, dus ja. Maar ja, dat is soms ook gewoon een voordeel, hoor. Vaak is het een voordeel. Als je gewoon allebei fucking hard pusht, dan krijg je ze heel snel nog natuurlijk. Ja. Even kijken. Dan een veel meer. Ja, dan heel veel mensen. Dus dat is goed. Dat is sowieso goed. Dat is sowieso goed. Kijken, onder mij wordt geclaimd. Oh, misschien land maar anders bij mij. Land maar bij mij. Ja, waar ben je? Oh, daar. Ja, kom maar aan. Onder jou zit één iemand, man. Ja. Ik heb hem gelijk. Lekker. Ik heb full healing voor je als je naar mij kan komen. Ja? Er zit wel een kei hier zo. Ik hoor hem, man. Ik zit in basement. Kom maar aan. Ik ben bijna bij je. Oké. Oh, hij zit bij mij. Ja, ja. Kom maar aan. Ja. Down. Je zo kijk eens. Ja, oh, thanks. Ik wil hem serieus gewoon gaan pickaxe anders. Ja, ik zweer. Het is geen wapen. Nee, ik heb helemaal niks. Oh, wow. Ik heb nu een AK. En ik heb hier nog een kistje, dus dat is top. Even kijken. Ja, ik voel het. Dit wordt van ons. Even kijken, deze gaat weg. Deze gaat neem ik mee. Oh, mijn camera inderdaad. Sorry, jongens. Ik moest mijn scherm vergeten switchen. Ik zie in één keer mijn hele chat gespamd worden. Als de camera vergeten switchen. Nou, op zich gebeurde er niet veel boeiends, jongens. Ik had niks. Dus ik kon niks doen. Dus ik moest hopen dat Jani het. Dat Dani de day kon saven, zeg maar. Een beetje Captain America stijl. En dat deed hij ook. Dus dat was top. I got you. Let's go. Dus dat was top. Hier loopt er eentje. We gaan de grond. Ja. Ja, ja. Momentje. Ik ga ervan. Ik heb hier een tag trouwens voor je. Ik heb al een grijze. Thanks. Ah, oké, oké. Ik ga iets omhoog. Hij pakt de auto vanaf beneden. Dat ben ik. Oh, dat ben jij? Oké. Ja. Ik ga nu naar beneden. Ja. Zit hij in je onder je? Ja, onder mij. Ja, ja. Oké, okay, hier zo. Ik heb een trucje. Kijk eens. Kom maar hier naar beneden. Oh, wat de fuck is dit? Hier. In zijn box. Oh, daar ga ik weer te hard in. Nice, die andere heb je. Nice! Holy shit. Oeps. Zo, let's go. Jij had mij in het begin, nu heb ik jou in het begin. Let's go, bro. Holy shit. Lekker bezig, man. Oh, komt toch een duo aan? Komt nu een duo aan? Oh, oké. Okay. Oh shit, bro. Chicks gooien. Yo. Heb je nog meer chicks toevallig? Ja, ik heb er twee. Oké. Okay. Oh, boven mij. Oh, je bent helemaal daar, joh. Wow, oké. Ik kom naar jou toe, Johnny. Ik ben in jouw box. Ja, kan je die chicks misschien gooien? Ja. Bite. Kijk hoor. Nee joh, die guy zit gewoon in mijn box. Go, eentje knocked. Nee, oh, je hebt een third party. Hij wordt gekilled door iemand anders, een ander team. Oh, dat meen je niet. Ja, dit is heel zonde. Dat heb je. Nee joh! Nee! Mooi, 2 AP! 2 AP! Ik moest reloaden, kutzooi gast! Oh mijn god! Oh, net je moet reloaden. Weer die shit in hem zo hard, man. Oh, stop, ouwe. Shit. Oké. Okay. Dit is echt. Okay, okay. Dit is nou weer echt balen gewoon. Nou, wel die 2000 punten gepasseerd. Dat is wel lekker. Je speelt lekker. Maar jezus, ouwe, wat een kutzooi. Ik moet. Oh. Fucked up, ik moet denk ik eventjes een skinnetje halen. Ik ga dat doen. Ja, misschien gaat dat gewoon wat extra glitch. Ja, wat boost of zo. Ja, ja. Oh mijn god. Nico met de 3 euro. Hey, je bent echt een. What the fuck? Echt te gek? Oh, dat staat er. Echt te gek. Ik dacht tegel. Maar er staat, hey Roy, je bent echt te gek. Ik ben een grote fan van jou. Ook al heb ik niet zoveel geld. Dit verdien je. Nico, dankjewel maatje. En remember, doneer natuurlijk alleen als je het kwijt kan. Als je 18 plus bent. Ik heb het allemaal ook in mijn beschrijving staan. Maar als je zegt, ik heb niet zoveel geld en dit verdien je. Dat waardeer ik enorm. Maar hou natuurlijk je geld gewoon lekker voor jezelf. Als je het niet zo breed hebt. Als je het niet kwijt kan. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar Nico, onwijs bedankt maat voor de 3 euro. Let's go, man. Even kijken. Ja, fuck it. We gaan gewoon weer.
We gaan alweer. Kijk. Ja, joh. Oh, ouwe, ik baal echt van deze man. Ik had hem zo bijna gek. Had ik hem in kunnen bouwen, had ik de healing kunnen pakken, had ik zijn resources. Fucked up shit. Je had ze sowieso allemaal kunnen killen als het laatste team niet zo nodig even kwam, hoe zeg je dat, opdagen. Klopt. Nou, het andere duootje had ik wel volledig. Heel goed gespeeld. Volgens mij had ik er 5 of zo. 4 of 5 had ik er. Oké, let's go. Ja. Let's go. Gianni en Roy zijn dream duo. Juist, man. Sowieso. We hebben wel een beetje, maar... Wat zeg je? We hebben er al 2 gewonnen, maar het moet niet blijven bij 2, hè? Nee, zo is het. Zo is het. We zullen nog even een potje winnen. 2 al, voor mijn gevoel 1. Maar, of is het... Nee, we hebben er 2 gewonnen. Ja, klopt ja. Klopt inderdaad. Bijna erin zien. Klopt helemaal. Hij is wel lekker de hele tijd die hot drops, man. Vind ik leuk. Ja, man. Heb jij een goede landing voor deze? Ja, maar ik kijk ook een beetje wat de rest doet. Uh-huh. Ik kan deze namelijk pakken, man. Ligt Daggy gelijk op dak. Ja, pak maar. Pak ook gelijk die minis. Ja, geef ik jou 1. Ja. Oh, thanks. Dat meen je niet. Ja, ja. Okay. Maar, hier is gewoon een AR. Oh, sick. Man, chilling. Kijk hoor. Ik ga wel even naar het huisje hiernaast. Ja, is goed. Ervan uitgaande dat hier niemand is. Mm-hmm. Ja. Uit. Oké. Ik zat hier niet. Ik moet alleen nog even een shotgun hebben. Ja, cool. Nog een mini is lekker. Nee. Die shot die. Oh, nice. Ik heb een attack voor je, man. Oké, nice. Kom maar. En ik heb 6 minis. Ja. Ja, ik heb er eentje. Eentje bij mij? Ja. Wist er komen nu, komt nu mijn kant op. Het is nog niet alsof hij me pusht of zo. Maar hij loopt dus wel deze kant op. Ah, precies. Oh, eentje is hier zo ook. Ah, je gaat ervoor? Ja, ik zit hier nu boven inderdaad. Eentje is nog onder ons. Ik zie hem. Trouwens, dit kan ik prima zo doen. Zit hier beneden. Kom maar aan. Ze zijn naar beneden. Wij te gaan, volgens mij. Hier zo, bro. Eentje gekerkt. Eentje is 1 AP. Hier zo. In het gebouw. Ja. Ga er wel op af? Ja. Het was zo'n... Hij probeert weg. Nee, hij gaat weer op het dak. Hij gaat op dit dak. Ja. Het was een zwarte skin. Alright. Dit is hem niet. Dit is een andere skin. 70 hit. Shield kick. Ja, een dead fight. Dead white. Knocked. Nice, man. Onder ons de andere. Ja. Ik ga de kill voor jou. Top. Goed, lekker. Als je wil? Ja. Doe ik die weg. Goed shit, ik heb 6 minis. 1 medkit bij je ding. Kan je mij 1 mini geven? Ja, tuurlijk. Nice. Heb je shotty-kogels voor me? Ja, die heb ik ook. Drop de helft. Uit. Let's go! Ja, als we zo spelen op elkaar. Ja, dat is het ook, man. Het is gewoon inspelen op elkaar. Want ik merk nu ook. Ik hou nu al automatisch meer rekening ook met jou. Jouw place, weet je. Zo, deze kist gek. What the fuck? Een paarse scar en 2 shockwaves. Nice. Heel ziek. Oké, heerlijk. Echt heel lekker. Ja. Hier een big pot. Pak ik wel. Kan ik stacken. Oké. Okay. Oh nee, neem jij maar. Als je gaat stacken moet je hem gewoon pakken. Want ik heb de match. Ja, ik heb minis, chuck splash en 15 bandages. Reboot in waar we vandaan komen. Hey, oké. Okay. Zijn de gold coins. Let's go. Zullen wij zo'n steen innemen en dan gaan? Ja, hier zo. Ga ervoor. Oké. Okay. Oh, hier ligt hij wat zo, ja. Ja, precies. Deze 30 blauw. Yo, goede skin aan. Hier. Hij zit hier in het gebouw.
Hij is naar beneden gegaan. Ik weet zie niet hem. Waar ze zitten. Ik zie hem, ja. 29 gecrackt, 30, 20. Ik shake hem. Goed, ja. Right, ik shake hem. Oh shit. Ga je even kijken waar die. Oh, achter ons. Zie jij iets? Ja, hier. Hij gaat via zand weg. Oh, dat meen je niet. Nee, tuurlijk. Ga erop. Werkt volgens mij gaat hij dit. Jawel. Alleen je moet hem iets vaker schieten. Ja, hij is weg. Oh, ik zie mensen hier zo, Roy. Ja, goeie call. Ik heb alleen niet al te veel mensen meer eigenlijk. We kunnen dit wel fighten als je wilt. Ja, sowieso. Hij peert hem. Hij zit hier achter deze steen. Ja. 34 shield. Ja, ik got this. Naast mijn duo maatje. Ja. 52 headshot. Oké. Hij zit hier in de box. Nog maar 14 AR bullets heb ik, dus dat is kut. Oké. Geen AR bullets meer. Ja. Oh, ik heb hem hier naartoe. Hey, ik drop even wat AR hier, op mij. Hier. Yo. Hij is 1 AP. Nee, niet. Ja lekker, dan. Goed. Hey. Oh man, dat kan dat irritant zijn, hè? Dat is echt fucked up. Ja. Zo, hij heeft wel goede loot, of niet? Hij heeft ook iets legendaries. Nee, dat is goud. Oh, dat is gold. Oh, ja. Heb je wat mensen nodig? Ja, best wel, man. Ik zit op 300 heb ik. Ja, ik pak wel gewoon. Top, thanks. Oh, big potje daar nog, lekker. Die kun jij stacken als het goed is. Yep. Nice. Oké, dit gaat op zich wel prima. Moet wel even farmen. Soms ben je gewoon lekker in die zone, weet je wel. Dan ben je gewoon extra gefocust op het spel en dan gaat alles ook gewoon veel beter. Klopt. We zitten nu gewoon echt een goed potje, man. Yep. Mocht gewoon in ieder geval. Gaat wel. Beetje om ons heen loeren. Ik zie niemand. Waar wil je naartoe gaan? Ja, waar de mensen zijn. Zolang het in de cirkel is. Hey. Heb je al een blauwe tag? Ja, heb ik al, man. Oké, top. Alright. Ik heb hier trouwens 3 medkits gedropt. Carpoon. Ja, die heb ik. 5 minis nu gewoon. Right. Is dit een hoed? Oh, hier ligt shockwaves, lekker. Nice. Die heb ik sowieso even meegenomen. Hier is nog een kist. Met nog meer shockwaves, ik heb nu 4 shockwaves. Wil je ook hebben? Ja, nice. Dan moet ik 1 big droppen. Kan wel op zich. Ja, kan op zich wel. Shockwaves zijn altijd ideaal. Ja, daarom. Oh, Slurpfish epic. Kijk. Ja, heb ik niet echt veel aan eigenlijk. Ik ben best stacked. Ja, dat is waar. Neem even die papers in. Kun je misschien iemand hunten? Even kijken of. Even kijken hoor. Elimineer de player. Oh, hier, we hebben gelijk. Ik neem ook even een papertje in. Yo. Kom ik eraan. Ja, laten we hier maar voor gaan. Let's go. Alright. Ze kunnen echt overal zijn, hoor. Ja, zo is het. Ik ben aan het zoeken. Ik ben in ieder geval wel gewoon close bij jou, dus... Goed, ik zie hem. Ja, zit hier. Uit. Pas op. Eentje 22 hit. Ja, nice. 40, 80. Eentje... Neem 1 mini in. Ja. Hij zit hier in de box. Ja. 75 hit met harpoen. Shield ook. Ja, ik heb 1. Knocked. Ja, lekker. Nice, man. Let's go. Die harpoen gek, echt jongens. Zo fucking goed. Ja. Is echt, hè? Echt. Hele knap, hoor.
iets gedaan. Daar worden mensen ook gewoon helemaal gedesoriënteerd. Die hebben echt zoiets, wat gebeurt er, jongen? Die snapt er geen reet van. Ja, weet je wat het mooie is, zeg maar, met die harpoen? Als iemand bijvoorbeeld in hout opbokst, je kan gewoon letterlijk die harpoen gebruiken om gelijk die bok. Ja. Weet je wel? Ja. Het slaat nergens op. Het slaat gewoon legit nergens op. The Rock RKO, 10 euro. Yo bro, hoe is het? Ik vroeg je 2 weken geleden nog, waarom stream of upload je geen filmpjes meer van Fortnite? En toen gaf je aan dat je het een beetje zat was. Nieuw seizoen Fortnite. Je bent er weer vaker. Haha, ga zo door. Fortnite Beast. The Rock RKO. Dankjewel, maat, voor de 10 euro. En inderdaad, het was gewoon even afwachten hoe het nieuwe seizoen van Fortnite is. Maar het bevalt me gewoon enorm. Duo Arena's terug. De Tactical Shotgun is terug. Het zijn al 2 dingen waarvan ik zeg, ja man. Goeie shit. Zit hij achter ons? Ja, maar het is niet verstandig. Laten we naar de zone gaan. Top man. Gewoon lekker voor de winnetjes. Echt, komen we weer echt goede loot nu ook, gek. Echt lijp. Ja, blauwe tech, 6 minis, paarse sniper, paarse scar, 3 shockwaves. Let's go man. Ja, ik ben niet van plan om dood te gaan hiermee. Special chest bro. Neem jij maar. Ja, aan jou de heer. Misschien krijg jij De paarse taggy. Ja. Ja. Nee. Misschien wel legendary taggy. Nee, ik moet niet te groot denken. Okay. Komt ie. Nee, nooit. Oh, weer zo'n sniper. Weer shockwave zo. Ja. Ik ga deze wel even innemen, die big. Ja, die ding. Oh, ik wil niet in het zand, dan word ik fucked up. Ja, dat maakt niet uit. Je hoeft niet per se stil te blijven staan. Of tenminste, als je een... wordt geraakt. Voor me. Geraakt? Kom maar aan. Ja, zit hier verderop. Ik wacht wel even. Oeh. Hij heeft ook sniper, pas op. Die linker heeft sniper van de 2. Ja. Wil je dit feiten? 23 hit. Ja, doe maar, man. Ja, kom maar. Kom maar aan. Kan je impulsen dan misschien? Ja, ik kan impulsen. Bij jou dan, neem ik aan. Ze hebben wel allebei 200 HP, ja. Hier zo. Eentje gekekt. Eentje down. Jou. Ik heb eentje geld. Ai. Ik ben er nu. Ja, ik ben chilling, Ik moet even healen. Hij is hard gehit. Nou ja, hard gehit. Gewoon goed, zeker goed gehit. Ik duw even, pas op hoor. Waar is hij precies? Hij is heel hard gehit, Shield crack. Ja. Is hij nou? Waar? Ik zie hem. Oh, hier. Hij gaat in het zand. Hij is git. Kom dan. Ja, kijk. Down, let's go. Lekker. Lekker, man. Heb jij nog een biggie? Nee, ik heb wel Chuck Splash. Oké, dat is ook goed. Oh. Kom down. Oké, let's go. Vanuit storm, ik zie ze. Nee, niet helemaal vanuit storm. Ja, laten we naar Roy Towers gaan. Sowieso. Vanaf nu I like the name. Ja. Goeie shit. Even kijken. Hoe zit je in je mat? Zit je goed? Ja, helemaal top. Lekker. Ik zit alleen in hout heel laag. Voor de rest heb ik alles wel goed. Oké. Ik zoek die guys die net op ons aan het snipen waren. Ja. Geen idee waar ze zijn. Oh, ik zie hem hier op de ramp. Hey, pas op. Ik ben chilling gewoon. Hij zit hier op de trap te wachten. Hij wacht op een piek, most likely, met een snipe. Deze guys zijn volgens mij niet precies slecht. Eentje 70, Ik ben best aan om hier op te impulsen. Ja? Ja, trouwens. Ja, kan. Alleen pas op dat je de storm niet... Nee, ik geloof, het is niet nodig. Het is niet nodig. We kunnen weggaan. Ja, cool. Gewoon een nieuwe zone pakken. Gaat dood, weet je wel, en dan is gelijk het potje vergooid. Zo is het. Oeh. Hij checkt ons. Ja. Kijken of ik een piek op hem kan krijgen. Oh, hij heeft een piek op mij gehad, maar niet uit. Ik mini. Denk. Ik hou wel een beetje, kom maar bij jou. Ik denk wel dat ze dit willen pushen. Ben fijn. Oké. We kunnen ze holden in de storm, of in de cirkel, in de volgende cirkel. Ja, dat is lijp. Je slurptruck, die kan ik heel goed gebruiken. Ja, heel top. En er is iemand daar. Hij zwemt in het water, hij is alleen. Die kunnen we killen hoor. Meen je, waar is hij? Nou, nee, hij is niet alleen, maar die kijkt zo even verderop. 23, één keer, op shield. Ja, wil je dit proberen te fighten? Ja, is goed. Ik ga met je mee. Ja, door het water maakt het extra chill natuurlijk, hè? Ik zat in één keer vast. Ja, ik denk dat hij al verder is, maar... Ik denk dat hij wel door is gezwommen, man. Ja, hij zwemt nog door. Ik zie hem daarachter. Hij is helemaal daarachter, maar deze moeten we gewoon pakken, inderdaad. Ja. Goeie call.
Ik heb een impuls, heb jij ook iets? Ja man, ik heb shockwave eentje. Ja, ik kan dus een shock hem impulsen. Ik denk dat ik dat gewoon zo meteen ga doen. Wacht, ik ga even op hem schieten. Ik denk dat dat... Ja, ik ga hem impulsen. Ja, goed, goed, goed. Ik zit al boven, ik zit bij het. Hij is gekerkt. Goeie. Hij is 1 HP, 1 HP. Ja, got him, got him. Ja, hij... Die andere guy zit daar ja, bij het zusje. Ja, ik zie hem bij het vissershutje inderdaad. Ja, ik ga voor je kill. Ik ga voor je kill. Oh. Net voor op je rug op natuurlijk. Ja. Goeie, goeie. Ja, ik ben helemaal down op dit. Weg. Oh, dat moet lekker doen joh. Ik bedoel, hij is alleen, waarom niet? Ja. Ja. Je moet alleen wel rekening houden dat je niet achter je ineens wordt geknald ofzo. Klopt man, klopt. We got this. Alright, even reloaden. Ja, hier kom maar, ik kan impulsen. Yo! Hier zo, juist. En ik gooi hem wel. Goeie shit. Yes. Dus wel, eentje solo en die andere is 35 eentje shield. Nog een keer 35 en shield broke. Hij valt, hij is 35 white. Hij heeft nog 70 HP onder jou met kerstmuts. Hij is dood. Nice. Die andere guy probeert hem te saven. Is ook shield broke zit op je, onder jou. Hij valt. Ik heb eentje, bro. Ja, top. Die andere zit hier nog. Ja. Ja, got him. Ekker, topper. Helemaal top. Oké. Hij had een paar stack downs, toch of niet? Of neem jij die? Weet ik. Pak hem maar even, joh. Ja, een paar stack. Ja. Heb je een big voor me? Nee, man. Ja. Ik heb minis. Hier, kijk eens hier. Lekker. Goeie shit, hou. Goed potje weer dit, Gianni. Holy shit. Ja. 50 euro van Para! Tot welk uur ga je streamen? Wij gaan gewoon door tot we geen zin meer hebben. Of nee, trouwens, tot Gianni moet trainen. Tot Gianni moet trainen. Die gaat zelfs trainen. Ja. Para, ontzettend bedankt weer voor je 50 euro. Dikke hype in de chat natuurlijk voor Para met de 50 euro. En die 18 met de 5 euro. Yo, top video's. Speel je nog wel eens Rocket League. Cheers. Af en toe, man. Af en toe. Ik ben champion op Rocket League. Hij weet het daar ook alweer. Geen arena, toch? Ik weet niet. Ik speel dat niet, man. Het is best wel dik, hoor. Best wel leuk. Ik weet wel dat competitive ook echt super booming is daar. Ja, ja, zeker, zeker. Heel erg serieus genomen, dat weet ik wel, man. Klopt. Even kijken, wil jij die pushen die erboven? Okay. Ja, oké. Hij ja, ziet ja. mij, hij ziet mij, hij ziet mij. Oké, ik ga erop impulsen. Yo. Okay, hij is naar beneen geschoten, hij zit onder jou, Ja. Was op cirkel. Hij is niet slecht. Was op cirkel. Okay. Ja. Ik heb nog een impuls, dus ik ben lekker, chill. Lekker. Oké, okay, deze guy moeten we eigenlijk wel killen. Hij is waarschijnlijk de beste guy van de lobby. Oké, okay, dus ik check hem. Die gele dummy skin onder mij. Ja. Was wel op dat hij gesnijpt, oké? Aha. Hij is niet slecht. Ik schiet gewoon zijn bodem weg. Oké, ja, dus dat ene. Ja, hij zit eronder, hij zit te bouwen met metal, man. Ik denk dat hij low on match is. Oké. Hij ziet mij. Hij probeert me te snipen. Ja. Ik kan zo meteen iemand gewoon keihard beamen. Hij is 32 hit op shield. Nice. Hij bouwt nog steeds met metal, hij is weak. Ja. Pas wel op dat je niet stilstaat. Aha, goeie call. Oh! Get shit, bro! Lekker voor hem, heerlijk. Links van je. Pas op. Dit is ook een heel goed duo. Links van me? Ja. Of rechts van je, pardon. Links van mij. Ik ga kijken. Ik zie hem. Dit zijn de laatste vier, bro. Oh, die sniperkaart moet zijn. Dit is 1 AP. Oké, goed. Eentje down. Helemaal top, joh. Let's go. Dit is de laatste. Dit hebben we. Hier zo voor me. Eentje gekekt in de lucht. 1 AP. Down. Lekker. Het zijn 2 voor 1. Ja, hij is... Yes! Let's go! Kijk, dus zo kan het ook gewoon. Lekker gast. Ja, deze is helemaal top. Dit potje. Helemaal top. Hoeveel kills had ik nou? Even kijken. Hier, ik had er gewoon 7. Morgen. Ja, netjes. GG's. Lekker. GG's in de chat. Sowieso. Deze was echt top. Ja, we gaan gewoon door, jongens. Hoppakee. En ready up. 2350 arena puntjes nu. Dus dat gaat de goede kant op. Gaan er komen. Zo is het. Ja, soms is het gewoon van... Dan ben je... Het is geen excuus hoor. Ik bedoel, ik ben net gewoon echt de hele tijd doodgaan voor saus. Maar soms dan ben je niet volledig gefocust op het spel, weet je wel. En dan... Klopt. Ja, ga je gewoon doodgaan. Of je raakt heel laag. Heel te weinig.
Ja, maar je kan het soms ook hebben, dat heb ik wel eens. Dan lukt het gewoon niet om iemand dood te krijgen. En dan loop je de rest van het potje achter de feiten aan. Als je één keer gereboot moet worden en zo. Ja. Ik weet niet, dan heb je gewoon niet die vibe van, hey, let's go. Dan heb je eigenlijk ook gewoon minder zelfvertrouwen, dat potje dan. Dat volgende potje kan het bij wijze van spreken gewoon weer voorbij zijn, die soort van vloek. Maar, ja. Ik weet niet, ik heb dat wel eens. Dan blijf je daar echt in hangen, dat hele potje, dat... Ja, klopt man. Dat kutzooitje van net iemand niet neerkrijgen en zo. 1 euro van Kaya! Thanks Kaya. Ja, we zaten echt goed in de flow, gek. Dat potje van net was echt top. Nou, dat zag je al gewoon early game al, het ging lekker. Het ging soepeltjes. Goede loot hadden we ook, dat mag ook wel gezegd worden. Alright, let's go! Let's go man. Wil je hetzelfde doen? Ja, mooie towers. Ja man, ja. Zo is het. Let's go. Ik vind het echt een top plekje. Zeker als je gelijk een shotgunnetje hebt. Oh, dat is top man. Ja. Ah, ik weet niet, ik vind dat ook wel echt een goede update van de game man. Dat ze gewoon zo'n ziek drukke plek nu weer hebben gecreëerd. Ja. Want dat is basically wel waar het op neerkomt. Ze wisten gewoon als ze dit gaan doen, dan komt er weer één plek in de map die gewoon fucking druk is. Ah, ja, vind ik alleen het moet ook wel, denk ik, om het een beetje in balans te houden. Ja, zo is het, zo is het. Want je had natuurlijk hiervoor Dark Industries, hè? Dat was ook een klopt, klopt. Ja, die was erg. Daar kwam ik ook gewoon nooit, want dat vond ik helemaal fucked up. Maar dit is leuk, omdat ik dit gewoon ken natuurlijk. Even kijken. Yeah. Ik zie daar op het dak iets blauws liggen. Dat is... Oh, je kan bij mij landen, ik ga man. Naar jou. Ja. Ah, meer. Hier, pauw, putje druk. Pas niet op, normaal, hoor. Ja, niet normaal. Kijk, ik heb een SMG. Ja, nice. Daar blijft het dan ook wel bij voor nu. Ja, we moeten zo goed samenwerken. Harpoen. Dat is jouw favoriete item, denk ik. Ja, die is wel leuk. Ja. Die kan ik voor nu wel even gebruiken als shotgun. Kijk, ik loop ook naar dit gebouw. Okay. Zit hier iemand in het gebouw? Hij heeft een shotgun, heeft een tag. Ja. We moeten dit gewoon met z'n tweeën goed proberen te fighten, man. Het is een mini. Hij popt een big, wat zeg ik? Oh, bij mij? Holy shit, hij is weak. Hij is 80 HP, denk ik. Of 60 HP. Oké. Okay. Ik heb hulp nodig. Hij komt bij een pusher waarschijnlijk. Ja, ik zie hem. Oh, hij zat daar. Nee, dat is... It's just, man. Ja, goed gedaan. Nice. Nou, attack voor je. En dat dicht, inderdaad. Goed gedaan. Woe, let's go! Ja, nee. Ik heb een big pot voor jou. Die geef ik aan jou, ja? Ja, maar ik heb geen tag. Achter me, ik achter me. Gold. Kom maar naar beneden, Dit wordt lastig, bro. Pop hier, ja, pop hem maar. Oh! Maar kom maar naar achter, Kom maar ja, thuis in. Ja, goeie, holy shit. Ja, we moeten hier, ja, dit wordt gewoon pittig, man. Dit wordt prayer. Hij zit! Hij is heel hard git! Shield broke, lekker! Lekker! Oké, okay, die andere komt waarschijnlijk via hier het huis in. Pas op, ja! Ach, jammer. Jammer. Close. Fuck. Oh nee, ik had ook dat top shit. GG's. Ja man. Ja, kijk, dat is dus het lastig ook weer, als het zo contested is. Ja. Het was jammer dat we gewoon zo lang moesten wachten op die shotgun. Ja. Zij hadden hem gelijk al en daardoor konden ze ons zo weak maken. Ja man, dus ja, daar loop je dan de rest van het potje, of ja, de rest van je begin eigenlijk, loop je daar dan tegenaan. Dat je al zo weak bent gemaakt. En ja, deze kwam ons gewoon cleanen, man. Ja, klopt. Ja, maar niet uit. Soms heb je zo'n potje even ertussen zitten. Houd het leuk. Houd je scherp, vooral. Ja, toch. Wat is jouw hoogste winstreak ooit, of heb je dat nooit echt bijgehouden? Gewoon voor de fun. Ik heb ooit een keer in een livestream. In de livestream was dat ik volgens mij 8 solo wins op rij. Maar dat was in een gewoon normaal was dat, niet in arena. Ja, oké. Okay. En qua duo squads heb ik dat nooit echt geprobeerd ook überhaupt. Dus ik weet wat mijn solo streak is. Dat was toen volgens mij 8. Kan ook 7 geweest zijn. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval heel veel. En ja, wat ik al zei, zoals op duo en op squads niet echt geprobeerd. Hoeveel heb jij dan? Dus op 30 of zo. Ik ben eigenlijk nooit echt bewust voor gegaan of zo, joh. Oh. Dus ik weet niet. Oké. Ik ben echt
Misschien iets meer, iets minder, I don't know. Ik weet wel dat ik het ooit een keer wilde doen. Ja, dan praten we echt over een lange tijd geleden. Ja. Maar ja, er nooit van gekomen. Ja, tegenwoordig is het denk ik ook niet heel leuk meer om te doen, man. En gewoon online als het ware zo'n winst hier proberen te bouwen. Dat is, ja, ik had veel te veel tryhards tegen. Dat is echt veel te ziek. Oh. Dus dat is veel moeilijker nu ook. En in arena is het sowieso lastig. Als je champion bent, dan kan je niet eens... Hij kan natuurlijk wel voor een winst gaan, maar dan moet je wel echt heel goed zijn. Klopt. Wil je dat doen? Chill. De endgame kan zomaar fucked up gaan als je gewoon niet de juiste spullen bij je hebt. Waar wil je landen? Ik volg jou. Ja, maar ik zwijzen. Oh, de dakken ben jij als eerst, man. Je bent als eerst. Pak een shotty. Ja, ja, pak hem. Ja. Ik ga hem pickaxen. Oh, ja. Ja, hij heeft geen wapen, bro. Nee, ik pickaxe hem. Oké. Resources boost! Let's go! Ik voor je. Ik heb een shotty voor je, bij mij. Oké, ik zit onder nog. Down. Ja, ik kom mee toe. Ik zit nu zo goed als bij je. Alleen ik heb geen shield voor je helaas, ik heb zelf ook niks. Oké. Oh, twee tankies, prima. Heb jij misschien gezien welke building nog leeg is? Nee, niet echt. Ik weet wel dat achter ons is, zitten mensen, man. Dat is daar. Ja. Hier zo in het... Oh ja, ik zie hem. Ja. Ja. Hij zit hier achter, heb je gezien? Uh-huh. Laten we nu pushen, dit is van ons. 15 white, heb je een killer maar? Ja. Kijk eens daar verderop, dat is een gratis skill voor je. Nee, dat is een bot, of niet? Oh, no, ja, inderdaad. What the hell? Ja. Even kijken, ik neem even Big Pot in. Zeg ik dat ze... Wow, heel scherp. Even kijken, there you go. Hier, vergeet ik weer te bouwen, hè? Wat een pauper ben ik dan. Maar ja, gelukkig heb ik jou bij. Ja, in het gebouw, man. Volgens mij. Oh ja, hier hebben we nog twee kisten, lekker. Oh, blauwe tech uit de kist, gek. Ik heb groene tech voor jou. Heb ik. Achter ons loopt iemand, hier zit iemand te healen, of iets. Hij zit daar in ieder geval, in die box. Ja, let's go. Ja, hij zit er echt. Ik speel hem. Hij is niet gekekt, maar hij is wel weak. Ja, ik heb hem bijna, hij is one shot. Got him. Ja, netjes, man. Lekker hoor. Die neem ik ook nog mee. Alright. Hier bouwt iemand naar beneden, kom naast toe. Hij heeft ons gezien. Ja, twee, duo. Ja. Pas wel op, ik heb alleen short range, man. Ik heb geen AR of zo. Dus same, ik had ze same. Niet goed. Ik ga je nog even eentje openen. Heb jou te. Hoe zeg je dat? Hij heeft jou in de gaten, man. Hij heeft een snipe. Oh, is een safe. Oh. Wow. Hier heb je ook een guy. Dikke stash. Wow, deze is best wel weak, man. Iets van 80 of 90 en die treft een Scott skin. Oké, okay. Ja? Maar die andere zit. Oké, okay, die andere zit naar links. Eentje gekekt. Travis Scott skin is heel weak. Oké, ik kom jou helpen. Kan hem niet pakken. Hier boven mij zit iemand op het dak. Ik ga daarheen shocken even. Oké. Ja, ik zit hier kind of. Oh, ik zit hier best vast. Ik help je. Ik zie hem. Ze hebben allebei paper ingenomen, man, die gasten. Ik zit op ultimate. Travis Scott, ben jij aan het hit of niet? Hij is broke. Ja. Oh, dat meen je niet. Wat een timing. Ja, die andere ga je waarschijnlijk. Is een tweetal, man. Oké. Okay. Dat is een tweetal, man. Je hebt nog een impuls, dus je kan gewoon je tijd nemen. Nee, je hebt wel genoeg meds en je hebt een impuls nogmaals. Mm-hmm. Eentje heeft een charge. Oh, dit is een EV1 dan. Dit is een EV1. Dit heb jij. Hij zit hier links van je. Ja. Dit is een solo. Je hebt een impuls. Hij was te veel AP. Jammer. Ja, ik werd gewone-tagged, man. Ja, dat is fucked up. Kan je niks tegen doen. Blauwe tag waarschijnlijk op je neus. Oh ja, nee, ik kreeg een dingen. Een, wat is het? Ja, charge shot die op me. Oh ja, die zijn helemaal fucked up. Als iemand volgecharged je rug maait. Jammer. Ah, het is jammer dat hij zoveel AP had.
Dat is ook wel een risky play van, hoor. Dit was weer die tunnelvisie. Dat je iemand. Met iemand ben je in fight. En dan vergeet je gewoon van: hey, ga ze healen. Ga misschien eerst gewoon even boeken, weet je. Dat is nog steeds iets wat ik moet leren. Maar dat. Dat komt waarschijnlijk in de loop van de potjes misschien wel weer terug. Want ik heb een seizoen gehad, daarin wist ik dat wel heel goed onder controle te houden. Dan wist ik wel op het juiste moment gewoon erin te gaan en weer weg te pushen en zo. En verhielen en dat soort shit. Maar dat is gewoon gewenning weer of zo, man. Ik heb al lang niet meer zo dedicated arena gedaan. Het hele vorige seizoen heb ik dat eigenlijk niet echt gedaan, dus... Dus het is gewoon weer even warm worden daarin. Ja, oh, tuurlijk. Zullen we weer naar Tilted Roy gaan? Of wat, hoe noem je het ook weer? Roy Towers. Ja, Roy Towers, juist. Roy Towers. Hoppa. Standaard. Zo is het. We got this. Geen gaat in principe wel goed, alleen ja, je krijgt toch gewoon zo weinig healing, hè? Yup. Ja. Je moet het echt gewoon doen met de loadout die je krijgt. En klopt. Af en toe wel irritant. Nee, je moet gelijk die finish proberen te pakken. Of zullen we Lazy gaan? Ja, ook down. Ja. Is cool, kom maar. Drop maar. Ja, wel? Ja, tuurlijk, hoe dat is. Lazy, dat is wel mijn city. Jouw plekkie? Ja, dat is. Oké, nice. Let's go. Let's go. Even zien. Ik heb goede landing voor deze. Ja, je moet eigenlijk echt heel goed kijken waar je überhaupt gaat kunnen landen. Er zijn zoveel mensen. Ik kan gelijk een... ik heb hier gelijk charge. Ja, land maar gewoon op een wapen, bro. Ik bedoel... Die ontzettend druk. Oh, mag dat. Knocked één. Nice. Ik kom eraan. Oh, hij is 1 HP! Nee! Dat meen je niet! 1 HP! Oh, mijn god. Ik hit hem vol met mijn charge. Ik hit hem 96, volgens mij. Letterlijk. Hij heeft nu dus die healing van mij gekregen, omdat hij mij heeft gekillt. Dit is dus janken, man. Dit soort kills. Echt tering hekel aan, letterlijk. Oh. Ik hoor echt zoveel mensen hier zo. Ik kan er niet goed peilen. Niet te geloven. Nou, mijn kill is nu wel geen limonade. Mijn Nokkie. Ja. Kijk. Man. Ach, je zit hier nog steeds. Zit hij nou? Hij zit nou serieus gewoon te campen. Niet de guy die mij killde trouwens. Ja, kijk. Ja, dan komt hij weg. Right. Ik heb nog 30 seconden. En dat is die charge, die hit ook zo hard, man. Zo gek. Oh, dat heeft iedereen pech, jongen. Niet normaal. Nee joh, wat doet hij daar ineens? 8 HP heeft hij, hè. Ja, dan hebben allebei hetzelfde verhaaltje gehad, man. Allebei hetzelfde verhaaltje. Gewoon niet iemand dood kunnen krijgen, omdat hij gewoon te weinig HP overhoudt. Fuck, jongen. Duncan, eten 3 met de 3 euro. Kom op, deze gaan jullie winnen. Naar de volgende, oké dan. Duncan, deze gaan we winnen. Deze die we nu gaan spelen, die gaan we winnen. Komt goed. Oh, wat fucked up, maat. Ik hit hem volgens mij legit 96. Ja. Oh, ik was net te laat. Ene guy had ik knocked, maar die flikkerde gelijk van het gebouw af. Dus die kon ik niet finishen. Dus ik heb het gefinished dat ik het gewonnen van die gast. Dit happens. Oké, na dit potje ga ik heel even snel een skin kopen. Ja. Dat was denk ik 30 seconden. Cool. Alleen nog even die betaalgegevens daar niet voor. Mm-hmm. Helemaal goed. Let's go. Alright. Je bent echt super best. Ja man, ja, ik voel me dan toch chiller in Salty. Oké. Okay. Ja, Salty. Roy Towers. Roy Towers, let's go. Dus Duncan, die had net natuurlijk 3 uur geneerd met kom op, deze gaan jullie winnen. Deze gaan we pakken, Duncan. Let op. Ja. You will see, bro. Ja. Ik had dit. Deze gaan wij sowieso pakken. Dat is. Oké. Leuke kerstboom. Thanks Lars. Dankjewel. Ja, hier staat hij. Kerstboom P. Heb je ook al een kerstboom in je kamer staan dan, Gianni, of niet? Ik niet echt. Nee, ik heb geen kerstboom eigenlijk nog opgezet. Man. Ah, oké.
Ik vind dat wel lachen. We gaan het wel vieren. Nee, we gaan het wel vieren, maar ik heb het hier nog niet opgezet. Oh, ja. Ik ben echt zo iemand, ik ben echt overdreven met die kerstsfeer, man. Ik vind dat helemaal top. Ja, maar ja, ik neem me groot gelijk toch. Ik vind het helemaal gewoon een moment om eventjes gewoon, hoe zeg je dat? Gewoon even de, ja, hoe zeg je dat? Samen te zijn met je fam. Ja, man. Even kijken, ik ga die hoge toren redden. Ik hoop alleen wel dat er dan gelijk een gunnoe ligt. Even kijken. Ik ga het niet doen. Ik ditch hem. Nee. Ja, hier is een taggie bij mij. Taggie. Ja. Ik land bij je rood. Ik land gewoon naast je. Top. Goeie shit. Zo. Chill hier op al die pallets, jongen. Fuck, relaxed. Ja. Oh, hier. Eentje 30 white. Nice. Oké. Okay. Hier ligt ook een taggie bij mij. Kan jij pakken? Ja, die heb ik inderdaad nodig. Daar kom hier zo? Ik nu op. Ja, helemaal top. Ik ga weer even focussen, man. Mm-hmm. Even een winnetje pakken. Lofte Max schuld namelijk. Ja. Ja, zo is dat daar. Hoor. En iemand bij ons? Pas op. Heel weak. Goed. Ja, hier zo eigenlijk gecrackt, man. Een Aura skin en een Travis. Kom maar aan. Zit hier op low. Pas op hoor. Ze zijn waarschijnlijk niet meer gecrackt, maar... Ik zie ze zitten, ja. Misschien zitten je van de afstand. Ik heb gewoon pistol, dus lekker. Ja. Eentje is weak. Ik heb ze allebei best wel hard geraakt, man. Die Aura skin is best wel weak. Klopt. Lukt het? Ja, is one shot. Ja, kan je killen voor me? Kan je alsjeblieft killen voor me? Ja. Hey! Ah, 70! Ah, gecrackt. Dat meen je niet. Wat dan? Nice. Lekker. Oh, nice! Nice! Oh, nice! Oh mijn god. Oké! Oh shit. Ja, heerlijk gespeeld, man. Pas op, je hebt een impuls. Nice. Is het een 1? Oh, het zijn er 2. Ik zou daar wel voor oppassen. Ze weten niet dat je er bent. Je hebt nog een impuls. Uh-huh. Je kan misschien naar die toren daar voor je. Nice. Geen wegimpulsen. Die heb jij. Bouw achter je nog. Ja, nice. Dit is grip, bro. Dit kan jij. Zak het naar beneden, ik hoor het. Ja, dat zou kunnen. Ja. Fuck! Smart gepleed ook van ze, dat ze me naar beneden hakken, jongen. Sorry. Ik heb helemaal geen tijd om even te ademen. Dat is slim, dan blijven ze gewoon pushen. Blijven ze gewoon gaan. Jammer. Oh ja, jij gaat nu die skin kopen, toch? Ja, klopt. Klopt. Even 30 seconden, momentje. Tuurlijk. Kijk hoor. Laat die ook alweer. Ja, we gaan die skin kopen, jongens. Momentje. Ik zou je een seintje geven wanneer ik klaar ben, Roy? Helemaal goed, maat. Helemaal goed. Ik ben ondertussen gewoon meldingen allemaal aan het wegwerken van Fortnite. Met alle nieuwe shit. Kijk hoor. Het gaat in principe gewoon oké, maar ik moet niet doodgaan, man. Dat is mijn fout. Ik ga te heftig erin, man. Ik jump gewoon in iemand zijn box, toch? Dat is mijn... Dat is een beetje mijn zwakte. Zeker ook als we iemand down hebben. Als het bijvoorbeeld 2v1 staat, dan ga ik gewoon als een gek gewoon zomaar erin. Ja, maar dat niet altijd...
Weet je. Maar goed, dat is gewoon even wennen. Zo even is afstemmen. Het, zo is het. Even kijken hoor. Ik heb al heel veel nieuwe emotes bij me. Het is dus gelukt. Kijk. Ja. Volgens mij heb ik hem. Equip. Next. Equip. Play. Ik ben ready, man. Ja. Lekker. Yeah. Top. Oh, die is dope. Cool. Ja, dat is wel niet bundel, toch? Yes. Goeie shit, maat. Goeie shit. Let's go. Here we go, maat. Let's go. Kijken. Hoppa. Ben je altijd met of zonder backbling? Met of zonder, wat? Met of zonder backbling? Of heeft dat niet echt... Oh, hey, ik doe nooit backbling, mijn eigen man. Ja. Nee, ik ook niet, man. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maakt je skin zo groot of zo, van mijn gevoel? Deze? Nou, nu pakken we gewoon een lazy landing, toch? Wordt fucking druk waarschijnlijk. Ja. Wat we misschien kunnen doen, is we kunnen misschien beter gewoon hier aan de buitenkant landen. Aan de buitenkant. Van lazy? Ja, is goed. Ja. Dat is beter. Dan kunnen we mensen gewoon zelf cleanen. Cool. Doen we dat gewoon. Ja, jongens, we gaan nog lekker door. Gaat prima zo. Even kijken. Ja. Alright, let's go. Right. Let's go. Oké. Okay. Even checken, misschien kunnen we de hold drop landing pakken als we als eerste daar een wapen kunnen pakken. Zo niet, dan boeken we hem inderdaad gewoon daarheen, toch? Ja. Ja, dit keer valt het mee met hoeveel mensen er zijn, want dit kan wel verrassen. Maar goed. Even kijken, hier zie ik liggen bandages alleen. Onder mij alleen bouncer pads, nog een keer bandages. Oh, een kut drops op de daken, hè? Nou, één waar. Ik dan bij jou? Ja. Hey, hier een AR voor jou? Ja, top. Heb hem. Juist, ik heb Chuck Splash. Nice. Kom naar jou toe. Ja. Hier, en ook twee. Yo. Is goed. Dat alleen we hebben nog een hier ligt nog een groene arm, als je nodig hebt. Ja, ik heb een blauwe. Ik denk dat we eventjes naar links kunnen gaan hier, zo bij je. Ja, we moeten echt shotties hebben. Ja. Volgens mij kan je naar beneden gaan. Hadden ze eerst, zeg maar, een tijdje geleden hadden ze dat, hoe zeg je dat? Er was altijd een tunnel hier tussen deze, wat is het? Tussen deze gebouwen. Ja, klopt ja. Dicht gedaan of zo op een of andere rare manier. Oh. Of reden. Maar nu kan het dus weer. Kijk, ik heb nog drie minis bij. Oh ja? Nice. Lekker. Ja, ja. Nog één of gewoon eentje? Even kijken. Nee. Okay. Only one. Ja. Kijk of hier nog een chest zit. Alright. Ik heb een groene tag voor je. Nice, daar kom ik eraan. Ja. Ik wou niet of ik via hier naar beneden kan. Ja, nee. Ah, top. Hierzo. Let's go. Let's go, man. Fighten. Ja, nu kunnen we gewoon pushen. Volg ons inderdaad gelijk. Hou wel omhoog. Volg jou, ja? Ja. En ze zijn heftig aan het feiten. Ik bouw gewoon hier omhoog. Forward. Ja, eentje shield broke van die twee. Volgens mij is dat zelfs degene die we zien, die is shield broke. Hij neemt de minis in. 44 headshot. Nice. Laten we hiervoor gaan, bro. Laten we hiervoor gaan, zeg ik. Ik zou je knock pakken, hè, voor HP, hè? Ja, sowieso. Ja. Ik kan hem alleen niet finishen, want hij viel naar beneden. Dus... Hij is hier, maat. Hij is hier zo. Kijk, hier. Oh, daar ligt hij. Hij is hier zo. Ja. Gaan we gelijk door hier. Ja. Je bent daarheen nu, ja? Ik kom naar je toe. Ja, ik wacht wel gewoon. Hij zit hier beneden, in basement. Oh, wow, ik ben heel hard gebeamd. Oh, pas op. Wow, bij mij, maat. Holy fucking shit, bro. Oh, ook weer van de zijkant. Jezus, geen hard ook gewoon. Ik ben daar.
Zoveel mensen ineens, what the fuck, ouwe. Ik werd van alle kanten in één keer belaagd, niet normaal. Ik kon helemaal niks doen. In één keer was ik weg gewoon. The fuck, gek. Zonde. Ik zal laten fighten in ieder geval. Ik heb nog 6 minis op mij, maar die hebben ze sowieso gepakt. Die hebben ze 100% gepakt. Ook dat ik niet word geknald. Oh, dat zou zo chill zijn, gek. Dat zou betekenen dat ik je kan rebooten. Ja. Maar dan moeten we wel gelijk oppassen, man. Want ze komen gelijk hunten, denk ik. Ik kan je alleen, ja, een SMG geven. Ja, let's go. Ja, dat is goed. Ik zit ermee, hè. En misschien hier, ja. Oh, ja, top. Ja, is goed. Dat is mijn shotgun. Dit komt goed. Dit komt goed. Thanks, man. Thanks. Ja, we gaan oppassen, man. Ja, gouden reboot. Oké, kom eraan. Zo. Hopen dat we wat chuck splash vinden of wat dan ook. Precies. Hij is wel aan het feiten, though. Oh, dat ik daar hard verpaukt, jongen. Niet normaal. Ja, kom. Heb je, shit. Okay. Wat we misschien kunnen doen, is we kunnen even vissen voor wat extra healing. Ik denk dat we dat wel echt nodig hebben, man. Ja, is goed. Ik heb natuurlijk ja, maar die, nu kunnen harpoen. Nee, ik heb ook niet eens een shotgun. Je kan ook een shotgun vissen, trouwens. Dus, dat is goed. Uh-huh. Kun je met je harpoen gewoon in die vispools. Ja, is hier, ideaal. Dat is een, hier. Dit ook maar gelijk. Lekker, ja. Kan je die... Wat is het? Die jellyfish ook... Oh, wat is dit? Oh, thermalfish. Ja. Oh, dat is een riftvis, man. Dat is een hele goeie. Oh, nice. Kan je rift... Echt? Als ik die inneem, dan gaan we riften. Ja. Wat lijp. Oh, auto bij jou, auto bij jou. We kunnen riften als je wil. Ja, kom maar naar mij. Rift maar. Ja, helemaal top. Ja, nee. Oké, okay, weg. Ja. Even kijken. Waar willen we heen? Hier naartoe kunnen. Ja, is goed. Heel misschien, als dat een looted is, zijn we chilling. Hoop ik. Ga ervoor. We hebben echt... Ja, we hebben echt een shotie nodig voor jou. Ja, 100%, anders ben ik echt fucked up. You got this. Alright, ja, hier ligt Taggy. Gelijk op het dak. Het is weliswaar een grijze, maar hey. Beter dan niks, maat. Oh, nice, ik heb minis, man. Oh, ik heb ook minis. Nice. Wil jij die thermalfish hebben? Bro, dat is echt... ja, daar heb je niet echt veel terrible aan. Terrible shit, hè? Terrible shit. En ik heb chuck splash, nice. Kom maar. Lekker. Ik had dit. Even kijken. Nee, ik ben haast. Die neem ik mee. Oh, dat was niet de bedoeling. Kom naar je toe? Ja. Nee, we staan er gelijk stukken beter voor. Ja, nog meer minis hier. Die kunnen we ook een beetje. Ja, die kan ik op zich wel gebruiken. Ik heb 6 minis. Hier. Okay. Yes, thank you. Zo. Kijk. Eigenlijk gaan we gehunt worden. De loot is minimalistisch, maar het is al een heel stuk beter dan we net hadden. We kunnen die airdrop pakken in de boom. Hier zo. Tuurlijk. Oh, zit al een guy onder. Is dat een bot? Ja, een bot, man. Alleen die bots zijn wel echt heel vervelend, hè? Ja. Ja, laten we maar doen. Why not? Alright. Dat is... Soms droppen ze wel gewoon iets leuks, maar altijd naïef. Eén hier zo. Wat hebben we nou ge... Allee. Oh, de fuck nice. Top. Nice. Ik werd nog ergens vandaan beschoten, maar van op afstand. Ja, op mijn gevoel. Ja, ik zie ze namelijk. Ik zie ze. Pak die jij erop nu? Hier in een fight volgens mij met andere mensen, ja. Laat maar weten wat het wordt. Echt even op goede shotgun. En er zit in. Een P90. Chuck Splash ook. Ja. Minis, nice. Heel veel. Kom ons pushen, nu. Letterlijk nu. We komen nu aan. Dit is ook geen slecht team. Ja, deze guys die kunnen op zich ook spelen. Dit is ja hè? Ja, ja. Chuck Splash mezelf even. Goed man. Oh. Ja.
Ik mini. Ja. Kom bij jou. Pas op, ik kom eraan. We moeten deze guy gewoon proberen te. Ja. Eten. Kijk dan. Of, heb je nog match? Ja, nog redelijk. Oh, net te laat. Build up. Ik moet nemen. Ja, ik heb nog maar 4 builds, bro. Ik heb ook geen builds meer. Ze hebben ook hele sterke loadout. Nee. Eentje down. Goed. Nee, dan ga ik weer dood. Hij zit hier op beneden, man. Neem je tijd. Oh, het is zo veel AP, jongen. Ja, we konden hier niks tegen doen, man. Ik had veel slechte loot. Waar speel ik mee, ouwe? Ik speel letterlijk met een grijze tactical. En wat healing. Helemaal geen match meer. Ja, wat de fuck wil je doen? We werden zo zwaar out loot. The fuck, jongen. Ja, die guys waren geen slechte. Die guys komen aan met paarse tags. Met normale shotguns. Met fucking veel match. Met healing. Alles. Sta ik een beetje met stront te schieten. Met een grijze tactical. Ja, what the fuck, jongen. Dat is helemaal. Ja. Dat is letterlijk alsof je met ertjes schiet. Versus iemand met gewoon een normale pistool. Nee, van de lul. What the fuck, jongen. Ja, letterlijk. Nee, klopt. Ik kom met een paintballgeweer naar gewoon een fucking dikke shootout, maat. Ja, letterlijk. Ja. True. Ding, zo. Oh, ik had ook geen builds meer, man. Nee, ik kon gewoon niks. Geen fucked up shit. Ik had helemaal niks, jongen. Echt. Oh. Dat gebeurde. Ja, nee. Maar geen keis trouwens, maar ja, goed. Gewoon op de manier, gewoon ook op de manier hoe agressief ze zeg maar gewoon kwamen pushen, een beetje al. Zijn meestal ook. Ja, ik had echt wat kunnen doen als ik uit die airdrop gewoon even een paar stack kreeg of zo. Ja. Dan had ik veel meer damage kunnen doen. Maar ja, die tactical mag je muscle hebben als je 20 damage doet. Ja. En op het begin is dat helemaal niet erg in de early game, dan moet je geen reden, doet iedereen weinig damage, maar. Klopt. Ja. Nou. Let's go. Tilt het, nee, Roy Towers. Roy Towers, zo is het, maat. En dan hopen even dat wij gewoon early landing kunnen pakken op een huis met een shotgun of een SMG of zo. En dan gelijk al easy 4 kills pakken. Dat zijn de lekkerste potjes. Ja. Dat je gewoon duo's kan clearen omdat ze nog helemaal geen wapen hebben. Ja, dat zou ideaal zijn. Ja. Oké, let's go, bro. Let's fucking go. Oké. Best wel wat mensen. Ik kan een beetje kat uit de boom kijken. Ik ben iets later dan die gasten, maar kan dus wel precies zien waar ze heen gaan. Dat is helemaal goed. Dit gebouw is social contested. Ik denk weer dat jij gewoon op jouw gebouw kan landen, man. Ja. Oh, hier. Ja, die kan jij gewoon pakken. Lekker. Ja. Heeft iemand hier down geland? Ja. Sorry, geen kist bij mij. Oké. Nou, gelukkig hier wel. Ja, nice. Ik heb een big bot, ik heb gewoon een loadout, dus ik wacht gewoon even op jou en dan kunnen we gewoon mensen killen. Lekker, ik heb een harpoen en een AK. Ja. Ik heb minis. Ja, ik heb minis, ja, nice. Ik neem er nu 2 in. Oké. Okay. Eentje is 1 AP. Ik wacht wel op je, maar eentje is echt weak. Ja? We kunnen dit pushen op, hoor. Okay. Eentje is down zelfs, hier helemaal op lowdown. Alright, ik heb geen shotgun of iets. Maar ik kom eraan. Slurp terug hier, pak ik even snel. Ja, die guy zit wel hier bij mij, man. Oh, dat is geen slurp terug, man. Kom eraan. Ja. Zo zijn heel veel bij jou, hè, gek. Hij is weak. Oh. Ja, heb ik. Nice, man, bro. Ja, heerlijk. Nice, bro. Heerlijk gedaan. Hij is letterlijk geharpoend. Lekker gedaan. Je toch kut. Zitten mensen op ons, hè? Ja. Yep. Hou er rekening mee. Even in het gebouw ingaan. Oh, hier beneden. Moet echt oppassen nu. Bij mij. Down. Finish je voor je. Oh, je hebt gefinished. Boven me. Voor jou, Peroes. Ja, nice. Achter je. Yep.
Oh, hij is peak, dit heb je. Oh, zo. Ja, hij gaat mij waarschijnlijk killen. Wat? Wil je dat nou gewoon weer? Kom over hier. Ik heb hem serieus weer geharpoend. Dat mee. Ja, man. Ik zweer het. Oh, mijn god. Dat is wel heel erg, dit, hè? Nou, man. Oi, oi, oi. Ja, schaamteloos gaan lekker spelen met die harpoen, joh. Dat ding is niet voor niks. Gewoon gebruiken. Lukt dat zo? Oh, nee, natuurlijk lukt dat niet. Waarom lukt dat eigenlijk niet? Nou, dit werkt in ieder geval. Top! Iedereen in mijn chat gaat ook helemaal stuk op die pauper harpoen kills. Natuurlijk. Moet je nog wat hebben trouwens, of ga je gewoon je Ja, ik heb wel minis nodig. Minis. Nou trouwens... Ja, je kan mij er gewoon eentje geven en dan pakken we die slurp terug, denk ik. Oh ja, nou, er ligt nu één extra mini nog erbij. Ik ga die dan pakken, denk ik. Ik heb ook een big pot. Maar die kan ik meenemen. Ja, laten we die hier niet voor sparen. Je hebt die extra mini ook gepakt, toch, bro? Ja, klopt. Oh shit. Ja, ik pak eventjes die AR. Van die guys die je hebt gekillt. Yep. En dat is gedaan, man. Ja, harpoon all the way. GG. Ik heb nog 3 minis erbij, dus ik heb nu 4 minis en ik heb een big pot. Dus qua loot, nou ja. Zo slecht als dat het vorige potje was, zo decent is het nu. Klopt. Ik ga heel even snel met de auto naar die, wat is het? Dat is goed, maat. Naar die, gebeuren. Ik ben zo terug, met die slipper. Yo. Oké dan. Nou, die toren kan trouwens nog wel eens unloaded zijn. Ga ik even dat trucje gebruiken wat op mij werd gedraaid. Kan ik die fucking pauperkoren gewoon naar beneden. Ja. Dan kan de loot vanzelf naar beneden. Nice. Gaat de loot in? Ja hoor. Kijk eens even, komt een blauwe tech aan. Hoppa. Nice. Hier liggen nog minis, man, die ik niet mee kan nemen. Ja, perfect. Hey, laten we dit potje gewoon winnen, man, bro. Yes, sowieso. Heb jij wat AR-codes voor me? Die heb ik. Ja, hoor. Veel, hoor. Je speelt wel lekker vandaag, hoor. Het gaat niet verkeerd. Nee, je killt echt gewoon de belangrijke guys, man. Ja, dat is toch een toren, man. Thanks. Ja, goed, man. Ik zie daar iets blauws liggen. Ik probeer het te taggen. Oh, hier... volgens mij is dit helemaal in looted, joh. Staat er nou een special chest? Hier? Oh nee, normale. Hier weer slurp terug naast, als ze hem gewoon pakken zodat niemand anders hem heeft? Ja. Okay. Heb je nog iets nodig, shotty bullets of zo? Ja, zou ik op zich wel kunnen hebben. Ja. Thanks. Zo. Nog meer minis, man. Kan ik niet meenemen. Ja, goed, ik neem ze wel mee. Ja, lekker. Dan hebben we er gewoon 12 of zo. Ik heb er al 6. Hier staan nog ook 2 kisten in het midden. Oh, ja. Wat een top dit gewoon. Oh, shockwave. Nice. Helemaal meenemen. Ja, die moet je helemaal meenemen. Yes. Top. Kom. Nog meer minis hier. Ja. Ja, ik heb er nu letterlijk 12 op. Holy shit. Nee, ik heb 1 big pot en 6 minis qua healing. Absurd, hè? Soms moet je gewoon struggelen voor, zeg maar, minis en nu heb je ze gewoon in overvloed. Ja, echt lijp. Echt lijp. Ja, dat nice. Maakt het zo. Nice, groene AR hier, lekker. Ik had al de hele tijd die AK. Met zijn riften. Riften? Ja, zijn riften op het noorden. Goeie kant. Oh, achter jou, teleport. Hij is bij jou. Goed los. 20. 30 op hem. Yo. 1 keer git. Ja. Shock, heeft jij of doet hij dat? Ja, hij zie je naartoe gaan. Goeie hij zie je achter. Goeie call. Ja, we kunnen dat pushen. Oh, hier zit hij zijn duo maat. Zie je dat? Oké. Wil je dit pushen? Ja. Was dus wel op voor die andere. Ja.
Oké, ik ga wel voor die andere, voor rechts, ja? Want ik zie hem zitten, ik kan er heen shoppen. Ja. Even een briertje uit te pieken. Kijk, ga er maar op, impuls maar. Ja, ik vee gewoon. Breeding. Ene P. Huh? Hoezo schiet hij niet? Oh, hij is 1 AP. Wauw. Jan zit op mij. 40, niet gekend. Wauw. Waar is hij nou? Die man is best weak, man. Hij hield. Maak trouwens ook niet, dat ik weer dezelfde fout maak. Dit doet echt letterlijk gewoon helemaal niks. Nice. Hey, ik heb een kill, Lekker. Die ander schiet me naar beneden, volgens mij. Ja. Is hem gelukt. Oké. Okay. Ultimate low zit hij volgens mij, of niet? Zou kunnen. Ja, ik heb hem. Nice, man. Helemaal goed. Blauwe tech, heb je die nodig? Nee, heb ik al, man. Izzo's, minis. Zo. Hier heb je een medkit, die kan je wel gebruiken. Ja, nice. Ik heb what the fuck? Ik heb 12 minis als ik deze hier voor me nog op. Ja, lekker. Wat de hel. Ja, ze rennen wel weg, hoor. Er komt een auto aan, volgens mij. Hoor ik dat goed? Ja. Ja, hè? Ja, klopt. Hier zo. Alright. Jij is waren afgestudeerd in wegrennen. We hebben een diploma. Hier zo. Ja, ik zie hem. Dan kunnen we eerst 2x23? Oh, sorry. Nee, geen probleem. Hij is 2x23 wel gehit, dat is wel lekker. Hij peert hem nu. Gaat hij weg? Gaat hij weer weg? What the fuck, ouwe? Zo, die had er echt geen zin in dan. Nee. Klopt. Je had echt geen zin om te vechten, man. Hé, hey, hij gaat weer weg! Wat de fuck? Dit feiten? Dat andere team? Ja, op zich wel, want we zitten gewoon goed met de cirkel. Dus op zich kan het. Ik heb alleen niks voor moving, dus ik ga hier ook even zo'n steen in nemen. Ja, even kijken of we goed kunnen flanken. Achter onze boot, achter onze boot! Oké, voor de sandwich. Ja, inderdaad. Hier komt. Waar is die boot precies? Hier. Ja. Hij zit daar. Zeker 26. Die andere eronder. Die andere eronder. Pas op voor snipe. Ja. Links van je ook, hè? Ja. Dit wordt heel riskant, hoor. Fucked up, hè? Dit wordt heel riskant, man. We gaan waarschijnlijk gepusht worden door het andere team ook. Oh, nog meer mensen zelfs. Oei, bro. Ik denk dat wij gewoon rustig het... hier. 1 keer 28, die andere. Ja, ik ga met je mee. Gewoon hier omhoog. Nee, gewoon het zand anders gebruiken, dan kan je weg. Ik zit hier nu gewoon safe, man. Ik zit hier in ons oude fortress soort van. Is die hier zo? Oh, het is hier pauwpuntje te werk. We kunnen wel wat pushen. Ja, is goed. Alleen de vraag is wat. Ik ben hier even een beetje mats aan het farmen. Ja. Ja, we kunnen dit cleanen. Ja, cool. Er zitten momenteel wel 2 teams hier zo. Eentje shield cracked! Deze gast cracked! Hij is weak! Die helemaal on top, die is echt heel erg weak. Die is echt heel erg weak. Ik kom er ook aan, maat. Ja. Ik ben bij je. Ja. Eentje achter je! Boven je nu! Ja. Oh, what the fuck. Ga je weg? Nee! Kut! Ik wilde net mijn achterkant dichtbouwen. Nee, joh. Jammer! Nee, kijk, oh, fuck! Dat is zo frustrerend. Oh. Dat is echt. Wauw. Ja, GG. Jammer, man. Bram met de Rio, je bent een van de beste streamers die ik ken. Dankjewel, maatje. Dankjewel. Wil jij er nog één doen, Dani? Ja, toch? Ik wil sowieso gewoon nog... ik wil echt op een goede manier afsluiten, man. Ja. Ik kan gewoon niet goed raken met die tech. Nee? Mooi. Nee, man. Ik had zoveel pech, ik wilde jou helpen. Dus ik kom eraan. Ja. Word ik naar beneden geëdit, val ik echt in een gat van 5 meter diep of zo. Val ik helemaal in hun, basis, als het ware. Ah, fucked up. Echt fucked up. Ik ga vanaf nu gewoon proberen om met een charge te spelen als ik die tegenkom, man. Ja, die charges zijn wel veel sterker, ja, dat is wel zo. Dat is wel echt zo. Maar ja, die charge, dat lukt mij gewoon niet. In verband met het open edit ook en zo. Ik vind het zo raar dat mensen dat doen, dat ze dan met een full charge shotgun op je kunnen maaien, terwijl ze het eerst open geëdit hebben. Dat kan toch niet? Dan moet je toch eerst weer wachten tot die charged. Maar ik denk dat daar een of andere trucje voor is die ik niet ken. Maar ja, meestal wat mensen doen,
Dan gaan ze ook pre-firen, weet je wel. Dus ze wachten bij, ze zitten in een box. En dan gaat iemand bijvoorbeeld die muur proberen af te pakken. Ja. En op het moment dat die muur zeg maar kapot wordt gemaakt, probeert dan die andere persoon zijn schot te lossen. In de hoop dat hij dan zeg maar gewoon heel hard raakt. Oh, dat is pre-firing. Dat is lijp. Alright. Mitro is degene die daar echt super goed, is, goed in is, man. Wie? Mitro. Oh, Mitro. Ja, is hij daar goed in? Dat predicten? Ja, hij kan heel goed pre-firen, man. Oh, ja, dan ben je echt een lul. Echt ja, een lul. Ja, dan kan je gewoon niks, man. Let's go, bro. Let's go, man. Right. Ik ben... Mijn laatste potje. Ja, is goed, man. Is goed. Ik ga denk ik een hele goede landing pakken voor dat gebouw die ik heb getagd. Ja. Even kijken. Zo, het is fucking druk. Dat is leuk. Kijken, wat wil je misschien er? Hier nog? Ja, dat kan. Op het dak ligt gelijk een tag, maar die wordt gepakt. Dus ik... Ja. Ik ben bij jou. Je kan hier landen. Ja. Oké, ga je maar mee. Ik ga naar die... Groene tag gelijk. Lekker. Ik denk dat we gewoon gas moeten geven. Even wachten. Ja, wacht even. Ik moet toch even een loaded hebben. Ja? Minis alsjeblieft. Nee. Ik blijf bij jou gaan. Ja. Ik hoop hier minis uit te kunnen krijgen. Oh, iemand is heel close op mij. Ik zie het. Hey, shoot bro, hij is heel weak. Oh. Fuck. Ik heb hem net niet dood ook gewoon. Onder jou ligt er eentje knocked, dan kan je zijn resource van pakken. Heb ik gefinished. Hoop je op. Ja. 60. Ja, nice. 60 blauwe man. Ik heb alleen geen shotty. Ja, no, finished. Nee. Oh, nice. Pak die blauwe tech lekker. Ja. Geef ik deze aan jou. Ja, nice. Hier, medkit. Goeie shit. Ga ik gebruiken. Deze was van ons? Nee, zeker. Nee. Oké, 7 seconden nog met kit. 6, 5. Oh ja, neem je. Zit op ultimate low. Ultimate low? Oh. Ja, ultimate low, man. Gewoon in het water of zo. Zo. Ik zoek ze. Ja, zit echt. Oh, ja, dit ik zie is het, heel... ik zie het. Ja. Ik weet niet of dit verstandig is, man. Fuck dan fighten, man. Hoor. Ja. Volgens mij is hier gewoon een kist. Ja, I don't know, man. Is je meegepakt? Pickpot erin? Ja. Nee, je popt die lekker. Ik even in. Ja, naar boven. Je moet wel naar boven. Had jij deze muur naast me? Nee. Ben ik niet. Okay. Ik hak naast je nu, zodat je weg kan. Hier, kom maar. Kom maar. Thanks, maat. Je hebt hem echt fucking hard gezet. Ja, geen probleem. Wordt gereboot. Ik push nu dit andere gebouw. Ja. Ja, ik ga omhoog. 2x30 hit op white, die enige gereboot was. Eentje 30, dat is een Alpine skin. Dan hoor ik. Shit man. Ja, die guy zit de hele tijd gewoon te chillen, man. Damn. Waar is hij ingegaan? Oh, jee. Neem je tijd, er zijn heel veel duels nog, man. Hij is lekker innemen. We zijn lekker aan het fighten nu. Ga goed de keer. Iemand zit echt heel close op je. Wel weinig beelds, man. Kaartje zit boven. Je hebt nog 15 seconden. Waar is je boetje ook? Boven je, ja. Ik heb het niet redden. Geen probleem. Ik wil gewoon lekker spel.
Misschien kan je profiteren van deze third party. Oh ja, ze hebben hem wel gekild. Je hebt twee builds. Mhm. Ik denk dat je gewoon moet farmen. Ja, inderdaad. Ja, je speelt het wel solo. Yep. Fucked up. Kijk maar hoe je het niet doet. Neem je tijd. Je zou misschien het zand kunnen pakken, dan kan je weg roteren. Maar dat is een duo, damn. Oké. Dit nog wel hoe het is. Zo ziet het er niet vanuit, ja. Steeds bezig, man. Alright. Nice, goede beam. Ik heb 120 mens. Oh, nice. Het is waarschijnlijk een 2v1 daar. Vijf builds. Nice. Ja, top. Minis, kan je pakken? Zou dat wel weggaan? Het is mogelijk een 2v1 of een 1v2. Goed gedaan, hoor. Thanks, maat. Ja, dan moet je gewoon even peilen, man. Even wat informatie inwinnen. Kijken waar ze zijn. Ja, het is nog wel een duo. Ja. Ja, dan moet je chillen. Volgens mij. Ja. Ja, ze zitten waarschijnlijk. Eentje wil misschien voor de reboot gaan, zelfs, denk ik. Dat zou kunnen, man. Oh ja, daar gaan ze. Oh nee, dat is gewoon de deur. Ah, oh, dat is wel. Kan gebeuren. Ze hebben iemand genokt. Oh nee, ze hebben allebei weer. Echt? Het is gewoon twee. Deze. Ja, ja, ja. Oh, dan ben ik fout. Ja. En deze guys killen wel heel de lobby. Ja, ze gaan je waarschijnlijk pushen. Geen mensen meer. Ja, ik kan niks aan doen. Hou hem, je hebt goed gespeeld, man. Thanks, man. Nou, toch een top 15 eruit gehaald. Dat is toch wel lekker dan. Want volgens mij krijg je daar extra placement voor. Dit was jouw laatste, toch, bro? Of wil je ja, dit was mijn laatste. Alright, man. Alright. Ja, trouwens, weet je wat? Nee. Nog één? Haha, let's go, let's go, let's go. Goeie. Nee, ik kan niet op deze manier. Goeie, maat. Goeie. Lekker, lekker. Had ik al opgehoopt. Stijn is het hier. Hey, hoi. Lees het niet hardop. Oké, dan lees ik hem niet hardop. Even kijken. Let's go, man. Alright, man. Stijn, dankjewel voor de 3 euro. Heftig bericht. Ga ik niet oplezen. Maar heel veel sterkte ermee. Dankjewel voor de 3 euro. Goed, let's go. Oké. Nu dan echt het laatste potje van Gianni, jongens. Maar niet het laatste potje wat wij ooit hebben gespeeld. Dus wees niet getreurd. Nee, ik vond het goed. Wij gaan vlammen, gek. Yes. Wij gaan vlammen. Ja, je hebt het wel, je hebt die, hoe zeg je dat?
Je hebt het wel gewoon echt onder controle, man. Die, zeg maar, die salty towers, of die rode towers. Ja, die gaat lekker, hè? Die gaat lekker. Ja, maar... Die gaat lekker. Oké. Okay. Dan je echt voor je reboot moeten gaan, man. Echt kut. Ja, kan gebeuren, man. Ik moet dan misschien ook iets eerder callen en gewoon ook jou, zeg maar, coördineren van het is boven je of dit of dat. Ja, doe dat maar gewoon, man. Dat zou echt voor mij heel goed werken. Want ik vergeet dat soort dingen gewoon. Ga ik doen, man. Top. Heb je ooit overwogen om ooit een keer bijvoorbeeld mouse en keyboard te spelen? Nee, man, nee, dat is echt niks voor mij. Dan ga ik echt fucked up. Ja. Dan ga ik echt fucked up. Ja, ik blijf lekker met controle spelen. Ja, goed gelijk. Dus ik gewoon, ja, ik weet niet, het speelt bij far chills voor mij, man. Er zijn maar een paar games die ik met controller of met toetsenbord en muis speel. CSGO. League of Legends. Okay. Ja, dat is logisch, League of Legends. Dat kan je niet eens met controle doen. Ja, ja. En dat was hem wel, volgens mij, man. Even denken. Okay. Heb je nu nog een game over je hoofd? Heel hard. Oh, nee. Nee, dat zijn ze. Welke... Heb je 1.6 gespeeld? Counter-Strike 1.6? Of gewoon CSGO? Nee, gewoon CSGO, man. Ja, dus 2. Alleen maar grinden. Die shit. Ja, dus een tijdje echt verslaafd aan, maar tegenwoordig doe ik het eigenlijk nooit meer. Kijk, hieronder ligt een tag. Er gaat niemand voor, volgens mij. Ik wil eigenlijk hier... Ja... Je kan hier landen. Oh, ja, dan is het voor mij. Ja. Hoppakee. Hebben. Een beetje ver voor jou. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Ik heb blauw charge voor je. Oeh, ja, ja, ja. Zo is het. Kom maar. Ja. Check. Oké. Op een big pot. Ja. Maar ik heb 2 shockwaves ook. Ik heb nog een big pot. Komt die maar. Ben je onder mij? Ik heb er zelfs 2. Nee, nog niet, nog niet. Daar ben ik niet. Oké, ik heb een groene taggio. Ik hou die dinges bij me, ja? Die charge voor jou. Ja, doe maar. Top. Ze lopen hier onder mij. Ik kan ze niet raken, want ik heb echt niks waarmee ik damage op afstand kan doen. Oké. Ik heb een blauwe AK voor je, dus dan pak ik die even op en dan... Top. Ja. Nee, ik ben achter je. Oh nice, ik heb groene AR nu. Ik heb deze blauwe hier. Marco. Ik weet niet of je die wilt, maar hier. Hey, let's go, man. Ja, let's go. Nou gaan we gewoon pushen, ja. Ik heb wel een beetje... Ja, ja. Oh, hier is nog een kist. Hier beneden zitten ze, bro. Ja. Oh, paarse charge voor jou, paarse charge. Nice, 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 nice. Ja. Dat is heel top. Zit hier in main building trouwens. Ja. Hier beneden. Kom maar aan. Ik weet alleen niet of dit de enige mensen nog zijn. Oh, ik ga even een big potje innemen. Ja, oké, ik mag wel. Neem mijn tijd. Ja, ik ben done. Oké, bij jou zit ze hoog, vlaag. Ja, op low. Okay. Zit hier beneden. Oh ja. Kijk het goed. Nee, zit er nog steeds beneden. Ja, ik ben bij je. Mensen komen ons waarschijnlijk terug party ofzo. Onder nog steeds? Eentje gek. Your skin's weak, down and down. Ik heb er eentje. Lekker, lekker, lekker. Achter je, achter je. Nee, kijk, dat is zo ziek, jongen. Hè? Lekker, ja, lekker man. Gaat hij mijn controle? Ja, nice. GG. Complete. Ik kan nog die mes pakken van die andere guys. Oh ja, ze komen wel halen. Nice. Maar ik heb nu in ieder geval je kaartje, dus dit kan gewoon. Ja, je moet even kijken waar ze zijn, man. Misschien kan je die reboot pakken, anders... I don't know. Oké. Okay. Hij gaat weg. Nice, tap je. Nice! Ga er lekker voor. Nice, oké, die andere guy is... Ja, hij heeft niks. Dat heb jij wel. Nee! Oh. Fuck! Godverdomme, God. Jongen. Tering. Oh, ja. Dat ik de eerste al die finish niet pak op die guy. Ja, jammer.
Oh, gek dat hij net naar binnen kon kruipen, jongen. Oh, ik kan hier echt niet tegen. Ik word gewoon van 200 naar 0 gewoon ge-SMG'd. Ja, dat is fucked up, man. Nou, dit is helemaal fucked up wat hier gebeurt. Dat die gast naar binnen kruipt, dat ik hem daar dan net niet kan finishen. En dan vindt hij daar beneden vindt hij een shotgun, want die had hij eerst helemaal niet. Die heeft hij daar gewoon gevonden. Ah, het is niet te geloven. Het is gewoon niet te geloven. Hij was gereboot. Hij was 100% gereboot. Dat kan niet anders. Hoe kan hij anders zulke slechte loot hebben en geen resources? What the fuck? Bah. Ja, deze vergeten we toch, Gianni? Er gewoon nog even eentje dan. Ja, moet wel. Ja, ik bedoel, precies. Dit was echt fucked up. Dit was echt fucked up. Oh. Oi, oi, oi. Nou, in het begin zo leek het een goed potje te worden met de loot die we hadden, maar... Yep. Nou, er staat overal mijn chat stream, sniper, stream, sniper, stream, sniper. Oh. Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen. Ik let daar eigenlijk nooit op. Zou kunnen. I don't know. Zo is het niet. Let's go. Yeah. Teams hebben. Shit happens, man. Ja, man. You got this. Deze is echt. Dat is een goede nog. Ik kon ook niet meer weg editen. Die guy zat gewoon ineens in mijn box, man. Ja. Ineens... Dat was echt fucked up. Ik kwam wel. Nou, ik kwam dus eigenlijk net 1 seconde te laat. Ik had hem wel, maar. Ja. Dat wel. Dat is best safe, ja. Let's go. Ik had eigenlijk naar die Nokia gewoon voor de reboot moeten gaan, man. Bijna erin zien. Dat had echt de beste play geweest. Toen ik hem had gehad. Had gekund. Ja. Want dan had hij een keuze moeten maken. Klopt. Of hij gaat voor mij, of hij gaat voor de revive. Ik denk dat hij dan voor de revive was gegaan. Ja, had gekund, man. Was hij 30 HP geweest. Zonder match. Klopt. Ja. Maar ja, dat is allemaal achteraf gelul. Alleen ik probeer dat altijd wel te doen. Dat achteraf relativeren. Zodat ik wellicht de volgende keer gewoon daarop let, weet je. Dat is ook de eerste mindset om te hebben, zo kan je ook improven. Ja, die greediness, dat moet gewoon uit mij in Fortnite. Dat ik gewoon te greedy verveel. Jij kan... Ik land wel hier zo, man. Daar hou er wel rekening mee. Alles is wel volgens mij gepakt, ook jouw gebouw, man, bro. Ik zie je. Nee, 20 HP! Kut! 20 HP. Shit. Ja, hij gaat nu mij finishen. 20 HP met zijn pistol. Oh, hij bandaged. Doet hij shaken? Nee man, dat niet. Hij zit in mijn gebouw boven gewoon, zijn andere maatjes er ook hier. Hij zit nog steeds te bandage, ja, gaan we nu finishen. Finished. Oké. Even kijken, wie hier dat? Ik heb ook alleen maar een SMG gekregen. Ga ik je kaartjes zo meteen proberen te pakken. Ja. Dat is wel lekker, 200 HP is dat dus, ja. Zeg ja, deze één guy heeft een pistool en die andere weet ik niet. Maar in mijn gebouw zitten dus niet echt mensen met hele zieke loot. Oké. Ja, maar ja, ik kom er ook alleen maar uit met de SMG. Dat is echt zo vervelend, jongen. Ja. Oh, ik nam de gok. En de gok was echt de op of de ronde. Ik had een 20 HP. Tot 20 HP had ik op de pickaxe, man. Gebeuren, man. Oh, dit is top. Ja, dit is lekker. Dit is lekker. Reboot nog 45 seconden, dus dat is tijd zat. Ja, ik ga daar echt naar tijd zat. Maar zijn ze ook al lang weg, dus dat is goed. Ja man, oh nice. Oh, thank fucking god, ouwe. Ja, ik kreeg gelijk reboot. Iemand kreeg hele vette falling damage voor jou. Okay. Iets van 79 falling zien, damage ofzo, ja, ik kreeg voor je. Ik maak hier gewoon gebruik van, ik ga hier... Ja, waarschijnlijk kun je dit fucking sneaky doen. Ja. Nou, er zijn wel mensen voor me. Ja, dit... Iemand zit hier nog. Hij zit in het zand of zo. En dan letterlijk gewoon 2 kids. Hey, kijk die damage. Oh maat. Lekker. Lekker, ja. Super stom dat hij stil blijft staan. Yep. Dit was trouwens de guy die mij killde volgens mij. Weet ik niet zeker. Nee, dat zou kunnen. Misschien kan je sneaky reboot doen? Hij zit daar boven. Ik denk dat het serieus nog wel moet lukken ook. Ja, kukken. Gaan het proberen, man. Gaan het zien. Sick, hoe jij jezelf ook gewoon inbouwt, ouwe. Wat de pauper. Ja, moet wel, man. Ja, dit is top. Dit is gewoon top, Gianni. Ja. Lekker gast. Dat is top.
Ja, let's go. Dit is gewoon top. Als het goed is, heb je hier een shopje, man. Oh ja, daar kom ik zeker die kant op. Ik wilde sowieso al die kant op. Nu helemaal. Oh, ze komen. Twee footsteps hier. Ja. Ik denk dat ik weg ga shockwaven. Gewoon. Ja, doe maar. Ik heb geen shotty. Nee, ik heb geen shotty voor je. Ik ben weg shockwaved. Ik ben op bandages. Ja, tuurlijk. Ik ga ook weg. Ben jij nu de lul? Ik kom naar toch? Ja, nee. Ik ben chilling. Ik ben wel geraakt, maar... Kist bij mij. Laat als je iets goeds ja, zit, moet hij eigenlijk weg gaan, bro. Alleen een AK'tje. Nou ja, oké. Oké. Wil je hier weggaan? Ik denk dat is ja, wel echt ja. Misschien kunnen we het zand gebruiken om weg te gaan. Goeie, man. Ja, laten we dat maar doen. Beste. Dan laten we die slurp terugpakken. Dan ben je gelijk redelijk chilling. Ja. Dus zand maar lekker. Die heb jij toch gepakt al early game, of niet? Ja, maar er zijn er twee, hè? Die zitten hier vlak naast elkaar. Ah, oké. Ik ben in het zand. Ja. Kom maar aan. Als je gewoon naar mij komt, hier bij die brug heb je ook nog goeie een paar chests. Goeie reboot, hoor, Johnny. Lekker, man. Ja, man. Echt, kijk eens, ik heb netjes. Hier een tech voor je. Oh, lekker. Kijk, opa. Ammo erbij. Right. En die slurp truck is... Oké, hij is gone. Shit. Oké, ze hebben dit al geloot. Neem teleportstone in. Dan heb ik nog één optie. Kijk, er is nog één slurptruck. Oké. Dan moeten we iets meer naar zuiden, man. Misschien dat we hier helemaal omheen kunnen lopen. Hier, ik ga hier het zand in. Ja, ik ook. Right. Oké. Moeten we even kijken hier ooit wat te gaan. Hier ongeveer, ja. Jok, volg jou. Ja. Ja, dan zijn we best fucked. Ja, inderdaad, Kalhoet is de demo kut, man. Dan zijn we best fucked. Maar ja, aan de andere kant, als wij nu gewoon even slurpje pakken, zou heel veel schelen. Open. Ja, hij is er, gelukkig. Maar je kan niet looten als je door dat zand heen gaat. Als je... Nee. Je hebt daar nog wel een chest, die kan je pakken. Ja. Groene tech. Nou, dat is toch een klein upgradeje. Ja, dat. Hierzo. Pak maar zo'n kristalletje en dan kunnen we gelijk. Ja. Dan kunnen we terug. Zo. Ja. Go. Nice. Auto hey, incoming. Laten we dit feiten, man. 20. Geen shield ook. Is het op ultimate? Ja. Wow, bij mij. Ik heb een kill. Kan je even blijven leven alsjeblieft? Ja. Hey. 108. Lekker! Lekker! Eindelijk. Goeie shit, maat. Oké, neem ik deze medkit even in? Ja, heb ik denk ik wel. Ja, niet heel veel. Maar... Ja, meer dan genoeg, man. Eindelijk. Top. Eindelijk wil die tech een beetje damage doen. Lekker gast. Ja, man. Kijk, was een play. We moeten looten, man. Yep. Oh, hier sniper nog. Nee. Oké. Okay, we hebben nu in ieder geval gewoon een potje. Dat ja. Is gewoon prima. Ja. Als we de hele tijd op span doodgaan. Ongelukkig natuurlijk, maar... het is hier al wel geloot. Even kijken. Ja, helaas. Heel misschien zouden we hier naartoe kunnen gaan. Naar Risky Reels. Misschien is dat een play. Is goed. Vind ik een goede call. Hier staat nog een kistje. Oké, nice. Pak hem maar. Ik blijf wel een beetje bij jou in de buurt. Ja. Ah, trouwens is denk ik wel geloot hoor. Ik zie mensen hier zo. Oké. Ze hebben mij gespot. Ja, ze hebben nog shotface. Nice. Rot een 5 man. Zitten close op ons. Oké. Noordoost. Toe? Oh, hij is bij mij inderdaad. Hier zo bij me. Hier zo. Ook ultimate. Nee. Eentje. Ah, ja, die andere guy is weak. Ja. Heb je impuls? Ik heb wel meds, maar... Ik
Trekken. 20. Ja. Jammer. Niks tegen hem. Ja, doen. Jammer man. Niks tegen hem. Ja. De fucked up loot hadden we allebei man. Dat was echt strijden voor gewoon, wat loot. Ja. Dat is kut. Nee, kijk. Ik had wel gewoon prima loot, ik had gewoon een blauwe tag, maar dan heb je geen minis. Nee, en dan kom je gewoon met. Ja, inderdaad. Dan is heel je lootpad gewoon zeg maar al gewoon gepakt, weet je wel. Yep. Al die chests die zijn weg. Yep. Zonde man. Nou, Jai, we hebben het lekker gedaan man, we hebben het lekker gedaan. En we pakken gewoon, wat mij betreft pakken we morgen gewoon weer sessie. Ik zal gelijk van mijn agenda checken, maar ik denk dat dat wel moet lukken. Ja man. Laat me maar weten. Doen we. We houden contact. Maat, was gezellig en ik spreek je. Ja, sowieso, maar hele fijne avond. Yes, hetzelfde. Thanks voor de kans, bro. Yo, later. Yo. Yes, goed. Oi. Yo. Goed. Hoppakee. Dat was lachen, jongens. Dat was lachen. Dat was heel erg leuk. Ik heb ervan genoten van deze livestream. Samen met Jani. Jullie gaan dus meer van ons nog zien. Dat gaat helemaal goed komen. Vrijdag, aanstaande vrijdag, een toernooi dus van JBL. Om een prijspot van $75.000. Wees daar sowieso bij. En wat ik al zei, morgenavond gaan we waarschijnlijk weer live met de Fortnite-sessie. We gaan gewoon echt goed op elkaar inspelen. Zodat we straks fucking hard gaan presteren op dat JBL-toernooi aanstaande vrijdag. Dat wordt echt heel erg tof. Dus goed, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar de livestream. Vond je hem nou leuk? Doe dat zeker weten natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op de stream. Zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien. Sowieso morgen om 3:30 bij weer een nieuwe video. Dat gaat waarschijnlijk ook weer Fortnite zijn. Dus zorg dat je daarbij bent. Zet ik ondertussen weer het muziekje aan waar we ook mee begonnen. Laten we daar ook gewoon lekker mee afsluiten. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.